We zijn nog een keer met de originele bezetting om een podcast aflevering, aflevering op te nemen. Dat is precies al een eind geleden. Uh, we gaan het over het nieuws. Dat is Ik ben Espe. Ik ben Gerrit. En mijn naam is Janox. En welkom bij Gamecast, de beste gaming podcast die nu acht maanden gaat trainen om geen Iron Man te doen. Gamecast! Die ik, ben een Iron Man. Kom eens strijken. <laughs> strijken? Zoveel kilometers strijken. <laughs> Doe jij dat zelf? Oh, ik, ik, ik heb maar zo, like, één ding dat ik strijk, en dat is een hemd, als ik dat eens nodig heb. Dus voor de rest strijk ik nooit iets. Mm. Ik doe dat zelf niet. Fuck was, nee, nee, nee. Maar ja, voor de rest... Een t ja, uw t-shirt is ook niet gestreken. Zo, dat zie ik van hier. Niks wordt dus, gestreken met natuurlijk niet. Give a fuck. Tuurlijk niet. Fucking strijken is dat, een dat, van de dat's... worst things ever. Maar waarom ook? Ik weet wel dat sommige mensen <laughs> kijken terwijl het strijken is. Dus... Ah, ja, okay, ja. nee, ik kut het gewoon uit. Nee, houd <laughs> het erin. Dat is funny. Dat is leuk. Weet houd het er niet. maar in. Ik een vrouw voor. Je. een dikke fucking proficiat aan Rob en Arno... Yes, uh, Amai de Iron Man video, ook wel aan Milan Koos om dat in elkaar te monteren. Jesus Christ, dat was echt goed. Ja, dat was echt, echt mooi. Vieren, ja. Dat was echt heel mooi. Um, maar dat terzijde is er nieuws? Ja. Want jij zei iets van de FTC en ik ben niet mee. Ja, dus zijn uh, hearings tussen FTC en Xbox. Om te praten over de deal van de overname uh, Xbox uh, Activision Blizzard. Blizzard. Uh, yeah. uh, Antitrust of anti-competition is. En daardoor worden dus nu heel veel Microsoft executives, uh, Activision Blizzard executives, maar ook uh, PlayStation executives. voorgebracht om hierover te praten, ondervraagd te worden door allemaal verschillende dingen. En daardoor komen heel veel dingen te, te weten van de interne keuken van Xbox en PlayStation. Heel veel mails dat zijn uitgekomen, heel veel communicatie eens tussen uh, Phil Spencer en Jim Ryan. Oh ja, yeah. met Jim Ryan, die zo in het begin zei: van Oh, we'll be fine of zo. Ja, we'll be fine, whatever the decision is. Uh, er zijn heel veel dingen uitgekomen. We zullen ze zo in detail proberen over te gaan wat er weer allemaal was. Um, maar ook wel in heel veel manieren, alle, el, elke zin dat gezegd wordt, is echt gewoon op het internet gewoon feeding trolls. Het is echt het is, maar het is ook het ene artikel naar het andere. So, elke zin. Hey, we hebben een nieuw artikel. Yeah. Dat is zo. Maar nee. Allee. Het is zo. Ze hebben dit gezegd. Ha, 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 ha En dan hebben ze daar gezegd. En dat is zo. What the fuck is going on, hè? Um, Belangrijkst. Inter... Er zijn wel interessante dingen aan. Nou, want dan moet ik wel zeggen van. Het is interessant om te zien wat de communicatie is tussen, tussen Sony en Xbox en zo. En in many ways het verschil tussen een uh, Phil Spencer en een Jim Ryan, natuurlijk. Uh, Jim Ryan, die van PlayStation. Ehm. Mm um, dus ja om het even terug te zetten tot de waar dat begin is ja een van de interessantste mails dat er was uitgekomen was uh, als we even langs de Xbox kant kijken is dat het een uh, in heel erg in het begin van de fase bij de aankoop uh, de mogelijkheden toen dat Microsoft aan het bekijken was van ja wat gaan we nu eigenlijk doen mm -hmm. voor de toekomst te vrijwaren dan is het was een van de opmerkingen dat ze hebben wie uh, Don't quote me on this. Uh, het is niet super perfect dat ik hier. Ik ben hier de, cit, de, 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 de cit, citaties? Nee, citeringen. Citer quotes gewoon. Quotes, zeg whatever. Quotes. Uh, maar aan het, uit mijn hoofd aan het uh, ophalen wat ik ze weer zeg. Maar een van de, van de quotes dus van Xbox was. We have the money to. to Run Sony out of business. Daar kwam het eigenlijk op neer. Oh shit. Dat ze echt gewoon, we're gonna spend Sony out of business. Maar oh ja, het is dat het... out of context of niet? Het was out of context. Okay. Wordt wel, nu zeggen ze van, ja meneer, je moet dat anders interpreteren en dit en dat, bla bla bla. Maar het maar... kwam er wel op neer wat dat wij dachten en wat dat heel veel mensen zeggen. Ja, Microsoft heeft natuurlijk het geld om te kopen wie ze willen. Wat blijkt ook uit al die mails, ze hebben op een punt gestaan om Square Enix te kopen zodat hm. ze echt alles van Final Fantasy Kingdom Hearts allemaal naar zich konden trekken. Sega hebben ze ook geprobeerd. Uh, Bungie hebben ze ook geprobeerd. Ja, dat, ze Op het punt van... Het ze waren aan het overwegen om dat te proberen. Ja, dus, uh, inderdaad. Niet zijn maar zijn er benaderingen of? geweest of zijn er ooit actieve gesprekken ja. geweest? Dat weten we niet. Maar er, de, uit die mails zijn verschillende companies zo naar voren gekomen. Belangrijkste waren dat ze Bethesda hebben gekocht, volgens hun. Ja, was omdat Sony op het punt stond om een deal te krijgen voor Starfield. Ja, exclusive, exclusive te maken exclusive voor PlayStation. Maken. Oh, Doe. We Doe. weten wel niet wat voor soort exclusief. Ja, is het een timed exclusive of niet? Want de andere Bedesda-deals waren timed exclusives. Hè? Deadloop en ja. Ghostwire Tokyo, die daarvoor sp ligt toevallig. Uh, die hebben we meegebracht uh, als uh, voorbeeld, als illustratie. Uh, daar is het een timed deal geweest van één jaar. Die is ook gerespecteerd geweest na de aankoop van Bethesda door uh, Xbox, uh, omdat die deal al gemaakt was. Um, wat niet het geval zou zijn, de gemaakte deals tussen. Tussen Activision en Sony zouden we wel verlopen het moment dat Activision opgekocht wordt. Dat heeft Sony wel gezegd, trouwens. Wat ja. interessant is, dus omdat ze zeggen: van ja, maar als wij geld geven, dan geven wij ook geld aan Xbox. Dat wie, willen we wie, niet. Weten wie dat geld geeft? <laughs> Onze donators. <laughs> Ik ben echt stack stacktips van de transitions aan yeah, yeah. trans het We zijn nog niet eens klaar, maar dat is wat. is um, the point. Ik, ik, ik had een transition in mijn hoofd dat ik al klaarstaan. Ik uh, had verschillen. Dat, ja, dat Microsoft belachelijk veel geld geeft voor Activision Blizzard. Nee. En wie dat er ook belachelijk veel nee. geld geeft, Klos. zijn deze donators van de, de, de Patreons, of hoe moet ik het zo zeggen? De leden. Dus, de leden, inderdaad, van YouTube. Dus bedankt. Uh, Bitjager Goran, Arno, Evil Tweety, Batman en Ultra. Jullie zijn allemaal fucking helden. Dank u wel Alle voor de steun. Ook. Alle andere leden, Gelle ook bedankt. Um, maar dus, uh, ja, ja, mails worden allemaal onderzocht en ja, dus uitvergroot. Ik heb hem en... hier even bijgehaald, een van de mails uit 2019, waarin dat dus inderdaad de quote werd gemaakt van We, Microsoft, are in a very unique position to be able to go spend Sony ja. out of business. If we think that the video content matters in ten years, we might look back and say... totally would have been worth to lose 2 or 3 billion in 2020 to avoid the situation where Tencent, Google, Amazon or even Sony have become the Disney of games and own most of the valuable content. This is a heel interesting quote want we zijn heel bezig over Xbox tegen Sony. We hebben in het verleden ook al gezegd ja, reken Google niet out of the market want Google heeft of had Stadia, maar nu, nu zijn die bezig met ja, YouTube, maar iets aan doen. ja, maar Google, Google heeft een paar slechte weken achter de, de, de meer dan overigens. over want over Google straks, heeft ja. een gigantische bom uh, dat staat te ontploffen. Oh cool. Um, maar dus uh, Sony, dat is niet enkel Sony als een fancy, maar Tencent vooral niet te onderschatten. Die hebben belachelijk veel in handen. Uh, en right onder andere of niet? Welk Riot ja. onder andere in de jaren zelfs? Stukken toch van Nintendo en zo, stukken van Sony, die hebben ja. stukken van iedereen, ja, stukken van Epic. Die hebben heel veel van Epic, als ik me oh, niet vergis. Yeah. Tencent is die oh, Chinese, oh, die, die Chinese uh, ja. ja, dat is gewoon ja. een investment company. Ja, een ja. embracer van China. Ja, ja. Maar want want je hebt ook je die, die de Arabier. <laughs> uh, die van Saudi-Arabië, ja, zo zo savvy gaming, ja, die ook zo extreem aan Investeren is om aandelen te kopen ja. bij companies als EA en, en Nintendo, Nintendo en dergelijke. En, ja. Dus dat ik dacht niets. gewoon dat je die twee door elkaar aan te Maar Tencent heeft ook al ingekocht bij, bij Nintendo. Overal, ja. Tencent, maar Tencent bestaat al lang. Hè. Ja. Ja, ja, dat, uh... Het interessante dat... dezelfde mail: in games, Google is 3-4 years away from being able to have a studio up and running. Amazon has shown no ability to execute <laughs> on game content. Wow. Yeah, inderdaad. <laughs> and content is the one mode that we have in terms of catalog that runs on current devices and capability to create new. Sony mm. is really the only player who could compete with Game Pass. And we have a two year and 10 million subs lead. Klopt. Klopt. But that is inderdaad al the <laughs> two year. And the lead have but the lead is aan het slinken. Sony heeft. Met één jaar PlayStation Plus extra premium. Aangekondigd dat de resultaten beter zijn dan ze hadden verwacht. Dat well, is verjaard. D drie, is ja, dat 33% van PlayStation Plus subscribers geconvert waren. Mooi. En PlayStation Plus qua subscription zit hoger dan Game Pass. Hè. PlayStation Plus subscriber count is redelijk hoog. Omdat iedereen dan nodig heeft om, om, om te kunnen FIFA en Call of Duty ja, online, online te spelen. Ja, ja. Uh, dus op dat vlak hebben ze inderdaad wel. Ja, in dat vlak. De hele acquisition van Activision, 47 miljoen uh, subscriptions, waarvan dan 30, dat is 30% van alle PlayStation-gebruikers hebben PlayStation Plus, wordt gezegd. En dan inderdaad, een, de subscriber count daar dan nog eens 30% van zou dan uh, uitkomen dus op bijna 50 miljoen en 30% daarvan heeft ofwel extra yeah. ofwel premium. Yeah, ja, inderdaad. Ik ging eigenlijk die Ghostwire aan mijn klant geven uh -huh. en die zo, ah ja, maar ik heb een digital console. <laughs> Maar hoeveel kletsen er je die En ik echt zo. Wow. Oh. This is heavy, man. <laughs> en ik zo, maar. En dus ik vroeg zo. En waarom? Ah, ik wou dat weten. Die ze, Ja, maar ik geen schijfjes, vervangen. ik zeg Ja, maar je betaalt drie keer zoveel. Hij zo. Ja, dat is waar. Ik denk niet dat. klant, of klant of was het? Uh... Ja, het is. Oh ja, collega is goed. Ja. Dat veel meer geld in zit. <laughs> uh, nee, ja. nee, nee, nee. Dat, dat is inderdaad duidelijk probleem niet. Maar dus ja, 30% have subscribed to more expensive tiers. Dus ja. dat ah, is 15 ook, okay. miljoen dat ze hebben dat extra. Premium zou zijn als je dan naar de getallen gaat en 8 miljoen users move to the most expensive, 8 dus miljoen premium subscribers, dus is 19 euro zo ja, uh, ja dat is dus 120 euro's. euro per jaar om het simpel te houden, okay. 6,1 miljoen extra ja, inderdaad. Dus ja, dat is al, dat da al niet slecht, 47 miljoen. Eh, dat is als je denk ik Game Pass op e het hoogste punt was rond de 20 miljoen, als ik me oh, niet ja, vergis. Ja, dat komt er al dichtbij en, en dat is dan ook nog voor PC en Xbox, ja, ja. dus uh, bij PlayStation is het enkel oh. Playstation, dus daar is daar het staat op PlayStation. Daar staat het op al die artikels van Xbox versus PlayStation, al die comments, al die. Oh. Maar ik al die lees. dat niet. Dat zijn altijd piece. mensen die ze, oftewel te hardnekkig willen opvallen, oftewel te hardnekkig de context niet willen zien. Like, tegen nee. het ander zijn in plaats van pro-gaming te zijn. Dat is dat, ja, dat is zo ook ja, niet. Ja, dat, dat was een beetje... Beul, man. Ik had dus... 25 miljoen. Uh, Game Pass subscribers. Dus dat is 10 in million... 2022. 20, 20, 20. Ja, in 2022. 20, 20, 20. Dus de 10 miljoen... Uh, uh, klopt nog. Ja, ja klopt <laughs> okay. dus Er zijn drie nog. dingen dat ik wil zeggen. Ja, zeg maar. Dus Tencent heeft dus bij 93% van Riot Games. Ja. Um, dat hebben ze in 2011 al gedaan. Ja, ja, ja. Ze hebben trouwens... Smart. 99... Negenen... 89 oh. miljard revenue gedraaid. Maar dat, zei, 2011, dat was in 2011, League of Legends, was nog maar twee jaar. Ja, ja, ja. Ja, maar holy shit, Ze hadden toen al 22% en ze hebben zich dan voor de rest gekocht tot 93% ongeveer. Ja. Um, maar ja, dus die hebben. Webank bijvoorbeeld in China, die hebben echt. die hebben schei te veel. Kijk, like nee. alle National Basketball Associations en zo. Allemaal. Clash of Clans is ook van hun. Ook Wyst, de, de grootste mobile game ever, denk ik. Um, is dat niet je Um. Alleen, iedere keer dat er daar reclame van is over een mobile app, is dat toch die zelf, Maar dat is nee, niet les-reclame. Raid Shadow Legends. Oh, oh, yeah. Maar volgens mij is Raid Shadow Legends zo ongetwijfeld ook, oh, ook van hen. Ja. Zo dat zou wel eens zo kunnen zijn. Niet <laughs> um, als je weet dat Wells Fargo, ik weet niet of je Duits van kent, dat is ja. ook zo'n zo investmentbedrijf. Daar zijn, dat zijn ook zij. Yes. <laughs> um, oh, my. En je snapt je dus, ze hebben verschillende. En we spreken hier nog maar over 2016. Dus, ja dat is echt even zo de business side of gaming ja uh, dat is puur business side, maar ik ja. denk hier staan alle grote bedrijven dat zijn ik denk dat zij in de top tien rijkste bedrijven staan ter wereld dus um ja. Ja. En wat is, wat is de invloed van uh, de FTC? Alleen leaks ja, niet echt, maar die FTC... hearing en het feit dat dat allemaal uitkomt en die mails zijn dus eigenlijk... FTC was, de... was origineel van plan om het te blokken, de deal. Yes. Dus ze nu hebben een temp eigenes... temporary plan erop gezet. Inderdaad. Dus nu staat een hearing om, waarin de Xbox hun case mag pleiden. van: kijk eens, dit is geen anti-consumer ding. Ja. Wat interessant is, want we zeggen anti-consumer, anti ik denk dat anti is, maar er is nog een ander woord. Dat ik er dus straks heb gezegd dat ik even niet op kon komen. Anti-business is dat denk ik. Hmm. Um, Not dus, the same. want uh, Jim Ryan is op, uh, dus de, de, ook ter sprake gekomen. Dus die heeft ook moeten komen uit de stand. Daar zijn ook vragen naar gevraagd en zo. Over de stand van PlayStation en het Microsoft gegeven en zo. En een van de meest interessante quotes dat hem zegt is. Waar hadden ze gefeit van? Ja, wat vonden er nu van dat Redfall en Starfield exclusief waren. Ik denk over Redfield zal waarschijnlijk niks hebben gezegd. Maar wat? Red, Red, Redfall. Redfall, sorry. Yeah. <laughs> wat zei like Red Redfield en uh, Starfall? Starfall. Starfall. <laughs> Beter games, let's Man, be real. Uh, Redfall en Starfield, being exclusive. Dus over Redfall zal waarschijnlijk niks hebben gezegd. Maar in het geval van Starfield zegt hij: I don't like it. But it's not anti-competitive. Het zou tegen zijn eigen. Het zou tegen zijn eigen winkel zijn, natuurlijk. Om ja. te zeggen dat het anti-competitive is. Want Sony heeft hetzelfde gedaan met Final Fantasy 16 Dat het een PlayStation exclusive is. Ja, maar gewoon alles wat exclusives ja. heeft not, not van PlayStation 1. Ja. dus dat was het ja. tweede waar dat Inderdaad. We komen nu in exclusive territory. En dan komen de interessante dingetjes naar boven. Ik heb er dus straks nog maar gezien, dus ik weet niet wat dat helemaal wat zijn. Xbox heeft blijkbaar gezegd op een bepaald moment dat ze willen stoppen met exclusives. Ja. Wat? Ja. ja, dat is dus. Heel raar. Die quote. vraag is: Is dat, ja, is dat ja, ja, ja. al ge gekomen ja. uit de hearing van ja, het feit ja, ja, ja. dat ze het wel erdoor krijgen? Nee, nee, dus, inderdaad, Xbox is onder de. Een van de statements van de Microsoft CEO heeft dat zelfs gezegd. Hè, dus niet Phil Spencer. Ik denk dat de Microsoft. Salni uh, Sunjak uh, Sorry mijn All naam, right. ik ben heel slecht mijn naam. Uh, CEO, Microsoft. Die heeft gezegd: van... Ja, we moeten stoppen met exclusives. Maar je bent niet market leader. Dus jij mocht dat zeggen dat je geen enkele waarde Als ik morgen zeg van. Ja, eh, Gamecast. Uh, ik ga dat gratis in alle scholen verspreiden. Ja, dat kost mij letterlijk niks meer dan dat dat mij nu kost of zo. Dus uh, <laughs> ik heb, ik heb voor mij verandert dat niks aan de situatie. I only have to gain. Maar in het geval van Sony is dat letterlijk. Als het nummer exclusief is. Ja, Heel de FTC-gegeven, heel die hearing gaat erover dat exclusivity drives console sales. Als exclusivity wegvalt, ja, wat heb je dan nog? En daar zit een heel groot scenario van. Ja, jij kunt dat nu zeggen. Jij kunt nu zeggen, ja, we geloven niet in exclusives. Dat is belachelijk. Sorry, je hebt het even goed twintig jaar lang wel gedaan, hè? Hm. Ja, maar uh, Grabbed by the Ghoulies was niet op PlayStation 2 uitgekomen, hè? Dat was een Xbox exclusive game, hè, van Rare. Maar die, in, wow. die Xbox One versie <laughs> is uiteindelijk wel op PS4 uitgekomen, trouwens. De Grab by the Ghoulies? Is het well, by the Ghoulies? the is denk ik nooit. Dit is gestart als een mop en er wordt nu een fact-checking over wat dat vast nee, maar al is. Niemand is iets was? met die zombies zombie een Xbox Zunac. exclusive. Ah, het uh, ding is. Ja, ik weet wel, die zombie-game. Want game. ik heb die speciaal gekocht voor Xbox One, omdat Headless, ik had van: ik ben nog altijd niet tegen Xbox. Ik wil uh, altijd al exclusives S hebben. Satya Nadella, dat was het. Zombie is. Xbox One game. Zombie killed my name. Ding is, Dead <laughs> Rising is dat. <laughs> nee, 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 nee. Ik weet het, ik weet het. Nee, dat is zo. So headless Harry of zo. Dat was ook echt niet zo diep. De zoiets. Eh. See, Microsoft CEO says he wants to end Xbox exclusives but blames Sony. Huh? In an ideal world there would be no console exclusives, but this is a world full of competition. <laughs> Yeah. That's so. Kijk, that's we I aankondigen. We a spotter exclusive exclusive. And it's the schuld of iTunes. If it was up to me, I would love to get rid of the entire exclusive on consoles. But that's not for me to define. Especially as a low share player in the console market. The dominant player there. Sony has defined market competition using exclusives. The, that is the world we live in. I have no love for that world. Dus je moet, moet begrijpen, hè? Gaming bestaat. Pff, 20 jaar, op, op, op het punt dat Sony daar instapt. Hmm. Sony heeft exclusies uitgevonden. Nintendo, Atari, allemaal niet, hè? Sega ook niet, hè? Die hebben nooit exclusives <laughs> gedaan, hè? Sega, de, Sonic the Hedgehog was op Nintendo, dat witte, hè? De, so, de Sony dat gezegd heeft... Hey, weet je wat? Jumping Jack Flash, dat is exclusief op PlayStation... En de rest is geschiedenis. Mario was wel op Atari. Hè? Ja, Mario uh, was op Atari. <laughs> Stubbs de zombie. Stubbs the zombie. Dat is Alla. een originele game op yeah. Xbox exclusive, wel daar als het niet ja. is. Ja, ja, ja. Original Xbox is opnieuw uit te komen op Xbox One. Ik had zo, dus, ah, cool, exclusive shit. Ik koop het en dan echt zo na drie maanden zo. Oh, ah ja ja, nee nee, nee maar het gelijk, dat is ook niet een Xbox exclusive. Ja, ja, ja dat ja. is Dat is een eerste is rare game. Deep, ja. Dat is de eerste rare game voor Xbox. Hm. Dat is de eerste rare exclusive. Die duurt het ook, is vrij duur trouwens als je een full een de PlayStation 2 era uit. <laughs> oh, it's so bad. Fuck. Maar dat scheelt niet so eens. Dat is niet dat is niet, het is, is, is classic rare. het ja. is nog voor before they gone bad. Uh, before they gone uh, connect. Before they gone uh, ik dat leuk. Viva Piñata. ja. Yeah. Uh, ik ben er nooit van. Van, van van geweest. Maar die zit wel in de rare replay in, denk ik. In any case geval. om back te gaan naar uh, het gegeven. Dus inderdaad dat is een bullshit remark. Let's be real. Dat is, nu weird. Niet, dat is nu niet Sony of Xbox. Maar sorry, PlayStation heeft niet exclusief uitgevonden. Nintendo randt op exclusives. Als Nintendo geen exclusives zou hebben, dan verkoopt hij een Switch niet. Hè? Daar is het hè. Ja, de Switch zou nog ik... redelijk verkopen maar het handheld was voor wanneer het was uitgekomen. Mm -hmm. Maar we weten even hoe, als er geen exclusives waren, dan zou de Wii U. Enkel demo-units hebben gehad. Want niemand zou er oh. een hebben gekocht. Oh, my, my, my. Dat is toch. Come dat is de grootste bullshit ooit. En dan krijg je zoiets van. Ja, oké, okay, dit is gewoon wederom slijk gooien. En dat is het probleem met dit soort dingen. We all lose, hè? We all lose. Want je wordt meegetrokken in een oorlog tussen twee bedrijven. die uiteindelijk maar één ding en maar over één ding gaan. Ze praten allemaal over. Protecting gamers and making gamers happy. No, 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 no. no. Making money and making money happy. Is <laughs> making it the... shareholders happy. <laughs> Inderdaad. Want <laughs> je hebt ook nog de mails tussen uh, between Phil Spencer en um, Jim Ryan. Mm -hmm. En daar zat wel wat interessant. Natuurlijk heel veel spierballen van PlayStation. Is het echt? simpele reden van. Um, Jim, dus in begin 2022 heeft, is er echt wel wat mailverkeer geweest tussen Jim Ryan en um, Phil Spencer. Phil Spencer om te zeggen van, kijk, heritereren van, um, kijk, dit is onze commitment. Wij willen nog altijd wel COD op PlayStation houden, want Sony heeft ook uitgekomen van, ja kijk, we hebben denk ik 7 miljoen PlayStation-users die niks anders dan COD spelen. Ja, 13 tot 14 miljoen hebben. Nee, dat, 7 miljoen waren. die daar 70% of meer van hun playtime is puur COD. Right. 13 tot 14 miljoen spelers hebben COD gespeeld in het afgelopen jaar of zo. Ja. Het, was, het was zoiets, hè. Da, da, da. Het was. Dat was, dat, was ook, really sick. dat was in een mail die uitgekomen is van Sony, dat gescand was, dat ze met een Sharpie dingen hadden uitgeblijkt. Ja, was... Maar die Sharpie was niet donker genoeg, dus je kunt echt zo nog vaag getallen zien. Dat is raar. Dat is echt wel zo... Uh, very, very. Want daar zaten prijzen in. Daar, zitten, daar gaan we straks nog over praten. Uh, ja. Want daar zitten budgetten in van The Last of Us Part II, ja, dat was en Horizon ter... Zero ja. Dawn. Of nee, Horizon Forbidden West. Dat was het derde ding dat ik ging zeggen. van, Ah, oh, er is ja. ook vandaag ja Geleakt van hoeveel dat de laatste en daarom the biggest enemy of Sony is hier nu kei veel memes en dat is dan een Sharpie zo. ja ja moest wel lachen dat was ja, memes hè we're all into memes hè. Um, als het goed is hè, natuurlijk uh, wacht in elk geval dus om het al te beginnen terwijl ik ondertussen die mails echt specifiek aan het zoeken ben maar dus de mail was dus van, van Sony uit van, van PlayStation uh, terug naar naar Phil Spencer van ja kijk het is goed dat je dat wilt doen merci maar er zijn wel voorwaarden. Je moet je wel committen tot een paar dingen die wij eisen over de games terug te brengen naar Sony. En een daarvan is, zoals dat we dat al vaak hebben heritereerd, is: de kwaliteit moet hetzelfde zijn op beide systemen. Je ja, moet geen inferieure versie uitbrengen of op PlayStation. Zo Gewoon, bewust wat meer bugs in de Sony-versie. bewust wat bugs, slechter framerate, uh, uh, slechtere frame uh, frame uh, slechter networking connection, whatever. Hij is zoiets van, ja, het moet wel. Alle games die op PlayStation zijn geweest, moeten op PlayStation blijven. Dus Ze mogen niet opeens content weghalen. Dat vind een... ik eigenlijk wel ik vind, dat, ik, vind dat, ik vind dat wel... Ik snap waarom... Ik snap beide kampen in dat verhaal. Ja, dat is het verhaal. Dat is zo... Gaat jij nog... We spreken hier over games die een paar jaar oud zijn. Hmm. Sommigen, ga jij, jij daar nog moeite in steken om daar echt nog geld uit te halen? Not really. Ga jij, jij die maintainen? Probably not. Um, maar maintainen, het is ook te zien... Waar, in welke staat, hè? Natuurlijk. Oh ja, het is daar. Gaat het over singleplayers, gaat het over multiplayers? Dat is een beetje het moeilijke, hè? Ja, ja. Dat, dat, met multiplayers ga jij op een gegeven moment moeten zeggen, ja, we're pulling the plug. Dus ga jij daar zeggen van, ja... Ja, maar ja, de plug, als in een eh, Call of Duty of whatever of gaat het echt over um, why is in een game dat helemaal niet veel wordt? het eh, laatste Battlefield ja die zo Overwatch shit die 2 of zo so. ja, ja ook een Activision app. game hè? ja ja maar er is, er is een World Cup bezig van ah applaus. ja juist maar het is de, de Deans, is daar het twee ja die had mij een tijdje geleden gestuurd van joh kunnen we in een een, een ja een... had dat verteld, Ah, is dat ik dat ik dat da podcast zeg. dat weet ik niet ah. kunnen <laughs> een caster vinden ik zo Echt niemand die dat spel speelt. <laughs> of die alleen ken veel kassen wel. Maar... Ik zou wel pas zijn op België in Frankrijk moest. Dat is eens dat ah, je ja. kunt altijd bij hem kijken. Maar dus een game dat niemand speelt. Oh maar ja, dus als dan een game is dat niemand speelt, dan snap ik dat jij dat niet actief gaat ondersteunen. Maar dan, eh, pak nu een, een FIFA of Call of Duty, eh, eender waar we gaan nu niet kiezen voor een of andere kant. Ja, dan zou ik dat wel een dik move vinden. Dan vind ik wel dat dat moet gezegd worden. Moet er dan weer een grens bepaald worden vanaf wanneer en hoeveel en Mocht het dan wel pullen, ja, dan wordt het weer moeilijk. Maar ik bedoel, we hebben het hier over miljarden. Ik bedoel, someone has to make the decision right. Mijn frustratie, gewoon met heel dit concept, is het ging gewoon over een bedrijf dat iets ging kopen. Ik ben er altijd tegen geweest, omdat ik het ja. wel anti-consumer vind. Of het is een redelijk grote purchase, waardoor dat je wel een precedent zet. Ja, als, als Xbox natuurlijk kiest van we gaan, we gaan een franchise, ga ik COD-exclusief maken. Natuurlijk, you're gonna hurt Sony. Eh, Sony heeft wel zo inderdaad het andere mails van we'll be fine gestuurd, van ja. als het toch doorgaat, we komen hier Wat wel duwer. over. Maar ja, als je kijkt, 7 miljoen mensen die daar veel COD spelen, tuurlijk als je die game Xbox-exclusief maakt, is dat geen garantie dat die 7 miljoen mensen automatisch een Xbox gaan kopen? Hè? Nee, nee, maar mijn, mijn grote frustratie met heel dit geval, hè, dus ik ben er zelf altijd tegen geweest, is dat plotseling alles out there is. Hoe, why? Ik snap dat niet, waarom dat, dat niet binnen vier muren kan ja. uitgeklaagd worden. Daarvoor hebben de advocaat en zo, bij ons kan dat niet zomaar. Ik je dat ook vragen. Dus ik vind dat gewoon raar en dan al die leaked shit. Ik ben allemaal zo. Allee. Dus ja, niemand wint hierbij. Dit is nee, 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 bad tuurlijk. press voor iedereen. Het is bad press voor iedereen, dat weten we alle, allemaal. Hè. Dat is. Dat is, dat is um... Maar ja, kijk, hetzelfde voor die 7 ah, tot 14 hier. miljoen Call of Duty-spelers die juist dat spelen en voor de rest zijn niet bezig met gaming. Die gaan dit nooit zien passeren en nee, die gaan dit nooit horen. En er zijn miljoenen mensen, miljoenen gamers, die er dus niks van gaan opvangen en niks van gaan te weten komen later ook. Okay, Het is gewoon voor ons aan betanding. Het ja. is echt gewoon voor de mensen die zich daarmee bezig houden omdat dat even iets is van, ah, oh, dat is sucks, maar ja. Ja, nee. de, ik heb de mail teruggevonden. Uh, niet in mijn mailbox, maar in die van Phil Spencer. Uh, dus hier staat het inderdaad van: eh, Phil Spencer heeft gestuurd van ja, ik wil het nog eens herhalen van 31 januari heb ik gestuurd van onze commitment naar Sony is dat we de Call of Duty, dat we alle Activision console titles houden, inclusief dan de future versions of Call of Duty franchise or any other current Activision franchise on Sony tot 31 december 2027. Boah, nog altijd wel inderdaad. Ja, daarna zullen ze we wel herniggen. <laughs> het een aan die herings gaat dansen is 31 december 2027. Dus <laughs> <yeah. laughs> dan is het inderdaad voor drie, drie maanden of zo dat we hier een deal hebben. Maar dan zegt hij maar ook al bij: It's hard to align the principles set out in your email of May 26, 2022, with Sony's leading role in the market. As I said before, we believe that keeping these titles on Sony, as we did with Minecraft, is the right thing for the industry and for gamers. Maar ja, het is wat veel zeggen is van, ja, Call of Duty exclusief maken op Xbox is niet rendabel. Dat is ook wat heel veel zeggen, is Call of Duty zijn heel dure games om te maken. Hè. Er komt er elk jaar een uit. Die zijn altijd high quality. Dat zijn draait toch ja. wat je draait wat je wilt. Dat zijn toch ja, met de stinkeye. Eh, het puur die, ik, ga, ik ga puur over die single players praten. Dat is toch de, wel de, de quality, nieuwere zijn hè? terug beter. Ja. ja, de nieuwe zijn terug beter. Hè? Inderdaad. De, de, maar die proberen de, elke keer wel het een beetje te verleggen, Ja, en ze hebben ook iedere keer wel een high profile name, een Kit Harrington. Ja, ja maar dat is ook met die laatste twee niet meer denk ik. Ik dat denk dat ze ook mee zijn stop. Ja, dat zijn ze nu ja, al Waarschijnlijk, stop, ja. want ze hadden dan Kevin Spacey was en... Was John Cena <laughs> niet nog? Het was oftewel... Is was it John, John Cena in, of so? in Cold War of zo? So? Of is dat gewoon die cover John Cena Het <laughs> <It laughs> <From laughs> zal, zo, zal zoiets zijn. Dat, oftewel een high-profile name, oftewel een goed spel. <laughs> Dat is, ja, het is had, wel. Gaat u budgetten naar een van die grote namen of gaat u budgetten naar de game? Wat kan niet zo zijn, want die twee zijn inderdaad wel echt heel slecht ontvangen, right? Ja, ja ik, ik speel die, die amper, dus uh, het gaat geen Ik zijn, vond, Maar ik heb de twee nu nog altijd niet gespeeld, Wat ging hem dan krijgen. Ik heb hem nooit gekregen uiteindelijk, omdat ik dan gestopt was met streamen. En I totally get that. Maar ik had er ook geen... Was 70 euro aan geven. En eigenlijk zijn zin nooit meer gedaan. Ik bedoel, ik kan hem torrenten, maar ik speel al geen games niet meer. Aan die nieuwste Call of Duty, daar... Uh... Ah, oh, maar ja. Maar. Of ik, weet niet, ik ben. Pfft. Ja, Modern Warfare 2, hoe lang is dat niet al geleden? Dat is al net geleden. Ja. Ah, maar ja, maar ik heb hem dus nog altijd niet gespeeld. En ik kan hem torrenten, maar ik speel gewoon bijna nul games nog. Ja. Dus, eh. Uh... Ah, fuck off. Met Nederlandse. Uh, ja. In elk geval, <laughs> uh, het is dan inderdaad hier ook wel. Uh, was inderdaad 800 miljoen, brengt het ongeveer op voor PlayStation Call of Duty. Dus daarmee is het wel een belangrijke aderlating, zou dat mogen verdwijnen. Maar dus die mail eh, op, als antwoord op, op dat van, uh, wat dat Phil Spencer heeft gestuurd naar Jim Ryan, stuurt uh, Phil uh, Jim Ryan terug van, uh, thank you for your email, we agree that ensuring Activision Blizzard games are available on PlayStation is the right thing to do for gamers and the industry. However, Microsoft's original proposal did not ful fulfill this objective and left us with serious concerns. that our counter-proposal is designed to address far from being unusual our counter-proposal represents the minimum needed to respect gamers interests and maintain competition but that sends of many buzzwords eh? that's a uh, respect gamers yeah yeah and um okay Dat jij er natuurlijk als beste net komt, natuurlijk. Gelijk dat een twist van deze gaat gelikt worden. I'll put my best foot forward. Ja, ze weten wel heel goed hoe dat ze dat mails natuurlijk een beetje wat moeten ver verbloemen, natuurlijk. Hè. Oh, maar ik ben maar, er zo slecht in. Het is gewoon van, jongens, bak Het is daar, maar dus. Ja, uh, yeah, rather, it is essential to agree that all Activision titles will be made available on PlayStation, irrespective of their original release dates, or whether they can be classified as part of the particular franchise, just as they have been historically. Dus dat is een om te zeggen van kijk als jij inderdaad morgen Crash Bandicoot uitbrengt onder een andere naam hmm. of jij zegt ah, het is een spin-off ja valt het dan nog onder in een franchise die al op PlayStation was zij willen daar duidelijkheid over hebben want jij kunt morgen inderdaad stel dat je een prequel doet of een, een gritty reboot van Spyros en Firefly of zo ja dan kun je daar een Xbox exclusive maken. Want we, we, dat is geen franchise die voordien op PlayStation was. We starten een nieuwe fran franchise ge 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 getiteld Crash Bondokot. Ja. Uh, <laughs> Crash Bandicoot gaat het nodig hebben. Want de nieuwe Crash Team ding is, whatever. Heeft, uh, had een piek op Twitch van 30 kijkers. De Rumble-ding. Ja. Crash Team Rumble. Dat is onder Amma, elke al... radar aan het vliegen. Ja, ik, ik heb, Maar ik heb kies gekregen. Twee. Ja. En ik heb een, ja, een voor ik, ik mij. Wel, ik en wouden ik, wouden ik heb we wel, ze he? gevraagd en van, moet er iemand een hebben. En heel altijd dan. Uh. Het ding is, ik, ik wil Don't get <laughs> Ja, me daarom wrong. Maar ik, ik had hem aan u gevraagd. Ik ja, gelaten, Crash, dus. I love it. Komt ook een tattoo van deze zomer. Ah, ik vind goed. dat zalig. Um, ik heb gewoon geen tijd. Ik, welke games heb ik de laatste tijd altijd oh, aan al ja. gezegd? Het What hoeft shit. niet. <laughs> nee nee, maar zelfs ja, zelf dan ja. niet ja. heb ik geen tijd voor. Want ik heb beginnen heb luisteren naar jullie aflevering van vorige week. I tried. Um, wow. Boring, dat podcast. <laughs> uh, nee, het is gewoon... Ik heb weinig tijd. En dat was het in het begin ook zo. Ja, Witcher. Ja. Ik had vorige week... Ik heb veel tijd gestoken in mijn steam Deck te de modden. Dat er emu op opstaan. Wat is het allemaal? Ik heb mijn PS Vita keer helemaal gemod. Alles erop en eraan. Nee, eens uit de tas geschaald. En, ja, dus ik heb al twee weken uh, nul games gespeeld. Het wat ik heb gespeeld is Only Up. Je meen dat nou, we hebt daar only up gespeeld. Ik was vorige week. Um, we, hebben er, we hebben het er ook over gehad. Ja, ja, ja. Is het echt. Ah, dus vorige week. Um, ik was donderdag dan thuis gekomen En de verre avond had ik iets van. Oké, okay, nu had ik echt geen clue doen, <laughs> ik doen. Ik was in die moed. Dus ik start mijn stream op. Ik weet zelf niet of het niet was. Ja, het was op stream. En dan Arno zei: Je moet only up spelen. Tuurlijk dat een Arno dat zei. En ik zeg... Maar dat is zo kak. Dat ja. ziet er gewoon al kak uit. Ja. Maar het is zo dat, en zo dat Ben het ik weet dat niet van hem, is, hè. Maar zo dat, ach ja, iedereen is zich precies wel aan het amuseren, hoe scheet dat ook is. I'll give it a go, fucking was 20 euro zo of wat ik daar 30. Hmm. Can't remember. Whatever. Dus ik koop dat. En ik had niet eens het gevoel dat het zo moeilijk is. Het is gewoon een fair. Ja, dat ja, is zo. Dus dat dat. Dus, ja. Mijn maat zou zijn, dat controleert lekker een stuk groene zeep op een bash. ken je het zo. Ja, ja, ja. zo <laughs> en dat is zo random. En ik had zoiets van: oké, okay, ik zit alleen niet ver, maar ik had zoiets van: maar ik haal niet plezier dat ik ver geraak of zo. Ik ken er ook ik ken iemand zien uitspelen na 42 seconden. Ja, ik heb het ook gezien. Op uh, TikTok. Dat, dat is blijkbaar blijk in slow mo een koprol doen op de rand de, op van de rand. Met ja, u omhoog. Maar, en hij vliegt gewoon omhoog naar het einde. Dat is echt seconden. Maar het is random over hoe ver je vliegt, blijkbaar. Nee. En het was ook de eerste keer dat hij hem lukte om zo ver in één keer te gaan. Maar ja, de speedruns zijn waanzin. En dat vind ik weer leuk om naar te kijken. Want er is nu ook een mouse-only speedrun. Een mouse-only? Ja. Dus ik denk dat enkel vooruit en springen is of zo. Oh, wow. En dan enkel met je muis mikken. Dus dat... Maar ja, je moet kunnen lopen ook, want sommige dingen zijn niet te doen om te... Je kunt bepaalde jumps niet halen als je niet aan het lopen bent. Jawel, ah, dus dat bedoel ik. Dus waarschijnlijk vooruit lopen en uh, springen. Ah, ja, gewoon harder op... lopen, uh, of ja. In ieder geval, er is normaal zo'n speedrun, what in out. Ik heb gewoon zoiets van: oh nice. We zijn weer in die territory van coole speedruns. Yeah. Ik heb het gewoon gerefund. Ik ja. had zoiets na een uur: well, this is ass. <laughs> Want ik had twee keer het geding van: ik heb op spatie geduwd en dat figuurtje doet niks. Ja. Dat ik niet goed spring of dat ik het fout getimed heb, kan het me leen. Er was zo'n comment op die video, want dat kan eigenlijk zijn dat je die 42 seconden speedrun gewoon doorstuurt naar mij. En dat ah aangegaan. ja, ja maar dat kan wel. Ja. Uh, er was een, van, een comment op van, uh, ja, dat is wat er gebeurt als je een game maakt op een andere engine, met, met asset, met, op, nee, op een engine dat je niet gemaakt hebt, met assets dat je niet gemaakt hebt. Ik zei van, dat is geletterlijk bijna iedere game in de industrie beschreven. Ze makker, uh, heel, nee, nee, heel 9% van Steam's is library. Is, ja, like engines schrijven niet zelf. Niemand doet dat zijn. nog. Vroeger was dat zo'n beetje het ding van, ah, je moet je eigen engine zijn, bla bla. En iedereen tegenwoordig ziet zeg maar. We hebben we hebben een real en we hebben Unity, Unity en real en, uh, ja, dat zijn wel de, allee, dat ja, zijn de big shots zijn de uiteraard. Ja. Uh, en dan hadden, ja assets, ja, sorry maar dat schijnt, dat schijnt wel er. Mac, snel, niet snel, maar. Als je de kunsten niet hebt van 3D-modeling en dergelijke, dan gebruik je de assets die je online vindt of beschikbaar zijn in een engine. Hmm. Uh, en je ziet dat gewoon ook direct aan wanneer dat, dat spel opgemaakt is, is dat, dat ja, het is kind de bedoeling om zo ass te zijn. Hè. Ja, maar ik had het altijd dat gevoel van ah, dat is echt zo dat, dat Ben het die gedoe. We ja, ja, hebben dat vorige week uh, ah, exact ja. zo beschreven. En ik had zoiets van, oké, okay, I get it, Maar ik ga je nooit, zelf als zou ik het uitspelen, zou ik dan nooit naar reward hebben. Want ik ben gefrustreerd. Over hoe slecht het is. Bij Bennett Foddy heb je, is het eigenlijk nooit echt uw, uh, is het wel uw fout als ja, je mist. Het zijn de dat physics, is echt skills. Uh... Maar dit is zo van, ah oh ja, hier is een physics library van het internet: drag, drop, yep. whatever. <laughs> Terwijl bij Bennett Foddy is het zo dat dat exacte, als je die een pixel niet goed timet, dat is uw fout. Hoe yep. kut dat ook is, maar jij hebt het fout gedaan. Dat is nog en hetzelfde, met, hetzelfde met Jump King, als ik dat sticky zie spelen, oh my. dan is dat, ik frustreer mij kapot, maar je weet van, dat is omdat hij een halve yeah. millisecond te lang op space heeft geduurd of whatever. En dat is niet omdat die game physics slecht zijn. Ja, yeah. dat is gewoon omschreven. Dat is zeer goed En da daarom vind ik dit minder leuk. Maar whatever, I tried it. Ik zie Gerard nog altijd uh, de mail lezen van Jim Ryan. Dus, 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 dus het is lastig. Het is <laughs> 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 dus interessant, maar het is ook wel... De um, main points waren... Ja, dus de, de ene point te. was inderdaad gewoon van die franchises. de franchises. Hij vraagt drie principles. Hè? Dus een van de principles was inderdaad gewoon van... De historical. Uh, zie dat de franchises nog altijd available zijn. En available zullen zijn. En dan we moeten echt definiëren van wat is een franchise. Het tweede is ook. Wacht, ik heb het juist gelezen en ik ben het alweer al vergeten. Uh, <laughs> Was... en, maar dit, dit is een lastige. Is, uh, ah nee, I've, I've, ah, maar ja, het doet second principle, maar dan doet het hem second term op een gegeven moment. Dus daarmee dat ik. Dus dit, is, dit is wel een rare, want daar vond ik een. Uh, de, dus is, is, is dat twee principles voor, dan met deze principles in mind? First term, second ja. term, third term. Ja, inderdaad. Dus de twee uh, is in addition. Ja, dus dat is ook inderdaad gewoon over die kwaliteit. Eh, dus dat, de, dat, de, like dat we eerder zeggen van alle franchises moeten mm -hmm. moet available zijn. Het tweede is dan inderdaad dat de kwaliteit hetzelfde moet zijn op PlayStation als Xbox en zo. En dan heeft inderdaad nog, de terms van de proposal is dan natuurlijk ook de prijzen. Dat de prijzen natuurlijk niet gaan veranderen. Dus dat Sony niet mee moet betalen voor hetzelfde. Tweede is dan wel wat ik een heel raar... is unequal treatment of Activision games... in subscription services... would lead to unequal availability of the games. As long as you agree to the fundamental principle... Activision games should not receive unequal treatment... on the party subscription service... we are open to further discussing the details... of how this might be accomplished. Ik vind dat verwarrend. Ik denk dat het er iets mee te maken heeft... Dat in subscription services niet available zou zijn. Die optie niet available zou zijn voor Sony of zo? Mm. Het, het is een heel rare zin. In elk geval, we gaan verder. En dan de third term is dat, gelijk dat ik zei: alle gemaakte deals tussen S Sony en Activision gaan niet verder in de post-acquisition wereld. Uh, no. Dat heeft vooral te maken met dus. Financial en marketing arrangements, want Sony heeft een exclusiviteitsdeal met, met Activision als het gaat over Call of Duty. Als je een Call of Duty ad ziet, dan gaat er altijd PlayStation Marketing in zitten als dat op tv is. Zij mogen dat van Play op on PlayStation, hetzelfde als jij je een Diablo-reclame ziet, je er altijd bij zien Play op on Xbox. Nee, en ja, dat ja. zijn ze van die deals dat zij kunnen meepikken op, op, dat, op dat ride. Hè? Mm -hmm dus ja dat zijn dan de deals dat er zijn uitgekomen um, want ze zeiden ook met Bethesda hadden we ook zoiets en ja we willen dat toch wel een beetje anders zien dan het dat, dat toen was uh, ja. Of ja dat hem daarmee vergeleek um, dus ja dan zegt hij van ja we would appreciate your confirming with this, that these terms are acceptable As a framework for parties to negotiate an appropriate written agreement. If you confirm this, I will instruct my team to get started immediately on preparing an agreement that can be finalized following negotiations with your team. Please let me know if you have any further questions. Regards, Jim. That's it. Come, 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 come. So that's it. Well, And I think that also stopped. I think that Xbox is not with these principles and terms, Want Sony. Ja, blijft natuurlijk nog altijd aanvallen tegen de deal. Dat hebben ze, ze hebben toch wel gelobbyd tegen die deal. Dat is wel Duidelijk, geweten. Ja. En natuurlijk, nu ook met al die ondervragingen, blijven ze natuurlijk ook wel een beetje meer... Uh, als je naar de, de, de vragen in het interview met Jim Ryan kijkt, dan denkt je wel van... Ja, oké, okay, ze, ze willen het nog altijd tegenhouden. En dat is wat hem simpelweg zegt. Liefst zie ik die deal gewoon niet doorgaan. Eh, ongeacht of dit nog altijd goed gaat en dit en dat... Uh, ik zie het gewoon liever niet doorgaan en And, uh, hm. een andere interessante statement van Jim Ryan op de beurs hmm. of op de FTC was wel uh, publishers hate Game Pass because oh, it devalues ja, ja. the Dat was value ook een over of your verte, game ja. daar is veel reactie op ja. gekomen veel natuurlijk kleine publishers gaan er niet mee akkoord maar hij had wel gezegd major publishers dus uh, een Sega een Capcom whatever die zijn er eigenlijk een beetje wat tegen, want het undervalue. Ze merken niet dat dat eigenlijk een positieve boost heeft voor de game. Ja. Gelijk dat dat eigenlijk door heel veel mensen wordt insinuated. Ik denk ja, dat de Indies. It makes sense. De Indies is dat Kijk naar een Tuning, Kijk naar een Dead's Door. Die hebben een ja. serieuze boost gekregen. Maar inderdaad, en plotsing physicals en zo. Inderdaad, maar als, je hebt, als, als Resident Evil 4 of zo een exclusive was in Game Pass, ja, dan zou hij waarschijnlijk niet zo goed verkocht hebben. Want dan denken mensen, ah oh ja, als je in, in een Xbox Game Pass kan zitten, zal die uiteindelijk ook wel een PlayStation Plus subscription komen. Want in veel manieren is daar wel een beetje parity tussen. Van ja. het een volgt wel het ander op na wat delay. En ik geloof daar wel een beetje in. Hè? Want Sony is heel duidelijk van een game komt niet day one uit ja. op PlayStation Dat waren plus van onze ook. dingen. Ze van oh, Sony, ze toch uh, dikke afzetters, van je zet games niet first day erop. Ja. Dat is zo, makes sense als bedrijf. Als bedrijf, denk ik de is really logisch. Na. Sony heeft niks te ver... Uh, Sony heeft niet het budget om te verbranden, om de service is. te vergroten. Uh, ik ga er nog altijd uit, Sony of Playstation is not in de subscription market, die zitten altijd in de console market. Op het ja. van een de dag tegen wat zij echt gewoon veel wil verkopen is consoles en de brand, want Hey, volgende maand een Ganterismo-film. We hebben de Last of Us TV-reeks gehad. We krijgen. Twisted Metal ja, komt eraan. En uh, God of War komt er ook aan. We hadden de casting-rumor. De casting-rumor is fucking Dwayne Johnson. Ik je het hebt van. Fuck oh, off. What? Please no. Oh, Please dat is no. niet zien passeren. Dus ja, daar zijn ze op aan het Ja, mensen. Omdat dit... Dat is een gigantische, mens, of ja. een gigantische sterren. Dus natuurlijk dat boost. Ja, plus hij is in huge. Ja. Maar het is nee. niet zo de. Yeah <laughs> Nee. De... geef mij dan aan Dave Bautista of, of andere Kun... mensen zijn er veel beter in. Hij heeft de Gravitas niet van Nee, van die gaat Ik je dat I'm sorry. Sinds wanneer is The Rock Will Smith? Die zijn ah. niet zoveel anders, van ze. Ik, ik, uh, in ik, ik zie, ik ik zie daar gewoon zo halverwege een fucking energy drink promoten als Kratos. <laughs> ik, ik, you know. al, ik wil wel nu zo like een artist-render van Kratos met zo die The Rock wankbrouw. Ik ging net zijn? hij gaat zo binnenkomen. Hey boy. Boy. Dat is zo, zo die marking op zijn gezicht, is gewoon zo die wenkbrauw. Al die andere rode zwijgen, daar is zo... Die scars engel. zijn gewoon die wenkbrauw. En dan zo wat babyolie aan het invullen. Uh, ja, en, en die, die en zoon, uh, zoon van hem ook heel <laughs> pump, pumping iron ja. en de shit. Andere, iedereen, de beste reactie die ik daarop zeg was aan iemand... En this boy will be a trace. En dat was dan zo Tom Holland. En dan Oh, ja. oh my god. In elk geval, dus... Um, als... Ja, Sony is natuurlijk meer in de PlayStation brand ook groot te maken. Want Sony is natuurlijk ook meer een media company. Dus die denken natuurlijk over eh, we willen nog films kunnen maken, we willen nog reeksen kunnen maken. We're thinking about the bigger thing. Terwijl Microsoft is natuurlijk meer een subscription bedrijf, daar zijn ze ook goed in, eh, Azure, al die andere dingen. Uh, meer uh, subscriptions. Dat is waar dat zij goed in zijn. Dus dat is waar ze naartoe gaan. Want ander ding dat er is ook uitgekomen. Xbox heeft waarschijnlijk zichzelf keihard in de voet geschoten omdat zij hebben op een bepaald moment meer consoles beginnen zelf kopen. Dus de Xbox Series S en de Xbox Series X waren minder te verkrijgen omdat zij aan het inzetten waren op xCloud. Dat is hun excuus. Hmm. Ja, excuus is een groot woord, sorry. Uh, is, is hun verklaring waarom dat je ze niet zou vinden, want... Als jij Game Pass via je GSM speelt en je wilt streamen, daar runt op een Xbox. Ja. De hardware dat erachter zit, is, is een Xbox. Dus ze hebben meer consoles gestoken in. Waarom rent dat een Xbox? I don't know. Bij PlayStation is dat al logisch, bij PlayStation 3, want die games kunnen op niks anders runnen. Maar waarschijnlijk hebben zij heel dat systeem zo opgebouwd dat het dezelfde components. Dat altijd sicker, hetzelfde... like. het is logisch, maar ergens is dat ook denk ik duurder dan dat dat eigenlijk als een so, server is ja, gemaakt. Ik niet... Ja, nu dat het zegt, is ze van ja, hoe zou je dat bouwen, maar je wilt consistency. Ja, maar ik denk hmm. dat je heel veel parts... En Je gaat het ook niet over want stel dat je een mega zotte server maakt en al je games hè, in 8K hebben. Ja, natuurlijk. erop en eraan en dan heb je iets, oh, ik ga nu een Xbox gaan halen, want dat is... ziet er kei goed uit en dat Ge is dan, ah, Dus twee analytics. Het eerste wat dat moet doen is gewoon een host doen van je profiel, en dan de game runnen. Dus dat is waarschijnlijk heel snel opgebouwd op een Xbox. Ja. Maar aan de andere kant, ik denk dat je het goedkoper kunt maken zonder een Xbox. Maar je hebben hun eigen groot stuk. Dus die hebben gewoon een, dus een dus stuk gekocht. Ja, maar PlayStation heeft hetzelfde gedaan met ja, ja. hun streaming. Hè? Dus ja, ja. PlayStation 4 ruimt ook op PlayStation. Ik had er gewoon nooit over ja. nagedacht dat je dat zo'n dat zo server... Ja, ja, allee, ja dus uh, zij bouwen letterlijk waarschijnlijk een van een die B, torens die yeah. gemaakt zijn met allemaal andere torens. En ik dacht van, ja, maar dat is niet logisch, want je ziet wel Xbox... Ze zeggen van, ja, we hebben Xbox Series S en X daarin gestoken. Denk ik denk van, waarom zit je dan Xbox Series S in? Ja, maar langs de andere kant, ja, natuurlijk. Als, als je in die games moet runnen, is het misschien logischer dat je die op een S laat runnen. En goedkoper, runnen, ik bedoel En goedkoper gewoon. om hem ja. op een S te laten runnen. Dus het is wel interessant. Maar we maar... kunnen wel niet 4K. Ja, maar je kunt geen 4K streamen, denk ik. Ik denk dat je 11 maar k kunt streamen. Ah, was dan Nvidia dat dat wel offerde? Ja, ja, Nvidia Ik weet, ik weet dat er op de Discord een keer discussie was. Maar okay, dat natuurlijk, vind ik cool het grote risico dat ze daarmee hebben gedaan, is ze hebben nu wel een achterstand nog meer... Eigenlijk zelf gemaakt. Want dat heeft Xbox ook gezegd. Ze zeggen they've already lost this generation. Ja, no, ja. no, no, no shit. Ja, nee, ja, maar ze, ze komen nu met Starfield en Keivele excuses uit. Maar toch ah, zeggen ja, ze, ze het nu al eind te halen. Maar... We zijn het nu al verloren, zeggen ze. Ja. Maar de console war is a social construct. Ah oh ja, sorry. Oh. Dat was ook zo. Dat was de quote van Phil Spencer. Ik zei al die quotes van... deze week: oeh, oeh. Oe. Oe. Ik heb al t-shirts gezien met dat erop. Ja. Yeah. Ik dacht van: damn. Wars are a social construct. S social social construct. Ik had zoiets van: them. Misschien moet ik dat ook. Ja. Yeah. Misschien ook op een t-shirt. Misschien is dat uh, als jullie een nieuwe Xbox uh, of Gamecast t-shirt willen met social construct. Bij deze. Uh, we gaan hem niet maken. Know Cohen's a number one social construct fan, or so, yeah. As a, as a console wars is a social construct with the community, I would never want to count our community out there of big fans. If you look at our market share in the console space for over the last 20 years, we are in the third place, but yeah. Maar even Kijvel, gelijk. Die, ja, gelijk, tuurlijk. Hem, op dat vlak heet hem gelijk over die laatste maar Een social construct. Ja, dat, ja was... dat is niet waar. Dat is niet enkel social dat dat uitdeelt, want je zit in de derde plaats. Hoe kunnen we aan de derde plaats zijn als het een social construct is? Het is <laughs> still een <an> economical construct. <laughs> in elk geval, heel, heel die discussie gaat hier wederom over Xbox en PlayStation. Nintendo wordt hier keihard er buiten gelaten. Nintendo zit er als derde met: we have all the money. We have all the market share. Oké, okay, you do you. Dat is zo echt. Zo, zo, is dat is dan een giftkeuze van twee kinderen die ja. aan het fijnen zijn op een playground. En in de zitten zo één gewoon spelen met zo'n zandkasteeltje. Dat is wat dan Nintendo is. Ja. Is dat zo zandkasteeltjes dat PlayStation en, en, en Microsoft daar zo. Nee. Van... Ja, daar komt het op neer. Hè, want dat was dan ook nog uit de getallen die gelekt waren: van, uh, play, 30% van de PlayStation 5 owners hebben een Switch. Allemaal van die andere dingen. Ja, het dus. een of getal, want we hebben dat net vergeten te vertellen. Want je zei van met die Sharpie, de, ja. dus dat is ja. een van die daar dingen we, die al past. Daar in. ging het inderdaad nu ook over de, terug. De, uh, de Last of Us 220 miljoen heeft gekocht. 200 miljoen voor de Last of Us ja. en 212 voor 220, uh, voor... 220 voor de Last of Us en 212 voor uh, Horizon. En het feit dat daar maar 8 miljoen 200 verschil 200. tussen ja. zat... Ja, Dan stond er 200. Kijk, ik zat daar gewoon van onder. Ja, maar dat is raar. Dat is ja, raar ja, ik, raar, ik heb er want... straks dus ook een artikel zien met 200. Maar ja, misschien ah, heb je 2020... het gewoon afgekocht. De last was Each kost over 200. Ah, was over 200 oh. million. Dat was oh, so het. Dat is typisch, die. Die dingen zijn, maar ze hebben dat hier. Dit is de original, als het uit je dingen staat. 200 employees. Het <laughs> waren 200 employees fulltime. Worden wij ik ook echt dat het 200 was. Whatever. 200 of 220 maakt nu geen hol uit. Het is veel geld. Het feit dat Horizon for Benno West, en Last of Us 2. Similar waren van. Dat vind ik het nog het gekste. Ja, want dit like, Horizon Zero Dawn bank nogal veel op wat dat. Uh, uh, for, sorry, for Forbidden West, west bank nogal serieus op wat dat Zero Dawn heeft neergezet, namelijk je kunt veel assets hergebruiken. Maar de uh, misschien... of Us Part 2 heeft waarschijnlijk ook veel. Gekundigen. En niet vergeten, Horizon was nee, multi multi-console, dat is een nieuwe console. I'm sorry, wat? Horizon steamy. is een multi-console game, dus. Ja, die was beide op PS4 en 5 uitgekomen, dat was ik Dus je ja. okay. oh, dus ja, asset-kost ja. is hoger omdat je alles moet pre preparen voor 4K. Ah, Terwijl ja. Last of ja. Us Part 2 is 4K. Hè, op Pro. Dat, is de ah, dat de was enkel ps 4 Maar Sam, daarna, cramming dan af, hebben ze die kost erbij gering van dat er PS5 is? Ja, maar, maar dat is geen een echte PS5-update. Maar is dat dan de... bij Horizon wel? Ja, dat, maar bij Horizon is het een full-on PS5 title nog altijd. Dat weten niet. Dus, dus we kunnen, en we bij kunnen, die 212 kan ook nog altijd een DLC ook bijgerekend zijn. Nee, je kunnen er niet, ook he? vanuit gaan dat like, een open world ja. gewoon veel intensiever en, en duurder is dan een single. Decima player. Engine is ook gedevelopd voor Next Gen, al die andere shit, terwijl. Maar part 1 ja, dus, is dat pas begonnen voor, voor, voor Sony. Hè, dus. Maar is um, Decima Engine ook niet semi-gefund door uh, Kojima? dan? Ja, die hebben daar ook nog aan. Uh, oh ja, dus dan vraag ik mij gewoon af. Allee, snapte, in, in die gaan over zo bedragen. Ja. En dan hebben ze van is er allemaal in meegerekend. Still, het, het, um, wat ik gewoon zo zot vind en wat ik ook wil benadrukken, dan, omdat we blijven een gaming podcast, is dat wij onderschatten hoe fucking duur ja. dat gamesmarkt is. Oké, okay, ja. we zeggen soms, hè, geet, ja, vijf, dat was 500 miljoen. Oké, okay, een helft was fucking marketing, which was smart. Ja. Maar het, het ding is... Dit is, is 200 miljoen puur productie, ja, ja. niks marketing. Maar wat dat iedereen dan zegt, is van, oh, maar waar moet dat allemaal zo duur zijn? Hè? We onderschatten dat, bla, 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 En volledig akkoord. Maar het is ook omdat mensen zoals mij, hè, dat is gebleken net de laatste paar podcasts, is, we verwachten ook gewoon altijd meer en meer. Dus die kost gaat ook altijd om meer omhoog gaan. En uh, dat bewijst ook wel dat games duur tussen twee aanlegsteeks zijn. Want ik vind dat niet duur. Want een dagje naar het petpark gaan is duurder. Dat zeg ik, ik altijd. Een dagsje naar het petpark gaan is duurder. En daar hebben we het precies minder moeilijk mee. Ja, ja dat is waar. Dat is, en dat, dat is, nu heb je nog iets in je handen, Nu heb je nog iets in dat je kunt blijven spelen. En dit ja. en dat, want ey, ik heb nu Final Fantasy XVI ook gekocht. Ja. Omdat ik zoiets heb van. Ik heb eigenlijk altijd, quasi altijd Final Fantasy op release gekocht. Omdat ik altijd zoiets heb van. Ja, dat is 60, 70 euro. Maar kan mijn geld er wel uit? Ja, niet alleen dat, maar dat blijft 60, 70 ja. euro. No, die Don... worden wel, Don... wel goedkoop. Nee, 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 voor te kopen wel. Want ja, hebt ja, ja, Tom ja. bij tweedehands een Final Fantasy die minder dan 50 euro kost. In de eerste paar maanden niet, inderdaad. En nu zeker, inderdaad, retroactief. Nu waren ze terug meer in waarde. Die, die, die waren altijd nee, wel, wel terug, ja, ja, ja dat wel. is wel waar. Maar nou, jij kunt Final Fantasy 7 Remake kun je nu voor 20 euro kopen. Hè? Dus ja, als je ja, wacht, dan ja. heb wel even. Maar ik heb altijd zoiets van... Ik heb nog nooit een Final Fantasy gehad waar ik bij ging. Dat is de waarde niet waard geweest. Ja, ja, okay. En dat is wel inderdaad bij games altijd zoiets. Um, ik wou nog één domme quote erbij steken. Bobby Kotick, onze vriend, heeft er dus <laughs> nog gezegd van... Playing Modern Warfare 2 on a phone would be like using a refrigerator as a safe. Ik snap niet wat die vergelijking is. Ik denk dat de bedoelt, het is niet gemaakt voor op een phone te spelen. Ja, maar eigenlijk dat de refrigerator niet gemaakt is om een safe te zijn, want er ja. zit geen slot op. Ja, I guess. Dus... Alhoewel Amerika, ik guess. Ook wel Amerika. Ik zou denken dat je meerdere dat je betere ver vergelijkingen <laughs> zou kunnen maken dan dat. In elk geval, ja, het is een Bobby. Hè. Dus uh, we moeten niet te veel van Bobby. Verwachten. Speaking of them Bobby, want ik denk dat we dat is wel de, de management shit wel aan de kant kunnen zetten. Nee? Ik denk dat er nog twee dingen waren dat we nog moesten bespreken. Ik, ah, ja, het Google gegeven, moet ik nog zo even ja. aan uh. En wat um, jij nog iets? Ja, nee, ik, ik heb dat gezegd. Ik vind het gewoon kut dat dat allemaal out there is. En um, dat we in zo'n rare situatie terecht zijn gekomen. Ja. Want uh, nog een vlucht is van: ik zei er straks van, dit is anti-consumer maar het blijft business, want dat ja. vergeet we altijd, dat er altijd business is. Ieder, ja. Bij de bedrijven dan er iets van, we like money, hoe gaan we geld verdienen? Eh, andere grote bedrijven, een Apple, een Google, als die iets zien van, hey, we want that, ofwel kopen ze het, ofwel uh, laten ze het nabouwen, en um, Sherlock noemt dat in software, allee, bij ons toch. Yeah, um, als figuring als... out how it works and then reproducing. Oh, ja, dus you're Sherlock, want uw bedrijf heeft geen nut meer, want wij als groot bedrijf, yeah. dat iedereen veel meer vertrouwen in heeft... Hebben het gewoon nagebouwd? Netscape en Internet Explorer is daar het bekendste voorbeeld ah, ja. Netscape was een browser voor het internet dat je moest kopen. Microsoft zette gewoon Internet Explorer. Ah ja, voilà. Dat was gratis. Ah, maar... Netscape was een harde Bijvoorbeeld, als wij, als wij bij iOS uh, wilden developen, had ze een heel duur tool. Dat, dat noemde het trouwens ook Reveal. Um, <laughs> en dat was duizend euro. Um, en dan konden u een app live debuggen. Dat je volledig in 3D kon zien waar, welke lagen dat er allemaal waren. Hey, dat was easy debugging. En Apple had iets zoiets van. Hey, that's cool. Dus de volgende Xcode release had dat gewoon ingebouwd. Oh. Dus die reveal die fucking te veel geld aan het verdienen waren, want dat was knijter moeilijk om te maken. Ja, die zijn Sherlock, dus die waren gewoon straight out of business binnen de maand bijna. Al ja, snapte in, the in theorie. Dus en, en Daar heb ik ook een beetje het gevoel van. Is, is het omdat dit mij zodanig aantrekt, omdat het over games gaat, dat ik het hier moeilijker mee heb, dat dat. Competitief wordt hè, omdat we hebben sowieso is op Discord ook al gebleken, embracer is kind of doing the same, ja. maar zij doen het met bedrijven dat niet iedereen wilt en zij maken niks exclusief, nee, nee, dus je hebt een monopolie, maar niet echt. In het geval van van embracer heb ik altijd een beetje zo meer het gevoel gehad van ze proberen het ook voor de good of daar geloof ik wel meer het gamer verhaal dat ze wel proberen van. Alle properties bij ja. juiste bedrijven te maar krijgen. Da, maar ik heb ook zoiets van... Zij hebben, zover ik weet, geen exclusives. Of toch weinig? Ze hebben nog geen exclusive gedeeld. Nee. Oh ja? Dus ik heb zoiets van... Nee. Oké, okay, zij kopen al die bedrijven de zin, op. Misschien was dat die een deal dat misschien Van 2 miljard, is, van dat, dat, 2 kan. miljard hè. Dat, dat kan. Hè, dat kan, dat dat een exclusive deal was voor... Ja, ik ga ja, hem van de week wat chocola sturen omdat ik er zo mee zat. Ja, ik ga dat... nee, dat is ja. echt pad. Maar um, ik heb gewoon zoiets van... Zij kopen al die bedrijven op. Akkoord, dat is... Kunnen in theorie zeggen dat dat monopolie is, maar zij poorten het nog altijd op beide consoles. En daarom dat niemand er echt moeilijk over doet. Het feit binnen een Activision dat zij dan zeggen: Yoink, en nu mogen hun er niet meer meespelen. Dat moest Embracer dat doen, zou iedereen daar ook zoiets hebben van: hmm, dat is misschien niet slim wat er hier aan het gebeuren is. Want dat is waar dat ook alles over gaat. Hè. Het gaat niet over het feit dat ze Activision kopen, het gaat over het feit dat er exclusivity op het spel staat. Ja dan wordt het een gevaarlijk verhaal. Ja, en gelijk, gelijk dat ze heel hard zeggen, de Disney of games. Ja. Zij denken, iemand gaat alles in handen hebben. Want inderdaad, een Disney is quasi na incontournable. Hè? Ja, ja. Die hebben Star Wars, die hebben Marvel, die hebben ja, Disney als, als zichzelf, maar dan hebben ze ook nog Fox destijds opgekocht, waar ze nog kevel content hebben, ja, ja. keiveel goede ja, reeksen, Alien vs. Predator, uh, wa, wa, allemaal van die, die, die properties, alles. alles, bijna. Maar, dat, maar dat is, wat dat Disney doet, is in mijn ogen meer een embracer, want je hebt nog altijd gewoon overal access. Ja, maar dat is omdat dat, omdat dat een andere markt is. Ja, het is maar, moeilijk te vergelijken. Maar... maar Disney heeft wel zoveel touwtjes in handen dat die letterlijk de mens kunnen sturen naar, naar cinemas en zeggen, ah... Maar jij mocht je niet spelen op die ene dag, aan ja, ja. Ta, want daartoe, it hurts us. Ja. Die hebben nu alle touwtjes ik, in de handen. Ik weet en dat nog. is ook wel gevaarlijk. Want ik heb uh, Stevie gemaakt. Uh, allee. Ja, ik, 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 ben, ik was een groot uh, ding van. Remember van dat ding dat TPG. Vijf, vijf maanden heeft geleefd of zo. Ja. Eigenlijk, wat, dat, wat is dat nu allemaal? Dat streams geworden is. Ja, ja, het is waar. Dat is eigenlijk de basis geweest van streams. Um, dus ik heb dat gemaakt. En dat zat vol, maar dan ook vol. Met exclusive dingen. En dat was. Allemaal Disney. Ja. Dus um, alles wat op 7 uur uh, primetime, als dat Disney was, dan mocht dat niet in de vod zitten. Dat betekent video on demand. Dus alles in de afgelopen 7 dagen, alles wat tussen 7 en 8 uur was, mocht je niet terug herspelen. Want dat waren allemaal exclusieve rechten en dan moest je dan een miljoen voorbij betalen. Allemaal van die zotte contracten. En dat was gewoon Disney die zei: ja, als je het niet tekent, of, of je betaalt niet, ja, fuck you dan, hè? Want ja. zij hebben alle, alles, hè. Ja, want zij hebben ook ABC, denk ik, valt daaronder. No, dus die hebben heel kijk, veel reeksen, gelijk, Lost en zo, allemaal van die oh ja, dingen. Ja, dat valt allemaal iets. onder Disney. Hè. Dus het is dus, dus, dus veel meer dan dat je denkt in het geval van Disney. En ja, die zijn op een positie dat zij, de, 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 dat zij eigenlijk echt kunnen kiezen. Want ze kunnen letterlijk zeggen: ja, naar wie gaat er gaan? Ja, het gaan? Naar gelijk. wie gaat het gaan? En daar is het risico. En daar snap ik Xbox ook wel in van. Ze beschikt dat iemand dat gaat worden, het probleem oh, is dat oh. zij het gewoon gaan worden. Ze zijn basically tunnels. In elk geval, het laatste wat ik hier nog wil zeggen is gewoon één mail van Phil Spencer uit 2019. Wat ik een heel interessante vond, is dat hij naar iemand binnen een Xbox waarschijnlijk stuurt: uh, van kijk, we zijn gelijk Polaroid. Ja. En daarmee wil hij eigenlijk zeggen: van kijk, we zijn misschien nu op een hoogtepunt. Gelijk dat Polaroid in de jaren negentig echt gigantisch was: share was 100 dollar voor uh, een share. Ja. Nu, 20, 30 jaar later, is dat echt gelijk Face, een, een dollar van een Polaroid. Uh, of als het nog bestaat: Polaroid. No, ja, eh, ik no, weet, nee, it. bij Kodak was dat. Kodak is 100 dollar in de jaren 90 is nu een 1,70 of hmm. zo. In elk geval, dat is gewoon ver, veranderd. Want dat was van analoog naar digitaal. En die zijn niet meegegaan. Op een bepaalde. Eh, Polaroid dat je vandaag kent, is hoogstwaarschijnlijk opgekocht door een ander bedrijf. Eh, dat is nimmer de echte Polaroid, gelijk dat we dat kennen. Dus zij zeggen van: ja, kijk. Waarom zijn wij gelijk Polaroid vandaag? Console gaming stijgt niet. Het is mobile gaming dat blijft stijgen. En hij zegt daar dan bij: we have no strategy to win organically in mobile gaming. I can't come up with one. Dat zegt Phil Spencer, wat ik heel en, cool vind. Dat klopt toch ook niet? Als hem zegt van wij zijn, want het is niet eens co console, het is ja. echt core gaming. Uh, mobile, we, we have no strategy to win organically nee. in mobile gaming. Yeah. Ja ja, maar uh, um, dat hem zegt van... Ja. We zijn de Polaroid, we zijn core gaming, ja. wat dan niet aan het groeien is. Mobile gaming is aan het groeien. Ja. En de core gaming is een console en PC, ja, maar dat gewoon... is toch gigantisch gegroeid dat is gigantisch, sinds gigantisch, 2020. Gigantisch met 2020, maar ja, we spreken hier over de mail van 2019. Hmm. Dus corona heeft inderdaad uh, een beetje dingen wel teruggezet maar op Maar Dat is toch ja, altijd maar... aan, het stijgen, ja, maar... aan het stijgen. Dat is aan het stijgen, maar mobile gaming stijgt veel meer en Iedereen zegt: console market is a dying breed. Dat is iets dat gaat gebeuren. Daar staat een kleine. Dat, dat, als je vergelijkt, de PlayStation 4 heeft niet meer verkocht dan de PlayStation 2. Maar ik denk: uh, allee. Wa waarom zouden consoles uit weg gaan in favor van mobile? Dan moet we al mobile hebben die even sterk is, die, e die dezelfde shit kan draaien als uw ding is. En dan moet alles via cloud gaan. Maar ik denk dat. Uh, wil ik niks verkeerd mee zeggen, maar dat is een boomer-uitspraak. Om de zin van: ik, ik vind het ook, het is niet equivalent. Make hè? your point and stop me met Sorry, te proberen eh? mij niet in te insulten. want kom on. Uh. Nee, maar ik zeg gewoon: just dat is een boomer-insult, gewoon als in, of een boomer-thing, omdat de jongere generatie speelt veel meer op mobile gaming, die gaan meer van mobile meepakken. Dat is ja, gewoon. Maar ook games gelijk Fortnite, games gelijk Minecraft. Mm -hmm. hebben geen fucking console nodig van dit of dat. En die games die blijven groot, die blijven groeien. Fortnite was gigantisch op gsm. Pakt uh, wat is dat? Stom spel? Um, Roblox. Roblox. Of, nee, ik had het op die andere. Echt Battle, koor, Battle Royale. Um, PUBG? PUBG. PUBG Mobile. Gigantisch. Ah, ja, Call of Duty Mobile. Gigantisch. Nee, de Chinese markt volledig mobile. Hè? Hmm. Ah, de grootste markten zijn, echt, League of Legends, Teamfight Tactics. Ja. Ah, dat, dat, dat is gigantisch. Vandaag was nog een, uh, een quote ook van. Ik weet niet meer welk bedrijf dat was. Het kan ook weer in dit te maken zijn, ja. dus dat zeiden van nu eh, we hebben gezegd dat mobile first, dat, dat, dat was een beetje fout, we zijn te snel geweest. Nu, nu was het zo, ergens tussen 2025 en 2035 ja. wordt het groot. Ik had zoiets van. Dat is wel uh, heel uh, breed. Cloud he? gaming. Cloud gaming heb je het over. Dat is een quote over cloud gaming. Ah, oké. Okay. Ja, dus uh, cloud gaming zijn we er vandaag nog niet. Tussen 2025 en 2035 gaat cloud gaming... Ik had ook zoiets van... Je kunt even zeggen, ja, er komt ooit een PlayStation 6. Ja. Dat is ook waar. Ja. Allee, ja. Tien Ka jaar. Jezus. Uh, Diablo 4 heeft heel goed verkocht. Hè? Ja. Diablo Immortal gaat ja, ja. veel meer hebben verkocht. En veel meer hebben opgebracht. En hmm. dat is het. We hebben over 212 miljoen voor The Last of Us Part 2. Ja. Dat is voor een game te hebben dat, wat was het, 8 miljoen verkochte kopieën was of zo? Geen idee. It's peanuts. Dus ja. peanuts, als je vergelijkt met een Diablo Immortal, dat een fractie daarvan gekocht, gekost heeft. Waar de stream, ik denk dat het nog niet eens 50 miljoen heeft gekost om te, te maken, dat brengt veel meer op. En dat is waarom dat iedereen zegt: het risico van gaming op dit niveau hm. is niet sustainable. Als een game 200 miljoen kost, dan mag je nul risico hebben. Dan moet eigenlijk bread zijn: iedereen lust brood. Iedereen kan brood eten. En daarom dat iedereen zegt: mobile gaming is de enige markt waar dat het logisch is voor bedrijven om in te investeren. Lower cost, higher. Nee, nee, maar het gelijk. Kijk naar al die Clash Royales en Clash of Clans. Hè. Ja, ja oké. Okay. Dat het veel geld opbrengt, veel meer geld opbrengt, daar, daar ga ik niet tegen hè, spreken. Maar eerder het feit dat. Consoles gaan verdwijnen, Consoles Noem, want man, we, ik, ik, allee, ik, uh, ik, ik dat zegt jongeren weer met mobiel bezig, want ja, simpeler, goedkoper en, en meer toegankelijker. Of course, maar er komt een moment dat je liever toch in een zetel zit, als van vroeger of je gezin beginnen. Meld die Steam decks en tegenwoordig ook, dat is allemaal Switch. Ja, het, het wordt allemaal zo. Ik geloof ook wel dat console ooit gaat stoppen. En het gaat niet stoppen, maar dat gaat waarschijnlijk gewoon een niche. device zijn. Ja, het gaat niche worden, een beetje lijkt dat, dat je mensen net die Alleen maar Linux gebruiken. I, ja, heel, heel ja, raar, raar vergelijking, maar het, is, het, het gaat wel. niet verdwijnen, maar dat zijn, Het gaat meer niche zijn. Ja. Want iedereen gaat, eh, iedereen gebruikt nu ook eh, Windows of whatever. Om oh, probeer gewoon een beetje vergelijking te maken. Ik denk dat niet dat. De cloud. Dat hè. het mobile. Ja. Het is niet dat mobile gaat het wegdoen. Nee, cloud gaat het wegdoen. dat en dat is waarom dat hij ook dit wilt, omdat hij, het staat daar ook in de mail hè, regarding xCloud. Mhm. Mm de deel voor mobile, de oplossing voor mobile voor Xbox is niet. We gaan een mobile gaming bedrijf worden. Ook al is het de purchase van Activision Blizzard geeft hen een beetje meer mobile market. Omdat zij inderdaad Call of Duty Mobile en andere King games kunnen krijgen. Zij hebben ineens meer content voor hun xCloud. En xCloud is hun mobile solution. Gaming op uw gsm via de backbone controller en andere dingen. Dat is wat hun oplossing is voor mobile. de subscription service dat jij overal waar jij kunt Game Pass games kunt spelen. Het mm. Probleem is, gelijk dat hemzelf ook heeft gezegd, ja we zijn er nog niet over drie jaar. Nee, dus nee. we zijn nu aan het investeren, we zijn nu alles aan het klaarzetten, maar we gaan daar nog altijd geen core audience zien tot over twee drie jaar. En zelfs dan nog, dat is koffiedik kijken. Mm. Maar ik denk Xbox zelf gelooft niet in. Ik denk dat zij zelf daar inderdaad niet in geloven van de klassieke formule. En ik denk dat er eigenlijk dat zeg ik ook al een paar, paar al eventjes is ik. zie ook geen console-generaties meer. Ja, ik zie zijn X, inderdaad al lang, ja. Xbox, heeft geen nut meer aan console-generaties. Zij kunnen beter altijd gewoon geupgrade consoles verkopen die alles kunnen runnen en meer. Gelijk dat je een S, een maar, X en dan dus, volgende misschien een Y hebt. En de Y is nog sterker. Want het is wel geleakt ook dat er dus een PSS komt. Ja, nee. Um, ja, tis, tis, uh, Want dat was, was Phil Spencer of iemand anders bij Xbox. Die, ja. uh, die zei van: Ja, um, richting de volgende generatie, dat waarschijnlijk gaat starten rond 2028. Ja, dat dan dat. En dat ze gewoon zijn een projectie van, ja, volgende generatie gaming zal PlayStation 6 of ik de volgende Xbox zal 2028 zijn. Ik dacht dat er dat specifieker was van hetzelfde met die Sony Handheld, dat ze ook zo die prijzen daar ja, droppen. 299. Ik, allee, dat ik zoiets zelfs van, gast, ja, moet dus dat nu echt allemaal. Zij ze zeggen dat het inderdaad onder de 300 gaat kosten. Vind ik veel. Heel veel. Ik heb gezegd, 200, 200 koop ik direct. Ik had sowieso ook. Iedereen vele. weet dat ik het ga kopen, maar. Dan snap ik dat het nog moeilijker wordt om te marketen dat product. Ja, dan heb ik ja, maar waarom als het enkel streamt? Dus dan heb ik iets van: misschien is er toch meer aan toestel dat we nog niet weten. Nee. Als het 300 is... Ik denk Sony hun margins zijn gewoon te groot geworden. Kijk naar de controllers. Kijk naar die Edge controller, uh, Dual Edge. Dual Sense. Dual Sense is de, de standaard. Ja, dual Edge is de de Ja, we zaten mis. Ah, eh, ah, ik sla die altijd maar, ja, door. Ik aan het, want ik die de ja, ik weet het. Ik zat van die denken Dual Sense. Ik heb een DualSense. <laughs> ja, ja, standaard is DualSense. Dual Edge. Maar Dual Edge is super duur. euro. 250 euro, euro 220 ah, ja. euro. Is. En ik denk toch wel Sony. In, hetzelfde met de PSVR. Ja, ik vrees eigenlijk wel dat die 100 wel kan kloppen. Zo. Ik ga het kopen, maar ik snap dat andere mensen wel dan iets hebben van. Dat is echt wel een markt. Dat je is, is denkt van. Damn, want een PS Vita was 2,50 nieuw. Ja. Was ik me niet vergis. 2,49. Ja, ik denk 2,50. zelfs de PSP. Ah, ja, kan. Dus je snapt je, als je daar boven gaat en het doet. Minder. Dat ja. is rough. Oké, okay, inflatiegewijs. We zitten nu op een positie dat, we, dat het op 2,49 gaat uitkomen. Dat wij allemaal. Oh, yes, het is goedkoper <laughs> dan we dachten. Wait, wat? <laughs> ja, 199 is de only price. En dat vind ik al veel. 199 is de. The... Maar je ja, weet als, ook als, hoe dat duur dat is. Om te schermen zitten maar en, zo. Maar, en plus, het gaat de controle zijn, hè? Letterlijk, als je erover nadenkt. Als je na, over dat nadenkt, dat bouwde met components voor 50 euro. Hè? Ja, ja, maar, ja het is, maar het is... En voor een controller betaalde mensen 65. Ja, 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 Het was nou, niet 70, als ik me niet vergis, in in daad daad 75. Een schermje... Ja, een grootscherm. Je, 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 ja, groot scherm, maar je koopt ik, een gsm van 150 euro en je hebt hetzelfde scherm. Iets groter, hè? En, maar het is, en de batterij. Batterij, inderdaad. Maar ja, wifi-chip is het enige wat erin zit, hè? Should be. Dat is dus wat ik grote twijfels over heb. Als, als er meer in zit, ik hoop dat er meer ik in ook. zit. Ik betwijfel dat er meer in zit. Ik hoop dat er meer in zit. Um, maar ja, sorry. Over de extended FTC talk, I'ma shut up. Maar nou. het gaat hier gewoon <laughs> over... Ik haat dat alles geleakt wordt. Ja, ik denk dat we er allemaal al over zijn. Van, het is heel veel interne keuken, heel veel gewoon ook heel veel back and forth en ja, jij kunt dit zetten, jij kunt, jij kunt een mail zeggen waarin je zegt ik vind Playstation het mooiste bedrijf in de wereld en ik wou dat ik het had opgericht. En dan kun je ook volledig uit context schrijven, want gaat je eronder daaronder lol, en die lol dus doe je gewoon met een zwarte sharpie weg. En te, en, het is, uh, je kunt alles zeggen wat je wilt in van dat soort dingen. Ge het zijn redacted files. Ja. Hè, het zijn de helft van die Xbox-mails dat je ook zijn ook voor de helft uitgeblakt uit en zo. Hè. Dus... Je kunt het narratief zelf controleren. En, en natuurlijk, de Microsoft Lawyers. Er zijn geen Sony Lawyers daar. Hè? Dat zijn Microsoft Lawyers. die dat Jim Ryan ondervragen. En dit en nou ja. dat. Tuurlijk gaan die vragen stellen. die gelijk dat, dat, dat interessantste zijn voor dat. En die, die staat theoretisch. Je staat eigenlijk ook onder Eden. Hè? Dus nou ja. je mag niet liegen. Hè? Nee, nee, ik weet het. Dus tuurlijk. Het omgekeerde gaan ze veel mensen ook veel aardiger vragen stellen. en dit en daar. Hè? FTC. De helft... Want daar zijn we nog niet over gewist. De FTC-vragen zijn heel dom, hè. Ja. Oh. Want de FTC vraagt dan van... ja, Why is dat eigenlijk een console? Wat doet dat eigenlijk? Maar, dat dat soort vragen, hè. Dus maar dat, maar echt... dat was zo dat, dat hele gedoe... Um, remember, met TikTok met Facebook en, en Facebook, ja. zo die vragen. Ah, dus je kunt op de wifi bij mij thuis. Zo. Nee. Ja, ja. nee, nee. Dus, zijn... dus je hebt internetverbinding nodig om je app te runnen. Ja. Ja. Zo. Yeah. Fucking vraag ja, Dezelfde vragen zijn ja, maar ja, maar gesteld aan de Spencer van, van die En, en heb de wifi nodig voor dan te kunnen streamen of zo? Dat oh. soort dwaze vragen zijn daar gesteld. Tuurlijk, die, die vragen die, die een Microsoft uh, Attorney doet zijn super, super loaded en zijn veel interessanter vanuit een standpunt. Maar ja, het is de FTC tegen Microsoft. Hè. Het is niet Sony versus Microsoft. Um, nog Geelan, een gele, alsjeblieft. Nog gele. Ja, ik ben er wel fan van. Wauw, wat een lekkere Red Bull. Mogen schelden, ik niet DM. soundbite moet dus... Wauw, wat een lekkere Red Bull. Wauw. En dan zo een Eddie Wally dat zo komt. Het is of Gamecast lore at this point. We vragen gewoon toestemming aan Dirk. Ja, Dirk, van mogen hem hebben. Dat is de throwback, mensen. Als je dat niet gezien hebt, is je own down. Het laatste laatste ding dat FTC is en dat een goed bruggetje is... Ik denk dat van de bobby kwam. De ja. Switch 2 is coming. De Switch 2. should. is It should. <laughs> ja, it should. We, <laughs> hebben, we hebben al eerder bevestiging ja. gekregen van Nintendo zelf. Uit Deze dat week het, zelfs ook nog. Uh, dat er geen Nintendo oh. 2 dit jaar gaat uitkomen. Dit, dit, uitkom. ja, dit, ja, ja. dit um, fiscaal jaar lopende tot april volgend jaar of zo. Gaat er geen nieuwe hardware uitkomen. Nee. Nu, als dat zo uitkomt, in juni, natuurlijk gaan we al iets horen ervan tuurlijk, misschien. Ja, wat de meeste mensen nog altijd op hopen, natuurlijk. Um, want ja, het wordt wel eens wat tijd voor een <laughs> <de> nieuwe Switch, <laughs> misschien. Dus, uh, ja, het ding is dat Nintendo is op een heel. Is is een al luxe positie. Eh, niet al luxe positie, maar is sinds 2017, uh, met de release van de Switch, op een heel andere manier aan gaming begonnen Which dan de rest. Ja. Wat is fijn. Dat, dat, dat houdt ook in dat ze zich niet meer moeten houden aan de regels ja. van zoveel jaren. en dergelijke. Tuurlijk. It's just they're doing their own thing. En uh, maar, met de hardware dat ze nu hebben verdienen ze keihard veel. Inderdaad. De, 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 vernieuwen komt ook met nadelen. Ja. Uh, maar de, de Bobby heeft blijkbaar gezegd dat de Switch 2 de kracht zou hebben van een PlayStation 4. Ja, en een Xbox One. Ja, heeft... ja, want, ja ik weet het. Was... Oh, wow. Was en... Dat is echt zo dat was pijnlijk. Dat <laughs> is very rough. Ik vind dat, ja. ik vind dat pijnlijk. Het voelt als... No... Ik, ik had het gevoel dat de Switch al dichter bij de PS4 zat. Ja. Het, ik denk dat het zo PS3 en een half was. Ja. Had zo tot bijna PS4. Ja, misschien, misschien komt er geen Switch 2. Ja. En komt er een Switch Pro model. Dat is waar dat het dan tot PS4 maar moest. Maar dan, dan nog... als het PS4 was console... 13 jaar oud. Ja, ah, tuurlijk. Vergelijk, maar vergelijk het ja, met... Ja, het is toch... Ja, is maar vergelijk het met de Steam Deck en de ROG Ally. Ja. Die zijn toch sterker dan een PS4? Ehm... Um, question. Ik denk van wel. Teraflops, dat was ook iets dat op FTC was. Uh, ja, oké, okay, maar uh, ja, dat <laughs> had, had ergens steek, maar dat is ook zo'n stomme... Allee. Dat is zo'n tomme, inderdaad. Dat is zo'n buzzword, hè, inderdaad. Um, maar ja, dat kan, ja. Ik denk dat die... Maar hij betaalt ook wel voor, hè? je. Hij betaalt ook wel voor, maar... Was het 400 voor de cheapste ally? en Steam Deck, 350? Zoiets, hè? Nee, 400 voor sure, de kopste. Yeah. Maar ik bedoel, eh, we weten ik allemaal dan een voor... de Switch... Ik heb Probeel. vorige week vast gehad met een RG Ally. En? In de Fnac kun je die uitproberen. Oh, serieus? I hated it. <laughs> Waarom? <laughs> het is zo plastic, Ja, dat heb ik ook wel Het voelt echt aan als ja. plastic. Wauw. Want een de Steam Deck, ik, ik vond dat de Steam Deck al niet premium aanvoelt, al nee, als ik is eerlijk moet zijn. Eigenlijk, is de Switch gewenst, dat is wel nice plastic. De, de Switch heeft wel heel, ja, heel goede goeie plastic. Toestellen, ja, vooral, die, vooral die nieuwe, zeg. Ja, je hebt die nieuwe, hè? Ja, die nieuwe, hè. ja. stond van de week. 300 ja, en of zo, zo of ja. 300 zo, ja wat kan iemand zijn? zeggen? Wil, je het wil het voelen. Wil het voelen aan mijn Switch? <laughs> uh, in elk geval, ik had die ROG Ally van. zijn denk zoiets van: mag je dat scherm is precies klein dan van de Switch? Mm -hmm. Want dat is zo, ta? En ik had zoiets van: wow, ik had toch verwacht dat dat groter was. maar dacht ik ook het, al, he. dat het was. Dat, dat apparaat is groot, maar ik had niet het gevoel mm -hmm. dat of dat. De, de bevel is ook echt zo horrible, gelijk ja, dat, dat je dat bij een Switch ook hebt. Zo die een zwarte rand. De originele rand, die zwarte rand. Want dan je gaat je van: oeh, dat is een helft van de console, is precies zwarte rand. Mm -hmm. Ja, het enige wat ik had was de triggers voelden wel nice. Ja. That was nice. Maar ik had echt. Wow, dit is. disappointing. Okay, ik volg zo'n beetje Reddit, zo'n Steam Deck-ding. Um, en, en, en Twitter. En dan. Ik heb er al heel veel gemerkt. Die ook een RNG-ally kopen, Die hebben gewoon gereturnd. Die zijn ja. van. Goh, ja, het leek op papier beter. Want het zou beter moeten zijn. Bla bla. Maar het wasn't. Of like, het kon niet echt meer. Of. Uh, gewoon meer in de hype eerder. Ja. De, like... Same, hè? ik had hem ook bijna gekocht en had ik zoiets van. Het Ja, en, hey, en, en slim, hè? dat is zo het gegeven. 800 euro uitsparen. Bij mijn Switch of zo. Denk ik denk dat ik, dat ik het misschien één keer in mijn handen had gehad voordat ik het ooit had zelf had gekocht. Maar je verwacht er is zo van. Oh ja, dat gaat wel goed zijn, dit en dat. Zelfs als je het in de PlayStation of een Xbox controller vastpakt. Van het moment dat je die in je handen hebt, dan is het van. Oh ja, dit voelt dan als kwaliteit. Met ROG Ally had ik direct zoiets van, oh my, dit is kwaliteit voor een action. Uh, <laughs> no, dus yeah. man, dat echt zo die plastiek... Ah, dat is echt sick. So, Weet je we wat die plastiek voelde? NES. Zo so de, so de, de, de bovenste plastiek van een NES. Dat is zo dat beetje zo... Waar, ja, dat is ook zo wat is Zo dat, voelde dat aan. And, Dunner. Ja, maar dan verwacht ik ook wel dat dat zo verrookt geel wordt. Zo. Ik hoop het. Maar dat zou allemaal een andere feature zijn. Hij is al wit, hè, dus. We ja, uh, zijn er niet zo ver weg. Nee, maar inderdaad. ROG Ally. Gaan naar de fnac, Kan hem in je handen. En gaan. Uh, be disappointed. I ja, het breekt hem vooral niet in tweeën. Nou, Daar had ik klak. inderdaad echt het gevoel van. Maar het voelt alsof ik het. Ik zag gezien keken. dat de Rami wel. Zei, allee, die, ja, de Rami die had ja, erover een ja. Die vond het nice. Maar ik denk ook dat hij zei van. Goh, ja. Ja, was zat er maar op te spelen? was dat zo niks speciaals of zo, hè? Dat was zo. Maar ja, daar heb ik ook altijd van. Oké, okay, maar de Steam deck doe eigenlijk al het meeste wat ik kan. En heel dat emu deck en zo, dat is super makkelijk om te installen. Je gaat letterlijk gewoon naar die desktop mode. Je kunt zo'n installer downloaden. Live in een browser kunnen ze install doen. En het all works. Daardoor da da loopt ze een fullscreen tutorial. Je doet gewoon zo next next. Alles wordt voor je installen. Dat ze. Oké, dus is nice. En heb gewoon een full rom ding. Ja. Ik heb daar zo SD-kaartje van onderin. Daarom, je het gewoon een USB-C-schijfje met je ROMs op... Um, dus je stikt er gewoon een USB-schijf in. Dan zegt hij van, ah, wilde dat ik hier uw mapje op opmaken waar dat gewoon alles moet inslepen? Uh, sure. sure. Die doet dat. Daarom dat er zoveel lege mapjes staan, trouwens. Ja, yeah, oké. Okay. Um, en dan moet jij gewoon slepen in het juiste mapje. En dan stikt hij dat er terug in. Um, en dan zegt de wilde dat dat nu over zijn? Oké, okay, en dat begint gewoon. En dan heb je dus iets van, damn, this is seamless. Dat is zo, dat dat hele... En, en het is niet afgesloten, dus, aye, dus al die ervaringen zijn nice. I liked it. Dus ik vind nog altijd goed ervan op mijn Steam Deck. Ik gebruik hem ja. nog altijd nee, te weinig. Ik, maar ik, Steam, ik Steam Deck zat ook wel goed in jou. Ja. Als je dat vastpakt, oeh. Ik heb uh, een beetje die, die curve. Het is wel heel neig. Ik zit soms zo een beetje, nog een beetje raar. Maar... Ja, ik blijf wachten. Ik hoop op meer evolutie in de markt. Ja, ik, als er een twee komt, I'm all in. Koop ja. ik sowieso. Ja. Ja. Want ik was zo nog naar de video aan het kijken ik van iemand die zo. Ik gebruik hem wel genoeg. Ook via. Um, die zo, dat is zo in op YouTube. Die zo heel veel zo PlayStation Trophy stuff doet en zo. En je was dan zo bezig van. Ah ja, ik ga nu eens een week alleen via de cloud spelen. Of via de remote streaming of whatever en zo. En had dan die een backbone gebruikt. En zo'n gewone clip dat je het zo met op je GSM kon doen. En die een backbone op zich, ja, is ook wel pretty nice. Hij zei enkel. Ja, die een pad voelt heel squishy aan. En dan is hij van. Ja, maar een pad dat moet wel. Zoiets so heel. Controllers en, en feelings is zo specifiek. Hè? Specifiek en persoonlijk. Hè? Ja, hè? dat je de, de ene je... kant leuk vindt, de andere kant erg vindt. Ja. Inderdaad, maar die backbone op zich als, als apparaat, zoals je merkt wel, dat is wel deftige kwaliteit. Misschien toch eens uh, aan met is met een aan is aankloppen. Misschien moet je eens aankloppen en zeggen: van Ik wil het eens een uh, trial run doen of zo. So, We horen het eens. hè? Ja, van, maar mijn wifi zit gewoon nog. Dat ja, <laughs> ja, ja, is nog niet ja. oh, yeah. gefixt. Yeah. Speaking of hardware. Uh, de MetaQuest uh, 3, 3 ja. zit er dus aan te komen. Die ja. ook wel fancy eruit ziet. Ja, met pass-through uh, VR. Yes, uh, well, ze gaan ook met een abonnement werken. De MetaQuest Plus. Shittiest subscription allemaal. Uh, het, is, het is wel wat raar. Het gaat dus <laughs> oftewel 7,99 euro per ja. maand. Oftewel gewoon 59 euro. Dat 30 euro voor het hele jaar. jaar. Ja. Uh, dus je spaart wel wat uit als je een jaar maar een keer koopt. Ja, ja, ja. Um, en je krijgt iedere maand, dus gelijk de Noam PlayStation Plus, je krijgt iedere maand je gewoon. Like PlayStation Plus nog altijd? Ja. De Basic. De Basic. Je krijgt gewoon twee games per maand. Als je die geclaimed hebt, mogen die voor altijd blijven spelen. Zolang je de subscription hebt, natuurlijk. Ja. Uh, dus ze starten letterlijk de eerste maand met: ja. hier zijn twee games ja En dan de maand eruit hier zijn er is en nog twee, twee games. games. En de en enzovoort, enzovoort. En dan... Uh, Was dat is voor, pistol voor Whip, uh, walkabout Golf en Pixel Smashers. Of dus de stuff? eerste twee zijn Pistol Whip en Pixel Ripped. Ja. 1995. Ja. Uh, en dat is in juli. En in augustus zijn we de volgende twee. Walk okay. About Mini Golf en Mother Gunship Forge. Ja. Uh, en dan, dan, dan is eigenlijk... Ja, aan de ene kant... De subscription voor VR-games. Snap ik wel. Want ja, dat, dat is wat er moet komen. Dat, ja, dat is gewoon handig omdat ja. je dan veel meer kunt uitproberen. Van kan dan een keer doen, ik ga dan een ja. keer doen. Dat is wat dat ook wel heel aantrekkelijk is met ja. PlayStation VR. Hoe langer dat gaat meegaan en PlayStation Plus Extra. Inderdaad. Um, maar het feit dat je Dit gewoon is... start met twee en dan en... iedere keer twee bij, dan gaat dat, echt, dat gaat het dus eerste jaar een bullshit ding worden. Elke he? maand dat je eigenlijk begint, stel dat je binnen vier maanden begint of vijf maanden begint het Gewoon twee games. Ja, en ga... je krijgt niks extra. Er is, is geen basisbibliotheek. Want PlayStation Plus, jij betaalt en jij krijgt drie games per maand, akkoord. Maar je moet wel betalen voor online te kunnen. Je betaalt ook, denk ik, voor cloud saves. Je betaalt voor allemaal extra dingen. Yes. En je krijgt drie games. Ja. En dat is 5 euro per maand of 60 euro per jaar. Dat is een compleet andere deal. Dit is echt gewoon... Ik was vanmorgen nog aan het praten met Wim maar, Wouters. maar 60 euro. Dat is gewoon en die zei ook van... Dit is, het, dit is echt gewoon... Dus je krijgt geen korting als je per jaar koopt, Nee. Ah. Dat is gewoon... Uitgerekend, hetzelfde. Ja. hetzelfde. Uh, nee. Ik denk... Als je per maand koopt PlayStation Plus, is het 7 euro. Ah ja, dacht zo, al. Dat Het is als... ja, ja, ja. 60 dat... euro per, per jaar, zo met, met de de 6 of 7 euro. Het 7, 7 euro voor een maand en 20 euro voor drie maanden. Dat is ah, dus ja, zo. Het is... Ik ken de prijs niet van buiten, maar het is iets... Dat was echt zo van: ja, twee games per maand voor 10 euro. Ja, sorry, maar dan kun je beter gewoon voor 10 euro de games kopen dat je wel wilt hebben. Want anders betaal je gewoon 60 euro van een subscription en je weet niet eens ja. wat erin zit. Als dat 5 euro was, zou ik nog geneigd zijn om het te doen, maar 10 euro, sorry, maar dan ben ik al halverwege. Ik heb al pistol whipped, ik heb al walkabout minigolf. Ga ik nu gewoon 10 euro betalen voor het andere spel te hebben? En Je betaalt 10 euro. Je betaalt 10, dus als er één game bij zit. 8, van, 8 euro, 8 euro ja, de maand of 60 euro per jaar. Inderdaad. Maar als één van de games erbij zit dat je al hebt. dan heb je letterlijk dus niks value. Of als je die twee games al hebt. dan heb je letterlijk niks value. En je weet niet wat daarin zit. Ja. Dat is een keiharde gegeven omdat dat, dat is niet gelijk PlayStation Plus. Waar jij zegt van ah oh, shit ik heb de games van PlayStation Plus aan. Ik kan nog altijd FIFA of Call of Duty online spelen. Because that's what I pay for. En dat is. Nee, je moet een Game Pass doen. Je moet een PlayStation Extra doen. Je moet gewoon een bulk aanbieden. En je betaalt gewoon voor dat te mogen gebruiken. That's it. Hm. Ik snap deze beslissing echt niet. Dat dus, is iets raar. Het is ja. zeer zo meta op zijn meta. Ja, je like money niet but... Ze niet Don't you all in have 20? phones? <laughs> of the barbecue sauce on the shelf. No. Uh, Bij ah, ja, Mark Zuckerberg. Yeah. I dat hebben je zien. What? Dat is echt zo'n zo filmpje van Mark Zuckerberg dat zoiets aan het uitleggen is. Meta? In zo'n living was Dat, set. dat was een met... meta-quest ja. of zo, denk ik nee, wel. Metaverse. Metaverse, ja. Dus je staat zo uit te leggen. En er staat voor een boekenkast. En dan staan zo wat, denk zelfs niet eens boeken met echt een naam op of zo. Gewoon zo. Blokken om er als boeken te en op een van die shells staat gewoon een fles barbecue sauce. Ja, en iedereen had zoiets van... Want ik denk dat dat zijn living moest zijn. Dat moest zijn living voor zijn... Why do you have barbecue sauce op een shell? Dat is zo weird. Maar ik had zoiets van... This is how I human. Ja, ja, dat zo I am human. Zo die tong van die lizard. Ook zo die eyeslits naar ze van die lizard. Nu weten we waarom dat Ierlander niet mee wil vechten, hè of de mama. Het nu wel door, toch? ga het nu toch door? Moppen, je dat gaat niet door. De mama zei van niet, hè? Het zou mij wel echt niet verbazen, to be honest. Want deze week. Oh, van mij zou het wel verbazen, moest dat wel doorgaan. Ja? Mobben, ja, dat is zo wat fle flexen online. Ja. Maar vanaf maar, dat dat eruit Nobody ja. wins. Dat doet dat normaal niet echt. Dus de middag ik zoiets heb van. Oké, okay, dus he's actually into it. Ja, de ja, t-shirts zijn, zijn ter... echt Die ja. De, de, de t-shirt is trouwens gisteren ook live gegaan. Van... Ik weet niet of het UFC is of wat. Het is whatever. UFC, hè? Want ja, is van de, de fight. Uit, de de t-shirts zijn live sinds gisteren. Oh, sorry. Maar ik weet niet of UFC is. Maar... met Dana White ga ja. wel judgen. Ah ja. What? Dat was bij die aankondiging. Ja, dat is ook in de Octagon. En de commentary van Joe Rogan was dan ook. Ah, ah, yeah, yeah. Yay. Yay. Even dan de commentary te geven. Ja, so. color commentary. Dus yeah. holy... echt, U ja, Dana White is UFC. Ja, yeah, yeah. 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 wel, maar ik weet dat de t-shirt gisteren live is gegaan. Oh my god. Oké, okay, ik, ik dacht gewoon dat dat in een. Dat is het laatste dat ik ervan opgevangen was. Was het in een tweet en Instagram. Van ja, zeg maar een datum. En dat van. Ah, man, niet van mijn mama. Ah. Dat is het laatste dat ik ervan hoorde. Maar ik dacht echt van. Ja, dat is zo flex op elkaar. Maar dus UFC is er echt bij betrokken, of wat? Ja, wacht. Maar... Zoek het eens op. UFC. Ik dacht dat hij er. Ja. Absoluut serious serieus the ja, fights, Er is nog niks van. Uh, trade Met in t -shirt. T -shirt. Ja, ton, die t-shirt. Ja, ik heb een t-shirt. Want dat, dat, dat is wel een heel... Dat nou, staat er voor. Um, ja, nu staan ze Ze gaan geen merch beginnen verkopen als dat geen een official... Like, already... Uh, Dana White wears t-shirt to promote Mark Zuckerberg. Ja. Ah, en ah, White's ja. not a gimmick fight. Maar ik heb gisteren een tweet gezien waar hij hem kon kopen. Het was 35 of 39 dollar. <laughs> Holy shit. Dus ik had zoiets van... Oké, okay, zo... So is, is happening. happening yeah. Maar het ding is... Ik snap Zuckerberg. Die kerel wint competities. Ja. Die doet Brazilian uh, jiu-jitsu. Jiu Want ik had zo die een hele thread gelezen van die kerel dat ze op een wedstrijd was en zoiets van... Maar... Dat fucking Zuckerberg. En die heeft die wedstrijd ook gewonnen. Ja, die was... Die nee wel verloren. Hè. Dat is niet van de beste, hè. Maar... Nee, nee. Hij, ja, maar die is... heeft wel getraind en die kent techniek. Terwijl... Ja, Musk is gewoon... Musk. Hmm. You know? een uh, Als je nu pas begint... Die achterstand haalde niet in. Nee, maar is het een cage fight? Of is dat is een cage fight, Dat zou een, ja, een ja. octagon in Vegas zijn. In Vegas Vegas. En... Ja, maar dat, like, is het inclusief? Want ja, cage fights kan van alles zijn. Hè. Ah, ja. Maar is, als het inclusief... Als het gewoon boksen is... Uh, nee, ja, dat het is, zou het in een ring zijn. Het is he. echt UFC. Het is, UFC. is echt MMA. Wow, ja, 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 want ja, Zuckerberg is, is Brazilian Jiu-Jitsu. Dus... Ja, maar daarmee dat Elon misschien zegt van een boks match, omdat ja, 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 natuurlijk. Ja, 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 ja. Uh, maar, oh my. Ja, oké. Okay. We'll <laughs> los, los van de... de, de heel rare uh, sidetrack. Maar ik denk dat het gaat ooit gebeuren. Match, yeah. Maar het zou mij ook niet verbazen als een dag ervoor dat Elon ze zegt... Ja, ja, maar... I, I, I got I sprained, shit to do. Sprained load, in sprained an yeah. uh, uh. uh. um. Heel weird. Speaking yeah. of weird shit... <laughs> um, Billionaires died? Ah, nee, oké. Okay. Oh, nee, cool. niet meer. Nee, 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 nee. um, <laughs> er is een Barbie Xbox, ja. die heel cool. er fantastisch uitziet, waar dan mensen heel enthousiast van zijn, van take my money, en it is not for sale. Het ja, is voor een giveaway. Usual, een giveaway ja. a console. Zoals die Sonics en die... Uh, ja, so so Ik vind dat so best yeah. wel jammer, want heel veel mensen dan zoiets van, oké, okay, ja, uh, hiervoor switch ik naar Xbox, <laughs> of hiervoor koop ik een <laughs> Xbox, super om dat te hebben, hmm. want ja, veel mensen hebben niets met Barbie, veel mensen... Ik zijn van fan van die film ongetwijfeld. Uh, maar gewoon het vet zo, ja, dat is dan niet te koop staan. Voor een, een simpele print. You know, Barbie in de marketing van de film is echt insane. Hè? Zo dat ja. hele huis daar in oh, Alleden zo rapt ja, is, ja. dat had iets van Jesus Christ. Ik vond dat zo wel een grappige vergelijking. Zo, zo, Barbie, advertising, ba, ba, oh, ja. Oppenheimer. Niks. Ja, <laughs> so, niemand. Maar iedereen it, weet it, wel it dat die uitkomt dezelfde oh, dag. Yeah. Ja. Dus die, riding the riding de wave in a weird way. <laughs> ja, wel, ik vind, vind wel fijn dat iedereen constant die marketing vergelijkt. Als in Barbie maakt dat huis in LA yeah. of rap yeah. dat dus, dat ze dan zijn van ja, Oppenheimer moet dat nu ook doen. Hè. Nee, so, Barbie build a house. Oppenheimer made an atomic bomb. Nee. <laughs> is dat dan echt gebeurd eigenlijk? Want ik heb daar iets dat van op. Dat zeggen ze, ze zeggen dat, dat Nolan mini... Wou een effectieve ex yeah. nuclear explosion filmen. En ze zouden een, een mini-explosie gemaakt hebben of zo, dat is de rumor. I mean, yeah, uh. Iedere film maakt mini-explosies, als yeah, ja, actiefilms zijn. Maar, Oh. Atomic, uh, <laughs> yeah. Mushroom Clouds. Oh, yeah. Hopelijk min, min dan de ja. slechte deeltjes. Ja, oh, in, gewoon, wat ja, Of, van of is, in, een, in een isolation environment yeah. of ja, zo. Ja, dat kan het ook. Dat aan een mini-explosie is dat gewoon on scale is. Dat ze on scale filmen in een LED chamber <laughs> ja. of zo. Hè. Dat, hè. dat in een controller. Kunnen... Min wil ik wel hebben. Ze is een valroze yeah. met de knop Maar die, die Zijn shells. Dat kunt je precies shells? Dan gaan misschien je zo precies af kunt klikken en je kunt die erop doen. Ja, wel. Ik die die controllers gaan ongetwijfeld te koop staan. Want controllers. Ja, Xbox. Ja, ja, DU. Release them ja. elke week is er wel een nieuwe en ja, echt, schoon altijd. Maar het is zo ja, die console verkopt dat dan toch? Ja, hoeveel denk... games er weg want dat weet ik wel niet. Het zijn er niet veel, ze hebben nee, die competities. Hebben ook... best ja, al. bij Sonic Wine ook met twee, denk ik. Ja, dat is echt insane hoe weinig is De, het dat is. Met, en... Dat was met die fur op zo ah, ja. Ze... Oh, Jij ja, am... ja, hebt alle... kei veel van die kei coole. wat dat kei goed. Uh, hot pick. <laughs> uh, just want ja, ja. Ja, ze <laughs> zijn me niet verbazen. Ja. Ja, die, die, bij, maar het zotte is dat er bijna bij elke grote film tegenwoordig dat er zoiets ja, is. Ja, van ja. Zwaar, dat gaat misschien ook te maken met licensing issues. Dat ze dat, dat, ah, ja, niet mogen de verkopen. imago van Barbie voor één giveaway mogen doen, maar dat ze hem niet mogen verkopen. Dat gaat misschien daarmee te maken meneer. Dat zou kunnen. Ja, maar ja, plus het is hype, hè, want iedereen wil meedoen, want er is er maar één. Ah oh ja, hier zit die Sonic waren so De controls die fur waren. Oh, mooi. Dat is wel nice. Dat is te vreselijk. Uit. Maar ik weet dat er al veel zo gedeeld zijn. Dat ik altijd zeg van. Ah oh, ja, dat is waar. Die was ook super vet. Doctor Strange yes. heeft er ook een. Het zijn er superveel. Shang-Chi, Miss Marvel. Dit dit? Wow, oh, dat oh, is ook wel. Cool. Miss Marvel is echt wel nice. En uh, uh, okay. Skywalker. Toch iets dat, dat ze goed ja. doen van Xbox. Och ja, dat heel Ja, nee, die custom con consoles super, super nice he? want ja in um, die van Japan doen, zijn er wel custom PlayStation 5's te koop voor uh, Final Fantasy 15 wat ja? die daar nu ook gelanceerd is dus 16, 16 sorry met Dag faceplates uh, zwarte faceplates ah, kunt ja. kopen met het logo op en ook speciale controllers uh, controllers heb ik al gezien controllers nou. zijn wel nice um, het heeft geleid tot een verkoop van 19.000 uh, PlayStation 5 verkocht in de afgelopen week in oh, Japan. Shit. Wat niet beter was dan de Switch in dezelfde week, want die had er 105.000 verkocht. Dus 105.000? Switch jaar. nog altijd. Dus ja, Japan is en blijft een mobile-markt. Nee, nee, uh, nee, dus Final you. Fantasy XVI heeft, heeft wereldwijd 3 miljoen verkochte kopieën. Maar... En in Japan 330.000. Mm. Dus ja. het, het is wel de best verkochte PS5-titel in Japan. Ja. Maar daarvoor want, was het Elden Ring met uh, 90k. Want ik weet uh, dat in Japan dat er ook veel um, een Switch kopen voor thuis. Ja. En een Switch uh, voor te travelen en zo. Die, die hebben meestal meerdere units. Ja, ja ik heb daar dat eens was, gezien Dat, dat te was techniek. bij DS en zo ook. Hè. Ah, is dus, dat? Ah. Ja, dat was echt wel multiple in the same household. Heb ja. ik ook niet gezien passeren dat de Final Fantasy's als team de best uh, physical verkochten van PlayStation 5? Of, of, of nee, de physical was eigenlijk verbazingwekkend laag. Zeiden ja. ze dat, dat het. Dat in, in Engeland dat de verkoop waarschijnlijk lager was dan andere Final Fantasies, maar digital wel veel meer verkoop ik was. Ik was echt overtuigd dat dat pas binnen een paar maanden uitkwam. Ja, de zo uit. Ah, morgen release day, ik. Maar ik denk dat het voor hm. veel mensen was, want ik kwam ter seks in Antwerpen aan het Centraal Station en ik stap zo buiten. Gigantische banner van Final ja, Fantasy XVI. Ja, Gigantisch, ja. Ik heb die foto gezien, dat was echt... Holy, holy fuck. En dat zegt echt zo... Wow, dat is cool. Ja, en het was, was ook zo vet. nu verkrijgbaar, dus ja. je weet... Die hangt er niet van vorige week donderdag of nee, nee. zo. Dat is echt met de release pas opgehangen, hè? want anders had er een release date op. PlayStation ja. doet ja. al vaak van die zo heel ja, coole dingen. Red Dead hadden ze destijds voor de tweede ook zo een op de meier, zo een gigantisch schoot van de, Red Dead. De, de, 2. En met een hamer die in. Was in ja. de Kennepolis? Nee, dat was niet in Ik weet niet meer waar, maar we hadden. Mechel dat die op de markt stond. Ja. Die, dat is al ja, zo afgekapt aan een stok en dan stond op de grond. Maar dan de week daarna. Uh, oh, ja. Hangde die tegen een gevel ergens? Uh, dat die zogezegd in de muur was gevlogen. En misschien Boy. was. Ik denk dat dat Antwerpen was? Ja, ja, ja. Um, Centraal station waarschijnlijk. Nee, 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 nee. nee, nee. Mm, het, is, dus... het was inderdaad, ik ben nu ook aan het twijfelen waar het dan nu weer was. Somewhere. Uh, want Somewhere inderdaad, staan dan ook die gigantische dingen van Kratos in Centraal station en zo. hadden ze ook zo'n heel ding en zo toen. Ja, Sony zet daar wel. Stones. De stone, hè, inderdaad. Ja, ja. Maar ook zo die gigantische banners dat ze ja, ja. zo zitten en zo. Dus ze zitten cool. wel in, maar met Final Fancy, ja, het heeft ze start niet gemist. 3 miljoen is niet slecht. Hè. Ik denk dat. Final Fantasy VII Remake meer was op dezelfde periode, maar... Maar ja, dat is ook, dat is ook nostalgie, hè. Niet dat is een nostalgie. Te dat was jouwes... PlayStation 4 ook, terwijl dit is begin van de generatie nog altijd, voor Japan zeker, ja, kunnen we stellen. En niet iedereen in Japan had al een console terwijl ze bij 7 Remake wel hadden. Er is ook een, zo. Bundel is een bundel wat erbij zit. Het is een Het zijn ik, allemaal andere factoren. Ik heb het en... van de laatste twee trouwens opgezocht, maar er zijn geen recente cijfers meer. Sinds juni 2022 waren er 10 miljoen. Ja. Dus ja, met 200 miljoen... Dat is, dat, is, ja, dat, is, dat is niet zo'n grote winstmarge, hè? moet je dan denken. Hè? Nee. Maar ja, eh, als je denkt van... Elke Stel dat je pakt, elke game is 60 miljoen. Uh, 60 euro, sorry. Dan nee. heb je 6 miljard opgehaald. Met 10... Nee, 600 miljoen. 600.000. Ja, 600, 600 miljoen. miljoen hè? Ja, inderdaad. My. Uw cijfers. Ja, ik ben hier uh, on the fly, sorry. 600, miljoen ja, dus 600 je hebt, miljoen, ja. 600 miljoen. Ja. snapt 400 mil, hè? Maar heb marketing is er nog niet in. Inderdaad. Marketing maar, is normaal gezien hetzelfde nog eens. Hè? Ja, maar vergeet ook niet... alle. Eh, like ik dien die beeld ja, die ja, en en al die platen koopt die en al die beeldjes. Daar, ja, okay. daar zit meer marge op. Daar zit meer marge op, inderdaad. En maar dat zijn niet alle goede IP's. Hè. Want 600, 600 miljoen, dat is... Als je het 100% trekt, maar ze pakken niet 100%, zij verdienen waarschijnlijk maar 50% op elke kopie ja, ja, of zo. Hè. Dus dan zit je maar bij 300 miljoen. En dan wordt het... Oké, okay, dat is ook een project van Lange Adem. Jij brengt... Over meerdere jaren nog wel eens een remake of een ja. remaster. Haal het nog eens op. Hé, dit en dat. Maar op, dat is niet zo'n grote marge. Terwijl bij mobile gaming is die marge veel, veel groter. Ja, ja. Ook meer kans op een flop, natuurlijk. Maar daar zit het want dat, want die, die blijven herinvesteren in marketing. Ja. Like TikTok. Elke vijf TikToks is wel zo... Clash Royale of al die Zeke like, of Tower Rusher of wat is het allemaal. Ja. Okay, al constant. En ik heb nog nooit van mijn leven opgeklikt, ja. Uh, op, 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 okay, op YouTube that. is dat keihard. Ik... Ah, ja, yeah, ja. Yeah. Speaking yeah. of YouTube ads. Het YouTube-bommetje staat op ontploffen. Ah ja, dat zou je hebt gezegd. Yeah. Uh, wow. Dus YouTube gaat waarschijnlijk wel was 80 of 90% van de ad uh, revenue moeten terugbetalen ah, aan yeah. de bedrijven die daar ads hebben gekocht dus een groot probleem met de ad. dus YouTube ads, en eh, je weet wel, op de video's dat je waarschijnlijk er straks het weggeklikt. Um, bedrijven betalen aan YouTube voor te zeggen van, ey, ik wil hier een ad hebben en dit en dat, die leggen daar een heel budget voor. Die stellen meestal ook heel veel eisen van, ey, dit moet bij dit soort content, dit ja. moet een pre-roll zijn, dit moet een publiek, ja, zijn, dit ja. en dat. Wat blijkt, YouTube zou heel veel ads hebben geserved naar mensen. Of bijvoorbeeld, je hebt het al meegemaakt, je gaat naar een nieuws site en daar begint opeens YouTube te spelen, daar begint een ad te spelen, maar jij scoldt weg, dit en dat. Het zijn heel veel ads dat zij zeggen: ah, oh, maar we hebben die een ad gesurfd, maar die komen op sites die door bots worden gerund, of op YouTube sites waar dat je daar wel kunt, gewoon die video kunt heilen, want je zegt van op een nieuws site, ik wil nu niet een video zien, dus je de dat daar weg. En ze zouden zo heel veel ads hebben aangeboden aan niet de voorwaarden die dat de, verkopers hebben, de, de kopers hebben gesteld. En betaald. En betaald. En dat zou gaan over 80% van dat de ads die served veel... zijn. Waar, van waar halen ze dat cijfer? Als... Ja, er zijn dus heel veel trackers die ja, daar zijn beginnen nakijken. een heb die bij DPG moeten maken, die trackers. Inderdaad. En daar is dus uitgekomen dat die trackers zeggen ja, in het beste geval is het dit. En dat was een gigantisch geval, waardoor dat YouTube waarschijnlijk over etelijke miljarden moet terugbetalen... Om dus... Um, ja, om dus eigenlijk goed te maken, want ze hebben inderdaad dus vals ja. uh, promises gedaan. Uh, Self-advertisement over advertisement. Ja, inderdaad. <laughs> dus zij zitten ads te serveren op een manier, ook op websites mm. die niet... Uh, stel dat jij een alt-right website hebt, dat, die, dat, dat daar bijvoorbeeld ook advertenties zijn opgekomen, dat zij niet controleren op welke websites dat die ads ook geserved worden. Dus dat kan soms keihard tegenspreken met wat, wat je brand is. En kom daar, hè, stel dat jij nu. Uh, we hebben allemaal die Vlaams Belang uh, reclames wel al gehad oh, op YouTube. Oh, maar maar ik heb ja, dat maar ene keer gehad, dat ik echt. Je zot je zot. Vaak maar ik heb die gehoord elke keer. Ik heb die gehoord elke keer. elke keer nooit meer gehad. Oh, oh, maar maar stel maar stel dat jij inderdaad ook. een website hebt over uh, LGBTQ, YA+, ja, ja. eh, whatever. Eh, een van, en daar runt ook een YouTube video in. En daar komen eerst ads op, want ja, het is YouTube. Hmm. En dan krijg je Vlaams Belang erin. Uh, ja, fuck off, hè? Ja, die Vlaams Belang wordt echt gepusht aan anyone. Ja. Zonder voorkeur. Zo. Het is ook zot. Het is is... vreselijk. Is... Maar, maar nu... moet ik moet wel zeggen, ik heb, ik heb uh, YouTube uh, niet een premium, maar zo'n intussenslag. Oops. Want een premium is 15 ja. euro. En je hebt die intussenslag dat je maar, maar 7 of 8 euro Ja, dat is niet zoveel. Uh, uh, betaalt. En dan heb je niet alle voordelen van YouTube Premium. Want dat is zo, wat je kunt afspelen. Uh, terwijl je je gsm afzet of je hebt YouTube Music. Al die shit zit er niet bij. Eén je hebt is geen ads en dat vind ik met een 8 euro fucking waard. Want sinds dat ik dat heb, nooit meer ads op mijn YouTube. Amai, what a blessings. Amai, totally ja, maar fucking het is, worth. Het is, it. is echt wel heel erg geworden. Ik, dus, uh, ik moet dan nu gewoon nog een keer remmen op, uh, op op Twitch, maar dat is niet een turbo zeggen. Ah ja, het is waar. Twitch turbo geen ads meer. Want maar daar dat is ging ook, ook, ook weer echt wilde, Ja, maar Twitch maar, is het heel erg. Which by the way, nu dat we het erover hebben over ads. Um, ja. AAP heeft altijd een midroll. Ja. Maar. Dat staat af. Wij dat zetten midrolls bewust. Ik heb er meermaals naar gekeken. Dat staat Midrolls staan altijd af bij ons. Waarom? Omdat we het zelf ook haten als een podcast onderbroken wordt. Mm -hmm. um, dus wij hebben dat altijd afgezet. Raid Shadow Legends. Uh, Sorry, VPN. Oh my. Je hebt uh, weer een crash veroorzaakt, hè? <laughs> Sorry Tom. Um, maar dus, dus uh, wij zetten dat altijd af omdat we hem ook enige keer aangezet en dat heeft automa automatisch om de tien minuten een midroll gegenereerd, waardoor dat je zo'n podcast in 10 minute chunks moest yeah. beluisteren zo zegt fucking vreselijk dus we moeten altijd afgezet um, krijgen leen een reclame ik weet dat niet um, maar in ieder geval het feit dat er users toch midrolls krijgen uh, what the fuck waarom krijgen dan die optie als je ja als je dat dan toch gepusht wordt hetzelfde in Twitch in Twitch heb je um, de standaard reclame tussen je Twitch stream wordt soms reclame, Of um, je dat nu wil of niet. Mm -hmm. um, je kunt zelf controle nemen over die ads, wanneer dan ze terechtkomen. Maar als je dat niet zelf instelt, dan gaan uh, veel mensen gaan ervan uit: oh, dan heb ik geen reclame op mijn stream. Nee, nee, nee. Dan, dan kiest ja. Twitch wel. Dat is enforced nu ook. Hè. Dat is één en... keer per uur minstens zes of zo? Ja, het is, ja, het is echt. Uh, men, ze hebben wel de, de manier hoe dat afgebeeld. Uh, iets wat verandert. Dus nu is er een countdown van ah, de reclame gaat beginnen. En dan in plaats van hey, het is zoveel van zoveel, ja. is het gewoon de timer van hoe lang het hele ah. reclameblok duurt. Um, ja, Dat heb ik denk ik ook bij, bij Stevie moeten doen. Yeah. Das, uh, ja, dat zijn regels die worden opgelegd. Iets duidelijker hoe lang je nog moet wachten, want als je daar zo ziet staan, reclame één van de zes. Ja, 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 dat is super. Ik heb ook vaak weggeklikt, zo, omdat ik iets heb van: Kijk, ik wil even snel die streamer kijken. Is die iets aan het doen dat mij interesseert? Ik heb niet overal subs, obviously, want dat is ja, niet ja. te betalen. Ik heb er denk ik, 6 of 7 recurring. En dan, dus ik wil gewoon even kijken. Ja, ik kan niet eerst fucking 40 seconden naar reclame kijken om te zien of het eventueel mijn ding is. Dan klik ik door. Ik vind dat echt. Hé, hey, dat roept het platform een beetje. Dat is ook zo, ah, ik ga mee met een rate. Ah ja, maar eerst ja, 40 seconden wachten. Maar die zijn verschrikkelijk, echt wel. Hè? Oh, ja, op, op Twitch is het uh, heel is erg, erg aan het worden. Natuurlijk, uh, Amazon wil dat oh, wel doen renderen, ah, nee. natuurlijk. maar... Ja, dat is, er, er, ze, ze zitten met hetzelfde probleem dat, dat advertisers eh, op een bepaald moment ge, zich afgevraagd hebben: van wanneer worden wij getoond? En als, we, ja, als de stream start en dat zit, dan hebben ze oké, okay, we gaan dat onderbreken. En nu, ja, oftewel, they smelt the money, oftewel worden er meer en meer eisen gesteld van advertisers. Dus dat is vreselijk, maar er, er moet daar iets veranderen, want dat zo is het inderdaad niet te doen. Ja. Veel mensen blijven weg van het platform daardoor. Om het even nog terug te hebben over YouTube. Dus wat er is gebeurd is: brands betalen meestal voor 100 dollar voor 1000 views. Uh, voor high-quality ad placements. Wow. Maar je hebt ook goedkoper van 5 dollar voor 1000. Mm -hmm. En dus wat er is uitgekomen uit dat onderzoek is: dat dus brands wel 100 dollar betalen. Maar ze krijgen eigenlijk de service van de 5 dollar. Dus dat is 95 dollar dat ze eigenlijk overspenden. Om eigenlijk een subpar uh, product te krijgen. Dat is echt 10 keer zoveel dan TikTok, hè? Ja. Uh, TikTok is. Het, ja, maar uh... ja, dat zijn ook premium ads hè, bij YouTube. Hè. Dat is ook en, wel. wel is echt, als jij een pre-ad een pre hebt, ja, dat is een, echt wel een premium ad. Ja, mensen die daar zo mee experimenteren met zo dat promoten en een ad van maken, die zo echt een random video van zichzelf en een ad van maken, maar dat is dan een 15 minute video als ad oh, dat je kunt skippen op 5 Ik van drie uur of zo. Ja, als, als ze, of zo dat is ad. Dat is zo verwarrend. Pushte nou. dat wat? Ja, <laughs> vind dat funny, want misschien moeten we dat ook eens zo is 15 dollar voor 100.000 views en we steken een podcast onze langste in. Of, die, ma die maakt seppen, seppen of Xander, vier ja. uur en een half. Hier, nee. dat is een ad. En dat mensen ook zo aan het kijken. Ik stel mij ook zo voor. Dat iemand gewoon zo YouTube aan het kijken is, fucking high. En die, die, die valt in slaap en, en die, die wordt zo toodat... wakker. En zo. What the fuck ben ik hier twee uur aan het zien? <laughs> ja, iemand, die, iemand die gewoon niet door heeft dat een A, dus geklikt al open. Uh... Je wordt gewoon wakker met ons, die gewoon kijkt, zit te brullen in die zijn oor over fucking games van de Sega Mega Drive. De Genox is zo'n. Fuck! Een... <laughs> Oh, dus ja, dat stel ik mij voor. Uh, maar ja Dus daarmee dat ik zei, YouTube-bommetjes staan. Het Google-bommetje staan Google sta een beetje op. Uh, you can afford uh, uh, it. Maar Google is. Oh, ik weet het niet, ze, dat is veel geld. Ze spreken hier over etelijke miljarden zou het gaan. Yeah. Allee, ik bedoel, let's be honest. Ja, maar ja, ik weet niet. YouTube heeft wel een, of Google heeft wel een serieus een hit gepakt, maar als AI geweest. Hè? Ze, zijn wel... ze hebben 76 miljard netto winst gemaakt. In 2022. Oké, okay, I'm, I'm stand correct. Alleen ik bedoel. Ja, ja, ja. En dat is de kost. Ja, tuurlijk. Ja, oké, okay, ze kunnen. Oh, yeah, ik tuurlijk. google nu niet um, een plan. Of, of was er niet een plan bovenkomen dat ze gaming op YouTube willen zetten of zo? Ja, yeah, dus uh, addressables of zo so was. Uh, dus ze zouden teruggaan in de streaming markets van gaming. De game streaming markets. They're not done with it. Dat is well, dus basically stadia. Ja, maar niet Stadia. Oh, oh my god. Dus uh, ik heb het inderdaad nog niet deftig in detail bekeken. Maar inderdaad, de rumors. dat het nieuws was uitgekomen van. ja, ze zijn nog wel. nog steeds aan het kijken in. video. en game streaming. Hoe? Wie is daar aan bezig? Iedereen is daar al weg van Stadia. I, al hun talent is al weggegaan. Ja. Hoe de fuck is er daar aan het programmeren. aan YouTube? Van oké, okay, we gaan proberen te streamen. Ja. Is, 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 is dat echt weer zoiets dat. Um, YouTube en Google toch niet echt zo hard met elkaar praten of zo. Uh, hmm. ik, 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 ik weet het niet, maar uh, het, is, het, is, het is inderdaad wederom, ze zeggen van ja, er is een nieuw service coming. Coming. Um, maar uh, meer dan dat is er niet geweest. <laughs> maar inderdaad, het zou met, met YouTube te maken hebben, want YouTube en gaming zitten closely related to each other. Hè? Ja. Oh, man. Misschien is het dan YouTube-Stadia, hè? En <laughs> als ik er lekker meer investeer in een streaming oh, service insane. voor games Dat streamer. is het erg. Ik, ik was ook zo aan de podcast over bezig. En iedereen zegt van ja, ja YouTube op zich. Dat is het, en je kunt veel over YouTube zeggen en je kunt veel over, daarover zeggen. Maar they never touched one thing. 3070. Ja. Ze hebben nooit aangepast. Ah, ja. Ze hebben nooit aan creators gezegd: we veranderen de deal. Wat dat Twitch. Nee. Meermaals gedaan heeft, want blijkbaar zou nu ook de, 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 de deal voor partners ook aan het verdwijnen zijn. Well, het ding was dat dat vroeger zo voor de big ones of, yeah. of whatever. No, like, de hidden, hidden de hidden deal. Ja, de, die 30-70 was al zo non-the way out. En nu is het 50-50 for all, tenzij dat je bij de, de top 1% zet of ja. zo. Als je drie maanden aan een stuk 350 betalende subset minimum. Ja. Dan krijg je de 70-30. Geen gifted. Uh, geen gifted. Dus het dus mag ja. niet iemand 200 subs geven en zeggen oh, we zijn er. Nee, het nee, moet 350 mensen zijn die, die een sub uh, betalen. Organic subs. Organic ja. subs. En uh, da, dan heb je 30 centen van uh, de dus dinges, Maar enkel voor de eerste 100.000 100. uh. dollar. Dus als, als je sub subrevenue daarboven zet, dan is die 70-30 weg. Ja, alleen en dat is alles zo wat daarboven is. Dwaas, hè? Dat is... Oh, ja, als je 100k per maand verdient, dan uh, ja, nee, nee, ja, dat is per jaar, natuurlijk, natuurlijk. Oh, sorry, per jaar? Ja, uiteraard. 100k per maand, dat is veel, dat hè? Dat is veel. Ik denk niet dat er veel streamers zijn die dat hebben. Maar, van de grote wel, hè? 100k en subs, vergeet niet dat. Dat is ah. maal twee, hè? Want ik krijg in principe maar een helft. hè? Maar als je het te hebt. hebt, dat reken nu zo, hè? Ja, stel dat je het 70-30 hebt, dan dus dat is deel door. pak 3 dollar. <laughs> dus dat is 3332 subs. Dat is, 130, dat is dan 130.000 subs. Don net op. er zoveel. Wacht hè ik Heb ik het goed gezet? Ah nee, ik heb, ik heb 10.000, gedaan denk ik 100. Ja, je moet er gewoon ongeveer 30.000. Dus ja, 30.000 subs. Yeah. Maar ja dat nee, nee, is per jaar. <laughs> ja, ja 30.000 30. subs. Hoeveel had amarant er op een dag als ja, maar, ze slaap? Ja, want u, de deal <laughs> dat, dat je krijgt, dus als drie maanden, dan krijg je de. Een jaar die een deal. Ja. Dan moet het weer herbewijzen blijkbaar. Ja. ]baar. Inderdaad. Dus daarom denk ik ook dat hij een cap op 100k per jaar zit, maar nog ja. altijd veel geld is. Ah. Maar voor de big ones. Maar er is dus een calculator online en het gaat om 1.053 Duizend, streamers, ja, streamers die maar ja. eligible zijn voor deze deal ja. in de hele wereld. In de hele wereld. Dus dat is echt letterlijk weer zo'n Zo'n weer... Dat is echt zo'n rule van hey we listened. We listened. Ja. <laughs> did, oh. did we now? Ja. En maar... cap op 100k van fuck ja. you. Dan heb ik zoiets ja. van echt serieus die, je snapte he? dat, dat het er minder zijn, oké, okay, maar die cap, dat vind ik echt zo'n slap in de face. Dat is echt wel schandalig. Dat ze van they, they run your platform. Dat is zonder die het niks hè? Ja. En dat is zo dat YouTube dat vlak altijd wel goed door heeft van ja die onder die understanding met die met die. Als die ooit die 70-30 aanpassen, dan verliezen ze zoveel van de OG. Hmm. Daar komt zoveel protest tegen van de OG's terwijl bij Twitch. Het is niet zelden, hè. Hmm. Dat is echt das, das een ander breed, hè. Um, ja, ik, ik denk dat dat insane is, want zoveel... Die 30%-regel is voor zoveel bedrijven ook belangrijk, hè, bij YouTube. Hè? Bij, bij Twitch zit er nog meer met creators bezig, maar bij YouTube zit je ook nog met bedrijven, je zit nog met labels, je zit nog met dit, je zit nog met dat. Die kunnen er niet meer aankomen, hè. Of hmm. als het aankomen is het een beetje zelfmoord op dat vlak. Denk ik voor heel veel. Dus uh, ja... Het is een insane gegeven dat YouTube op dat vlak... Er valt veel over te zeggen. Ze weten gewoon, dat passen we niet aan. Daar, kom, daar blijven we mee aan. En, en, uh... en, en dat je mag je eigen tiers kiezen. Hè. Ja. ja de, bij, zijn... de subs bij Twitch zijn vast. Dat is, uh, dat is wat wij voelen. Hè. YouTube zou, zou de beste kunnen zijn. YouTube kan... Inderdaad, als zij daar... Iets kan actiever mee bezig zijn om, om ja, Streaming. niet om, om, om nieuwe om mensen naar hun platform te lokken, maar eerder om dat hun de platform counten. te verbeteren en dergelijke. Dan zou dat inderdaad echt een contender ja, kunnen zijn ja. en heel veel, want de meeste mensen zetten al op YouTube. Die, ja, wie gebruikt nooit YouTube? No. dat is een heel, Er zijn echt... veel die het zonder account doen. Ja, tuurlijk, en dat is het grootste probleem met YouTube. Right now is, is, is het hele ah, algoritme qua, ge... qua subscriptions, maar dat is ook niks meer. Gelocht, als je dus... ingelogd bent op je Gmail of op uw... je ja. ja, browser, ja. Dan, dan zijn er automatisch ingelogd met YouTube hè, en zo. Je moet wel nog altijd zeggen: log in als. Mm, het uh, zijn veel, ik ken er veel die dat bewust niet doen, allemaal. Ja, wij gebruiken thuis hebben we allemaal onze eigen YouTubes en we hebben altijd ene waar wij niet ingelogd mee zitten op een tv en daar kijken wij samen mee. Ah, ja, op, de dus wij TV, kijken ja, op de tv. op een tv? Ja, ik heb. Ja. Ik doe dat ook op, mijn, op de YouTube, op Apple TV ben ik niet ingelogd. Ik kan inloggen met mijn profiel, maar ik doe dat. Allee, dus als ik ik krijg andere wil daardoor. Ja, als ik mijn recommended feed wil, ja. dan log ik even ja. in. En ik heb dat voor Stan ook. Ik heb Carl Jobs dat er dan weer tien keer tussen ah, ja, ja. komt om dan Voila. weer met de meeste... Je denkt van die mensen, is dat geen echte stem, dat is AI. Maar nee, dat is een echte stem. Oh. Oh, <laughs> Hello, you absolute legends. <laughs> en toch zoveel views. En dat zijn goede video's, hè? Maar die stem, die stem... Ik moet wel zeggen, ik heb echt al veel naps gepakt met die stem. <laughs> <laughs> dat is echt zo... Shit, ik heb iets nodig van een nap. En normaal, vroeger zat ik altijd dingen op. Um, Steam Deck staat trouwens in sale, blijkbaar. Um, no normaal de zet Steam ik zo... Sales, ja. Vroeger zet ik Twitch op. Maar tegenwoordig zijn er weinig kanalen waar ik in de content voel. Dus waar ik... <laughs> en zo'n Karel Jobs, dat is zo... Echt two minutes in <laughs> <Ja>, a <absolu> <laughs> Je Ja, absoluut. Je raad in je jaren legends. aan. Ik kan nog geen enkel video Maar het ding zien. is, je <laughs> moet dat ook echt... Je moet wakker zijn, moet want die kerel is, praat zo saai. Ja, en die, die vertelt zoveel. Die zijn video's zijn al 20 minuten en op het einde van de dag denkt ja. van... Wat was dat daar nu eigenlijk in? Hmm. Nu hadden we een eentje over typing. Ah, ja, ja, ja. Ja, blijkbaar. Um, ja. De goedkoopste Steam Deck staat nu aan 377, dus 10%. De middenste, 466, is 15%. En een duurste is 543, aan 20%. Which is fine. That's yeah, not, not dus, too bad. Wat yeah. was die connector deck? Dat um, is een so dock doc. van hun tv-tang. Switch-dock. Ja, maar dus die is de... van hun zelf is van 100 naar 80. Dat is niet slecht. Ik heb die uh, van gekocht die in een anderen... Nog nee, nooit aan. <laughs> <a> <laughs> dat was de bedoeling in totaal, maar een tv-tang. Ah, ja, dus ik had ja, ook ja, mijn ja. Playstation-controller mee. Ik ja, ja. had die al gekoppeld, alles op en aan. And then just get to the room. Ja, ja dat lag daar gewoon. Ja, ja, ja. ja en look koe ja um, nog één klein ding dat ik nog had gezien is Mogelijks volgende week ook of, uh, korting op Playstation ja. er is een, uh, een screen geleakt van in Spanje waaruit de Playstation 5 de disc version 100 euro goedkoper is dus 450 euro voor de Playstation met disc, want, zonder game want van de week was de bundle met een tweede controller en was 500 euro 20 of zo? Ja, en je kunt natuurlijk al 5.50 hebben gevonden voor mijn Call of Order bij. Dus dat ja, je eigenlijk om 550 stond... en Call of Order gratis bij kreeg. Maar uh, het zou waarschijnlijk, als, als de deal hier ook kort gerespecteerd was, Carrefour in Spanje, ja. was het 450 euro voor de, dus de disc version was super. Goedkoop, want dat betekent hè? dat hij eigenlijk wel nog redelijk wat marges voor de ja. suppliers. Ja, dat wel. En normaal is dat meestal zo maar 10 euro, als ik me niet vergis. Ja. Ah, misschien voor de kleinere winkels. Ja. Dus uh, interessant. We zullen zien hè, of die hier ook wordt gerespecteerd. Er is een nieuwe Prime 1 studio figurine aangekondigd van de laatste of Us. Dat is de van derde. Part one, hè? Dat is de derde op twee maanden tijd. Weet jij hoe fucking duur dat die beelden zijn? Voor de eerste twee heb ik 1600 euro per stuk betaald. Fucking maar die hell. nieuwe is zo fucking vet ja dat is van dus, dus je hebt Ellie en um, ja, die Abby besteld. die staan tegen elkaar van achter, dus die heb ik alle twee besteld. Die is een 600 stuk, maar die een nieuwe, nee, dat is de origineel. Allee, waarom komt die er nu? Het tussen? is nog maar announced deze week, hè? Ah, maar ja. het is ook niet part one. Het is eigenlijk gewoon de ah, originele. Ah, ik dacht dat ze van part part. Dat het echt specifiek ook part one was. Uh, dus gewoon. Part... Ah hier. Ja. Uh, nee, dat is dat is. Joel en Ellie, hè? Ah ja. Ja, dus dit wow. is. de announcement. En die is zo vet. Ze hebben op hun YouTube een filmpje van gepost. Um, over de announcement. En hij is super bruut. Hij heeft ook andere hoofden op die je klikker kunt stinken. Ook in wat hoofd uiteen gespat is. Oh, oh my god. Maar gast. het ding is: ik heb hem instant gepreorderd. Nee, uh, nee, nee, dat is waar. Ik heb hem gepreorderd bij Jeroen. Maar je kunt hem nog nergens preoordelen. Het is juist announced deze week. Ja. Maar ik gok dat het dus. 2.3k of zo gaan zijn. Oh my god, ja, het ja, het zijn drie figures. Ja. Het ding is, Prime One is de duurste, uh, maar het is dan ook dit, hè? Hell. Die, die, maar ja, en dat is bijna voor dit. Dit is uh, voor Spotify, hoe groot? Um, ik denk 50, 60, ik denk 60 ja. uh, of zelfs meer. Want die andere dat ik gekocht heb, die van 1600, What die zijn fuck? ook zo groot. Die hebben een betere stand dan Xbox voor een ene video van een, van, een, van een game aan te kopen. Oh, ja, uh, ze, ze hebben ja. vorige week al een nieuwe announcement aangekondigd. Die hebben een better studio. Wauw. Huh. Ja. Dus het Fable. gaat, want het was, uh, ja, Oh my Maar fuck. de kwaliteit van Prime 1 is wel echt... Ja. Hij Super lijkt al lief. wat meer op, op Pedro Peter Pascal. Ja, precies. Wow, dus je kunt kiezen dat hij. Ja. Altijd... Oh, ja, dat maar zijn dus gigantische beelden. Maar ik heb er dus drie. Maar 60 centimeter dus nog... in, in breedte. Deze, dan ik, denk zelf mee. ik denk zelf meer. Maar ik... ik me niet vergis... Hoogte is, dat ziet er 40 uit. Ja. ja, maar ik denk zelf dat ze nog groter zijn. Als ik me niet vergis van Prime. denk World. dat jij gewoon zo, als je die allemaal. Hebt, zo is een mailtje moet sturen naar Sony van. Ja, als je nou eens een uh, persevent doet voor de tweede, seizoen 2. Kut uh, ja. 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 Ze hebben Deze display cases, wel die statues en zo. Want um, een paar weken geleden is er nog een klikker aangekondigd geweest. Dat was toen voor, um, ik denk, Breakout Day. Ja. ja. Of vast voor een, een of andere. Er was een, een of andere verjaardag. Ja. Uh, en dan hebben ze een clicker aangekondigd van Dark Horse Tien Comics. Tien jaar. Tien jaar. Tien jaar was. Ja. Um, dus dat kun je ook opzoeken. Dus dat is een klikker. en dat is van Dark Horse Comics weer een aparte clicker statue. En dat is dan al een derde eigenlijk. En nu met deze Prime 1 is eigenlijk de vierde waar er al een klikker bij zit. Elke keer krijg je daar footage van Part 2 zie, dan denk ik ook wel van: oh my god, dat was scène. Nee, gewoon echt zo. Je zit op die details te letten, hè? En dan denk je oh. van: oh my die haat. Ja, de ja, ja, ja. reflectie, de, de, de subsurface scattering van die haat op een PlayStation 2. Het is Three. zo goed gedaan. PlayStation ja. 2. Ja, uh, PlayStation Oh my jongen, god, PlayStation 4. 4. Ja, ik zit met mijn getal helemaal door, yeah. uh, um, te veel gecoat. Like, maar ja, 20 <laughs> Dus ik heb denk ik vijf figures in totaal on the way van The Last of Us. Jezus, man. Jeez. En dan voel ik mijn schuldig dat ik like, een game helemaal uit Japan laat komen voor 45 euro. <laughs> <Ik heb> zo... <laughs> totaal hè? Shipping five. included. Hè? Yeah, yeah. Speaking of dingen onderweg right van Japan. Uh, of of Azië, whatever. Uh, er is weer al zo de typische manier dat ze ontdekken dat er een game aankomt. Uh, is dat er in Korea een rating van ja. terechtkomt. Uh, Vorige week was dat Quake, de remaster van ja, Quake Ja, en Lego 2K Football, voetbal. Ja, dat, dat hadden we niet vermeld. Ja, dat, we niet we vermeld. dat vond ik wel interessant. Ik vond dat wel een interessant nieuws toen ik het las, want ik had het nergens opgevat. Dus er komt uh, een Dat heb ik geschreven naar Farid. Ja. Je leest mijn artikels? Tuurlijk. Oh shit. Ja. Maar, ik ook hoor. Um, <laughs> dat er dus een, een voetbalgame komt van Lego. Ik had zoiets van Oh ja, de, het, so think, het, het, leuke, het leuke aan heel dat nieuws is, is het feit dat, dat je, je kunt teruggaan naar nieuwsberichten van 2020 of 2021, yeah. dat er gelekt was dat 2K een deal had met LEGO om drie games te releasen. Drie sportgames. Uh, sport. Sport. En, um, en, en dat, was dat, dat was dan de rumor. En dan, een jaar later, plotseling LEGO 2K Drive. En ze hadden van de drie ja, games... Die is dat, ook wel uit, right? Ja, die, die is, is al uit. Speelt eigenlijk iemand dat? Uh, er, is, er, is een, er is nu wel een DLC aangekondigd met de auto's van uh, Fast and Furious. Maar ik, heb heel, ik had heel veel... Seems fun, maar dat is weer zo'n een game dat niemand... Ik reviews van gezien. Het, het was oké. Okay. Het was letterlijk gewoon it's open world. Game. Het yeah. is echt letterlijk Forza Horizon, de LEGO-expansion. Exact okay, Maar dan met dus morphing, zo so gelijk. Ja, yeah, uh, dat heb ik gezien. De de bestaan. Um, maar denk, het dus in die rumor van 2K maar LEGO, want ze zegt drie sportgames, waaronder een... Uh, open world racing, een voetbalgame en een uh, nog niet nader benoemd sport die heel populair is, zouden ze gezegd. God, dat waren zo, zo dat de drie dingen. En het feit <gasps> dat 2K Drive was al uitgekomen. Ik weet het, welke? Lego Counter Strike. <laughs> 50 euro een bol. Stel je voor. <laughs> lego Rand. <rent. laughs> is dus Lego 2K Drive was al uitkomen dan ja. Dat die zijn van, all right, dat klopt wel al. En dan is nu die rating uitgekomen in Kroatië, in, 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 in Korea. Ja. Van Lego 2K foot, voetbal was het ja, gewoon? 2K Foot of zo. 2K Foot. Um, ja, ik weet niet meer wat dat precies was. En u is gewoon wachten van, oh welke? je had de derde ja. zijn waarschijnlijk ben tegen het eind van het jaar aangekomen. En ik denk dat je daar echt wel leuke dingen mee kunt hmm. doen met de ja. customizability, voetbal. Ik denk ook zo aan meer arcade-voetbal, gelijk uh, sensible soccer vroeger of zo. Ik eigenlijk dingen, nee, Mario Strikers. Mario Strikers en zo, ja. Dus ik heb zoiets van, ah, oh, daar zit wel potentieel. Er ja, zit ja, echt ah, wel potentieel. Weet je wat nog? Het um, is geleakt van uh, ratings. Ja, ja. ja, dat is dat, dat naar toe want ah. waar, ik ja, was dat eigenlijk duidelijk. Red Dead redemption remastered? Yes. Yes, Red Dead Redemption Master is dus de nieuwste rating opnieuw die in Korea uh, gegeven is. Dus iedereen wacht nu van: alright, Rockstar, uw beurt, yeah. come on. En make is, some money again. Die, die, die ratings die verschijnen niet zomaar. Dus yeah. daar, daar zit wel een gewaarheid waarheid achter. Dus, dus uh, uh, het ding is dat: het is niet de eerste keer dat er gepraat wordt over Red Dead Redemption yeah. Remaster. En Rockstar heeft al laten weten van: het stond op onze planning, but we scrapped it. Ja. Dus, uh, uh, nu hopelijk dus niet meer. Want uh, <laughs> voor de mensen die het niet weten, Red Dead Redemption 1 mm -hmm. is locked. Hè. Dat, dat kun je enkel op een Xbox 360 of een PS3 spelen. Of Xbox One natuurlijk, als je de versie fysiek hebt of zo. Maar er is nooit een PC-versie van, van, van de geweest. Hè. Dus daarmee dat daar wel een big deal is. Wat? Geen PC-versie? Er is geen PC-versie. Ik PC -versie. heb die op PC gespeeld, 100% zeker. Van oh. Red Dead Redemption 1? Ja, want ik vond dat saai en ik heb dat afgezet. Dat is geen PC Dead, uh, ja. Of ik heb hem um, op mijn 360. PlayStation 3, Xbox 360, niet op PC. This Man is Right. Ofwel, uh, maar ja, ik, <laughs> ik, ik zou hem sowieso hebben. Red Dead Red Red Revolver misschien? Nee, nee, ben zeker dat Red Dead Redemption is. Want ik um, ik weet, zo uh, moest een dus startje inpakken. Ik had zoiets van, uh, want dat was toen zo van, ah, dat is van de makers yes, van GTA. Yeah. Dat was, dat heb ik op originele like, Xbox gehad. Yeah. Um, Zalig Salige cover uh, Dat was altijd van, ah, dat is van de makers van GTA. Ik zo, ah, ik had dat kei leuk van. Ik vond dat oer saai. En ik heb dat toen afgezet, en ik met mijn paard ze wow. niet goed wist. Dat moest toen in de bergen. Mijn Red Dead Redemption verhaal is al op de podcast geweest, waar ik dat gepikt heb. Hè? Oh. oh ja, <laughs> juist. Oh, my pain. Dan moeten we nog eens vinden welke aflevering dat, had, dat is. Aflevering vijf of zo. Dat is echt een heel oud verhaal. How I Stole Red Dead Redemption. Dat, is, dat is zo... Eigenlijk, in retrospect, dat is zo'n een, een, een story dat we bij elkaar knippen en op TikTok zetten. Ja. How I Stole... Right This is the story. Oh man, dat blijft zo'n goeie verhaal. <laughs> oh man. Um, uh, inderdaad, nu moet ik hem nog eens pikken, hè? maar dan remastered. remastered. <laughs> uh, ja, cool. Nee, ja, ik ben benieuwd. Ik denk hoop dat ik gewoon een torrent-versie zal spelen. Het zal zoiets moeten zijn, of, ne, of ne, misschien een, een. Ik weet niet of 360 emulators deftig waren of zo. Maar... Het ding, ik, ik, ik heb altijd een 360 gehad en ik heb daar het meest op gespeeld, dus het kan dat ik hem daarop gespeeld heb. Misschien ja. daarom dat ik het ook heb afgezet. Ah, Dat zou wel kunnen, omdat ik suk met zo mikken met een controller. Zeker toen, omdat ik toen net nieuw was in, zo ja. de, in die ervaring. Dus dat kan wel, ja. Ja, uh, wel nog nieuws aan Belgische bodem. Baller cool. 3 wordt vervroegd uitgebracht. Ja. ja, heel goed nieuws. Want echt, letterlijk niemand zag de aankomen. Niemand dat, be real. Dus zij gaan drie weken vroeger uitbrengen. Dus normaal eind augustus gaan nu ja. naar 5 augustus. Komt Ballers Gate 3 vier. op PC uit? Of vier weken zelfs? Kan ze nee, nee maar 4 dan... augustus, denk ik. Ik is 5. Ja, 4 of 5 augustus. Ja. In elk... Omdat ze eigenlijk gewoon Starfield willen vermijden. Dus ze hebben gezegd van ja, om iedereen wat meer tijd te geven voor Starfield. Uh, ze gaan daar toch mee bezig zijn. Dus bij deze hier komt. Uh, Baldur's Gate 3 komt uh, volgende maand uit. De PlayStation 5 versie komt een maand later op 6 september. De Xbox uh, versie is nog altijd in development, omdat ze nog altijd aan het strugglen zijn voor de, de volledige game co-op mogelijk te houden op Xbox One. Uh, Xbox Series S. Ja. Dat is de reden waarom ze het niet op Xbox krijgen. Dus, uh, they struggle. Um, ook nog van eigen bodem. Uh, de WSA ah, Game Music Awards. Ah, yeah. Is een ding bij Filmfest Gent. Uh, wat ik wel niet snap is dat WSA staat voor World Soundtrack, soundtrack awards? awards. En dat zijn eigenlijk de volledige titels. Wat is het? World Soundtrack Awards Game Music Award. Is dat is zo de volledige dingen. Yeah. Uh, maar in ieder geval: um, Filmfest Gent heeft uh, awards voor soundtracks. En ze willen daar nu voor de eerste keer uh, gaming soundtracks bij. Um, betrekken. Ja. En dus uh, een, er, er gaat een concert komen met de performance van heel veel bekende pieces. Er is een Spotify playlist ge zelfs gemaakt de, van alle uh, dingen waarop dat je kunt stemmen. De stemming is gestart, dus je kunt ah, ja. zelf nu stemmen op uw favoriete piece van, van soundtrack? Ik weet, ik weet dat Jannox daar echt voor staat te popelen. Ik heb het al gedaan. zit in de jury. Ik Zit jij niet in de jury van de World Soundtrack Awards? Yes. <laughs> Stel je voor? Gij dat is, hij, is geen waaring, mensen. dit is ze zet sarcasme. Ze zitten daar gewoon. Ze zet daar aan de kop van... Nee. Ja. <laughs> <laughs> dat, nummer... dat is wel een oprecht heel goed Jannox. Nee. <laughs> <laughs> ja, maar ik zou dat wel goed doen, want ik ben eerlijk. En <laughs> ja. gaan we zeggen, maar, gij, echt... zou jij een nummer zeggen en zeggen? That's good. Je zou bij alles gewoon zeggen. That's bad. Kun je al. Kijk naar wat nou staat eronder. Ah, daar, daar Vote ff. Now. Ff. Kan ff. ik, ik ja, zien dat dat. Maar ik kijk er weer los. Nee, want ik, ik zeg altijd. Pff. Uh, Pff. 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 De muziek Pff. uit aan een game. Dat is nog de long list. Maar right? ik registreer dat gewoon niet. Als in, ik kan dat niet linken vaak aan games. Als een. Tenzij dat echt een. Very obvious. Ja, Moest het er niet zijn, zou ik ook iets hebben van er klopt iets niet. Dus het adds to my game experience, maar ik herinner me ik dat niet. Ik denk dat ik zo'n beetje hetzelfde ben in het opzicht van... Omdat veel games, uh, vooral de big ones, um, vooral gebruik maken van de, de... Ook gelijk met films, dat wordt met temp music allemaal een beetje hetzelfde. En dat ge, gebruikt gewoon droning music voor spanning, high violins voor kills en dergelijke. Mm. Um, ja, die, nu is het inderdaad een big list, maar onder Forspoken. Een Cuphead, een Call of War. Maar de... composer van Forspoken. Bear McCreary? Dat is dezelfde als Call of War, Ra Ragnarok. Inderdaad. Um, <laughs> Hi-Fi <high -fair> Rush, <laughs> rush <laughs> staat er tussen. Wat high rush, wat wel goed is. Have a nice day. Dat is eigenlijk letterlijk elke game van het laatste yeah, jaar. Ja, ja, stond erin. Um, Horizon, natuurlijk. Dat is de longlist. Ik weet niet of er dan een shortlist later gaat komen. Dus ik, ik waarschijnlijk hieruit zal de shortlist komen van wat jij zelf yes. kiest. Hè? Uh, ik denk um, dat 19 oktober de, de, de awardshow zelf is. Wat dat samenvalt met nog Star andere Wars, dingen. Maar Star we gaan zien. Oef, uh, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Shredder's Revenge. Revenge. Dat was ja. wel een goede soundtrack. Het, ja, het ding is, vanaf dat, vanaf dat er een, uh, hmm. een soundtrack een heel herkenbaar deuntje gebruikt, ja. dan gaat het dat herkennen. Maar als het zo ja. gebruikt wordt voor enhancing van de dingen... Ja, ik zeg het, er is echt ja, een ja, playlist. Het is, ja, maar het, het valt me nu gewoon op dat de nummers die in de longlist zitten, zitten in die Spotify-playlist. Ja. Dus, dus je music daaruit... Dan Kunnen kiezen. Hè. Um, ja, dus Game Music Awards 2023 van Filmfest Gent. We gaan het ongetwijfeld posten in ik de Discord. Ik had het al in de Discord. Ja, oh, ja, we hebben de music channel die ongetwijfeld ja. bij iedereen niet gemute staat. Kijk, ik ga het laten zien. Ik heb Gamecast, bijna niks gemute. Ja, ik weet het, het gaat dat <laughs> voor de Soundtracks. Zoek <laughs> uh, uh, iets, is niet actief. Yeah, het, um, ja, er wordt echt. Een van de laatste dingen ben ik zelf die iets gepost heeft. the? What, <laughs> What the fuck? Dat, dat kan niet. Uh, in ieder geval. geval. Uh, Filmvest Gent zet in op uh, gaming Ja, uh, Kijk, dus pas. Dat En er heel is leuk. zelfs een concert hè, waar je nog naartoe kunt gaan. Uh, ja. Want je kunt hier Buy Your ticket, En dan kunnen je zelfs een concert bijwonen voor ja. uh, 43 Ik ben, euro. Ik ben uitgenodigd met een, met een plus one. Cool, uh, als Wimpsus er niet komt, hij mag wel Jennox mocht als <laughs> well, oh, Dat is, <laughs> uh, <laughs> <moet> als <laughs> is uh, het begin van uh, I'm on a boat van uh, van, van Lonely, oh, Lonely Island. Island. So, a boat ride for two. En dan is het: I'm gonna take Keith and T-Pain. Dat <laughs> 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 <That's what's laughs> nee. is hetzelfde. Dit is zo aan. Wie ga ik meenemen? Dieter. <laughs> Word. Uh, dus, ja, dus... Uh, ja, there, there is, uh, ik vind het heel tof dat ze dat doen. Ja, het is dus tof. Uh, wij zijn grote advocates van... Uh, of ja, wij zijn twee derde advocates van uh, soundtracks. <laughs> dus uh, ja, wij zien het heel Proof. graag. Uh, twee derde van ons ziet het ze heel graag komen. <laughs> heel leuk. Nu kopen klop, mijn getallen wel. Uh, ja, ik heb er niks tegen. I just don't care. Ja. Maar ja, soundtrack... Uh, als ik de lijst kijk, ja, dan denk ik direct: ja, God of War, Ragnarok was wel. Dat was wel nice. Ja. Dat was echt gewoon. Maar ik zeg het: als het goed is in een game, kan ik het waarderen. Yes. Maar ik ga, ik ga wel... het mij een half jaar erna en dan ga ik iets hebben, nog nee, nooit goed. Dat is gelijk. Mm. Ja, gel de Hans Simmers en de John Williams en de films gaat ook direct ja. herkennen van: Godverdomme, dat was wel sterk. Maar ja, de, Ja, of dingen ding Lord of the Rings. Howard Shore. Daar, mm -hmm. daar, daar bepaalde dingen gehoord één not en je weet direct... Ah ja, dat is daar. Dat is zo... Zo iconisch en zo ingrained... Zelfs die scènes al direct ervoor zie je als je bij bepaalde dingen. Om het dan zo te misbruiken in de Hobbit. Oh. Ja, fucking no. ja, hell. Yeah, we zo... don't speak of that one. Dan zo'n bepaald moment. Uh, wat was de muziek van The Ring Raid hergebruikt ja. voor gewoon een actiescène? Dat is waar je het van. van. Nee, dat is de theme van The Ring. We you can't do this, what? <laughs> de speaking of uh, Lord of the Rings. Huh? Uh, hebben jullie de duurste kaart ooit? <laughs> wat? Er is. Uh, op dit moment is er bij Magic the Gathering. Mm. Is er nu een Lord of the Rings set. Met allemaal zo kaarten van Aragorn, Legolas mm. en zo. Heel cool art. Nice. En er is ook, daar zitten ook de Rings in. The Rings of Power zitten daar ook in. En er is een limited one-ring kaart. Van oplage 1. Oh my God. Er is letterlijk. Eén kaart. One card to rule them all. One card to rule them all. Oh er zijn God al God. bounties van collectors uitgeroepen. De kaart zou nu al, als iemand ze vindt, al sowieso iemand betaalt er nu al 2 miljoen voor. Gewoon als je die kaart trekt. Go get your magic cards. Ja, dus dat is een gigantische hype. Dus keiveel mensen oh, zitten toe oh te, te oh komen. Maar nu vraag ik ook af. De loterij, hè? Is de kaart. Dat is het. Gaat hij er nu al in zitten? Of gaat hij er pas over een maand in zitten? Gaat hij ooit. En als hem er is... Gaat hem er vooruitkomen? Gaat hem zelfs getrokken worden? Gaat het pakje misschien niet nooit ja, ja, Maar geraken. Of die ligt gewoon op de bureau van de CEO? Van Er zijn zoveel vragen dat je niet kunt weten: van... is het wel? Ja. Hè, dat, dat, ik denk, je moet wel aannemen dat het waar is. Ik denk ook dat ze dat juridisch dat, niet kunnen maken. Dat, 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 dat is te veel. Als, je da, als dat uitkomt dat dat niet waar is, dan vernield je brand. Hè? Want Magic is ja, ja. trading card. Als die hun getallen liegen. En dan is heel de, de market kapot, hè? Ja, ik, mijn standpunt nee, stand, mijn, mijn was meer van... Als iemand hem trekt, besef ja. van... Oh my god, wat heb ik hier? Ik wil niet die crosshairs op mij en het dan gewoon geheim houden. Dus iemand zet, stikt hem in een schuifje bij hem thuis en daar blijft het bij. Oh. Dat dan nooit uitkomt. Toch... Of gewoon rechtstreeks rechts een sturen naar die ene guy die zegt... ja, Ik denk hier. inderdaad, als je dat meemaakt... Oké, okay, je kunt die bijhouden, die gaan een waarde stijgen. Kun je in een valt steken over 20 Just jaar. Just take the two mil dude. Ik denk het ook. Ik denk dat je dat gewicht niet wilt hebben van. Dat is letterlijk de ring. Ja, je maar, wilt dat gewicht niet hebben. Je weet nooit wat er gebeurt. Je weet, no je weet nooit wat er gebeurt, met... Ja, voor mensen er uh, Waar staan 10 dwergen op je. Uh, nee, nee, of, uh. maar ik, ik heb het eerder <laughs> over. Je weet nooit uh, dat die lore opgeblazen wordt. Uh, ja, zo à la uh, JK Rowling tuurlijk, tuurlijk. geval. Tuurlijk. Eh? Ja, of je het thuis, thuis, liggen, Er is een brand of dit of dat. Ja, ben er dan dat Dus Daarom. Ik snap het. Dus. Um, Just take the money. Just take the money, Ja, yeah, Just to be sure. Ja, ik heb hem uh, uh, Maar ja, die gasten ook. Hoe bewijzen dat dat echt is? Maar dat kunnen je laten checken bij ze Dat moeten echt wel... Dus ik denk, als je dat ook trekt, het eerste wat je moet doen, is gewoon met Magic belt. Want dat, dat kan ook waarschijnlijk zijn dat er een uh, certificate misschien bij dat zit. Dat moet wel. Maar ja, dat, 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 ja niet, want dan... Dan heb je het de, gewicht weer. Dan het gewicht de weer, Dus het taart het, het, het ook een beetje de verbeelding. Dit, dit is letterlijk het meest surreële wat er ooit is gebeurd. De vreemdste lotto-trekking dat ik al ooit gezien heb. Want iedereen wil nu gewoon. In plaats van een lotto ticketje voor de Neuromiljans, is gewoon: ik ken niks van Magic. Ik ga vlug een kaartje kopen. Maar er zijn andere kaarten die de alle Rings of Power hebben special editions. Dus je kunt gewoon de One Ring in een pakje hebben. Dat is een gewoon versie. De, 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 ik zal ze er even bij pakken, de One Ring. Ah ja. Er is echt een speciale uitvoering van de One Ring okay, met een ja. elvish script op de kaart. Op de, op de ja. Dus uh, uh, dat is een heel schoon kaart. Maar dus die kaart, daar gaat het om. Want je hebt bijvoorbeeld de, 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 deze, dat is, dat is een common kaart. Maar we hebben het dus over deze kaart. Daar is er maar oh, één alles van. Elvish. Ja. Ik heb ooit. Dat is een heel schoon kaart. In, in ja, 2001, ja. 2 of 3, uh, toen ik full-on Lord of the Rings nerd geek freak ja. was, uh, heb ik dat alfabet van buiten geleerd van Elvish en kon ik Elvish schrijven. Oh my. Om maar te zijn. Als ja. <laughs> ja, dat, 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 <laughs> dat een, een Photoshop dat Bilbo hem uh... vast heeft, is wel goed. No, I should keep it. Yeah, that's, that's <laughs> Why so shouldn't good. I? <laughs> I? <laughs> Zo'n goede meme. Uh, ah, je zenuw. Oh my. Damn. Misschien moet ik zoiets Lord of the Rings kijken. Ja. Maar dus ja, hier hebben ze het wel uitgelegd van waar is het verschil tussen die verschillende kaarten. Oh, maar dat is echt wel vet, hè. Het is een mega cool ding, ja. for dus, the one ring. Ja, ja, maar sowieso, één dus... van één is altijd. Eén van één is insane. Dus die zit inderdaad in de collectors' boosters dat je kunt kopen. English language only kunnen die dus vinden. En dus hier hebben ze inderdaad van. Ah ja, kijk, in de bundel zit er. Eh, van die. Ze hebben er wel een heel goede uitleg van. Maar je hebt dus ook die andere Rings of Power, die hebben ook allemaal speciale Maar ik ben zeker dat ze daar een heel juridisch dus siervreemd over omdat dat allemaal ja als dat ja, ooit zou uitkomen dat dat niet is dan uh, dat, dat dat kun je maar niet ik vraag maken. me nu wel af eh, omdat dit IP is dan wel van cool embracer hard. nu van die kaarten wacht uh, Magic the Gathering dat valt nee, nee, niet nee nee niet Magic the Gathering maar ik heb het over Lord of the Rings ah ja nee dit is een samenwerking tussen ja, uh, 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 yeah. dit is ma Magic the Gathering. This... Nee, nee, maar daar ben ik altijd akkoord mee. Maar uh, ja, zij kunnen niet zomaar. Tuurlijk, maar ze betalen daar echt een fee voor. Dat is een licensing deal. Dat is een Ane licensing deal. Een licensing ah, ja, dat is een uh, yeah. licensing deal aan Embracer. Is licensing deal of is het nog aan dat de andere, andere IP? Want nee, want dit is, is niet he? New Line, hè? Is nie... ja, is dus Embracer. dit is aan Embracer. Dit is de original trilogy, hè? Embracer is de Original Trilogy. Ja, ja, ik weet het, maar het is altijd zo wij ingewikkeld over yeah, wat dus dat is. nu is. Original Trilogy is Embracer op dit punt. Yeah. Ah, maar ik heb niet omdat, omdat ik weet dat Embracer ook al die um, yeah, like Dark Horse Since comics so, en waar hij het allemaal allemaal gekocht heeft en al die cardboard games, uh, al die board games, dus ik had iets van, is dit dan ook van hun? Want, maar hij zegt Hasbro. En daar Hasbro. Niet Hasbro is right. Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons is Magic the Gathering ja oké okay, maar er is een Doctor Who Magic The Gathering, er is een Street Fighter Magic The Gathering, ja oh, yeah, man, die zijn ook al the heel Fortnite, echt... Fortnite? what? Ik heb dat nog nooit gezien. Die zijn heel erg aan het gaan in, in die crossovers en zo. Oh zo, my. Dus... Ah, maar dit zijn gewoon ah nee, ja ja, Doctor Who collector booster box, ja, dat is blijkbaar uh, er Doctor Who kaarten van Magic ook uit ze. Ja, uh, die zijn heel erg in, in, in de crossover IP aan het gaan, maar uh, de art is altijd wel super nice op die kaarten, oh, dus, cool. dus daarmee dat ik zoiets. Oh, die doos. Oh, dat is cool, want als ze de, de cabinet van vroeger had ook zo da als, als material. Valve heeft uh, een quiet ban gedaan op games dat AI-generated art gebruiken. Yes, ik kan ook al zien passeren van vanmiddag. That's interesting. Maar nee. dat is wel interessant. Want, ja, maar uh, ik dat gaat moest ooit moest ooit een keer uh, aan banden gelegd worden. Ja, nice, nice. All uh, right. Was er nog iets van nieuws? Ik denk dat het meeste gecoverd is. is wat ik nog wil zeggen is dat jij ja, ik was de straks nog in de winkel en ik zag die Xbox Oreo cel staan. En ik dacht van, oh, die moet ik meepakken voor de podcast. Maar dan dacht ik, eh, Oreos. Lekker <laughs> Oreos. Ja, ik Af heb zo. Toe. Ja, ik dus van, ah ja, dat is niet slecht. Maar vind, ik, na twee heb ik zoiets van, oh, ja, Oreo's is Oreos beter indingen. Ah, ja. Zo gelijk een Oreo Your milkshake mom. of ah, okay. een Oreo cheesecake, keizalig. Oreo op zich, inderdaad, twee of zo, je hebt zoiets van, joh. Ik vind ik ook het ook wel te plain. Je ja, hebt dus, die melk nodig. Ja, Super Mario it is ja. een collab. Of Nintendo heeft een collab met, met Oreo's, blijkbaar. Wat dan een rare ik collab is, want, want je verwacht dan... als hij ringt, ja. Dat zijn toch de Gouden. coins? Nee, dat nee. gaan toch de coins zijn? Maar nee, iedere... Ah, het, is voor de film. het is gewoon een print op die Oreo van ja. alle characters. Goomba, ja. Bowser Jr. Ze Junior. hebben hetzelfde gedaan met Pokémon een tijd terug. en Dat was toen een gigantische hype. Dat ik ook denk van... ja je et dat ah, toch. Ik had het totaal je dat totaal Ja. Wow, dat is niet waar. Super ont... Mario heeft ook die... Um, Ontbijtganen gehad. Die waren ook super ja ja, ja, ja. Maar die zijn hier niet uitgekomen. Hè? Maar ja. dus... Bij Pokémon denk ik dat ze dus... Ja, 16 verschillende Pokémon-designs hadden. En dan denk ik van... Ja, wat gaat dat doen? Ga dat gewoon in en doorsteken steken voor Eternity? Terwijl dat oh. gewoon fucking mold kreeg? Wat denkt ze dat collectors Vacuum, doen? Uh, ja, ja trekken. dus ik heb echt zoiets van... Wauw, je eet dat toch gewoon op? Maar ook. het is meestal gewoon... de. Doos, right? En die laten gewoon de doos toe. Dat is ja. met die cereal ook. Ik, er, ik denk dat er vier verschillende waren met Super Mario Cereal. Van en... de Nintendo Cereal is dat, denk ik zelfs. Ah, is dat? Ja, dat zijn Nintendo Ik dacht dat cereal. een collab was. In ja. ieder geval, ik weet dat, dat, super, dat er ook zo'n paar dozen waren die dan veel moeilijker te vinden waren, obviously, want het is Nintendo. Hey, Deze? Nintendo Cereal? Nee, 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 system? ik heb het over. Echt ah. nog maar een paar jaar geleden. Hier, de tweede rij het laatste. Uh, tweede rij het laatste. Ja, ah. Ah, maar dat zijn die Amiibo. Dat met de dat Amiibo-doos Ah, oké, okay, ja. Dus in ieder geval, ik weet dat... Ik, ik dacht in... dat er daar vier verschillende of zo van waren. Ik ken iemand die dat... Ja, ik vond iemand op Instagram dat die zo'n podcast heeft um, Ja, okay, daar snap ik het nog. Maar ik heb eerder zo'n zo gegeven dat er van amiibo's die bij verschillende... Zo, ik denk dat een van de dingen is dat zo collect them all met die Oreos. ik zo ga, van... Maar, Eat them all. <laughs> dat is zo'n raar gegeven. We gaan ze allemaal verzamelen. Ik nou. dacht, ja, ja, ja. Why? De, uh, zijn er echt er, meer dan als vier van? Nee, het zijn er echt veel. Zo, nee, je, maar ik had het over die serial. Nee. Ah ja, maar als je die zag, dan waren er wel heel veel verschillende shapes dat erin zaten. En dit en dat. En dus, uh, ja. langs zo dat boek terug te ah, ja. Dat kijk je uh, aan, dan zie je dat. Oh, oh zet dat is het voorbij? Daar rechts. Tweede rij. Ja. Zo die booster packs met, met kaarten van Super Mario. Dat heeft geen value, omdat dat geen spel is. Dat is gewoon echt zo ja. collecten. Uh, ik kan me niet herinneren hoeveel geld ik dat tegenaan heb gesmeten om zo'n mega doos te kopen. Vol met van die packs. En ik kan bijna een boek die die maf. Die, die... Ik wil kaft of map zeggen. Ja. Ik zeg ze altijd. Maft. Die maft. Ik heb zo'n kap. <laughs> die Ik kan de, waarschijnlijk twee van die mappen vullen. Ja. Maar altijd. Bij alle twee dezelfde niet hebben. Oh. Omdat er zo echt zo, like, vijf of zoiets niet getrokken geweest zijn. Ik zie dat die zo is... nog wat achterwege zijn gehouden. Pa classic panini stijl. No. Ja, ja we op tender breng ja, het je. Het pas ja, het is wel degelijk panini. Het eh... is panini, hè? Panini vertrouw ik echt voor geen aars. Hè? Die Italianen. <laughs> ja, <laughs> ja <laughs> ik heb dat zo een keer gedaan wat dat leuk was. Omdat er onder zoveel subs op mijn the stream was. De only panini ik heen... I trust is the one I can eat. En hey. hey. <laughs> on dat note, ik wou nog wel zeggen gewoon simpelweg van wat hebben we gespeeld. Ik wou wel zeggen van oh, van Fantasy yeah, 16 heb ik nu ook eindelijk gespeeld. Ik heb de eerste vijf uur gespeeld. I really like it. Het Voelt echt gewoon aan als 16. 16. Nu hmm. zeg ik 16. Ik had 15. Ik ben nu aan het twijfelen. Maar en, in, en in ieder geval voor de zekerheid. schijnt is de eerste tien uur intro. Ja. Ja. Dat dus de ja, eerste joh, vijf uur was. Was goed. Ik heb echt het gevoel dat het precies The Witcher of zoiets dat ik aan het spelen ben. Gewoon door de locatie... Whoa. Nee, Whoa. nee, 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 maar ik heb zo het gevoel van... Het is een Witcher... Het is meer alsof ze als dus aan de Witcher hebben gekeken van... Hey, we can do this. Het is een Japanese, this is Square Enix Witcher, eh? Ja, inderdaad. Van de, de stijl, de soort personages... Het is bruter, er is bloed, het is, het is groffer. En ja, de actie is gewoon veel meer fast-paced. De mix tussen magic en, en, en wielding... Hmm. Het voelt meer aan alsof je met een Witcher aan het spelen bent... Dan klassieke Final Fantasy. Nee. Dat is zo wel het gevoel dat ik. The Witcher. Ik heb het niet no. over The Witcher, ik heb het eerder over. The Witcher. Ja, ik open, in de er is reeks. geen open world. Dus, uh, de nee. kleine open world stukjes, dat heen komt, is gewoon een open veld waar dat je zo de vijanden zien lopen. En van, alright, ik ga weer verder. Maar Final hij. Fantasy is geen open world? Nee, 16 hm. is geen open world, gewoon Areas. Van area naar area. Ja, ik weet het niet. Ik vind dat veel denken aan Forspoken. Een beetje toned down, precies. Ja, het is niet zo diep als Forspoken. Forspoken is veel meer ook op mobility, natuurlijk. Ik zat op een punt dat ik mijn tweede, Element heb geleerd. Dus gestart op Fire. Ja, de Eskeon. Wat is de? Sky Something. Uh, an ability. Ja. <laughs> dus je start met al die fire abilities. Ja, and blessings, and yeah. blessing, yeah. whatever. En nu heb ik gewoon al een tweede. Dus nu kan ik zo al wat switchen. En nu wordt het al wat minder lang wachten tot dat je ge, ja, ge, ja ge, ge die gebruikt heavy, heavy like abilities. Die, 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 die yeah. fire uppercut zo. En dan let's just wait for it to recharge. Ja. Dus je kunt dan echt al wisselen naar andere een andere en die een keer gebruiken. Ja, en dan ja, ja, zo, allee, ja. just keeps going for a while. Dus ik veronderstel dat als je een goed paar al hebt, dat je echt kunt goed door elkaar spelen. En dan dan interessant wordt dat waarschijnlijk dat Joni zei: van oké, het wordt wel. Ja, er wordt wel meer abilities bijgegeven. Want in het begin van het spel kunnen ook al direct zo extra abilities kopen. Ik je van oh ja, oké, er is wel wat meer. Maar dan inderdaad komt er snel tot punt 1. Ik denk, ik masteren. Ik vraag me wel af of er organic leveling in zit van de enemies of niet. Want ik kwam zo uit. Een, een, een heel story-heavy plotpoint, dat er zo'n 6 uur, dan bij wijze cutscenes zijn. En dan komt het daaruit. Alright, next chapter. Ja. En dan was ik, was ik level 15. En alle enemies waren ook level 15. Dat men afvraagt: is dat nu expres gedaan? Of ben ik toevallig hetzelfde level? Ik, ik heb wel het gevoel. Final Fantasy-kennende denk je dat ze wel weten van. Je gaat ongeveer dit level zijn. Op dus als punt. ik nu wat grind op dezelfde enemies. dat ik gewoon overpowered ga yeah. zijn. Because I would like that. Want nu is het echt. Het is een fucking button mashing fest. van heel veel vierkantjes. totdat uw abilities gerecharged zijn. Yeah. En je hebt zoal wat andere dingen. Je kunt zo die in de lunch doen. Yeah. Je hebt ook zo. Wat is het? U, uw um, vierkant charge. of driehoekje? Inhouden ja. voor de Veel charge lang. duurt gigantisch lang. En We de damage dat je doet is not worth it. Wat grappig is, je hebt zo'n Tales of Rise, waar een action RPG is en kan spelen, over een slaaf die magic abilities heeft, daar loskomt en tegen een empire wilt vechten. Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI yeah, yeah, okay. heeft een ability waar je je vierkantje ingedrukt houdt, dat hij een fire sword maakt en dan met een fire sword <laughs> dat wow echt wow wow stel dat van Square Enix nee dat is van uh, Bandai Namco okay. uh, dus uh, het staat voor 10 euro voor PS4 op media Markt heb ik gezien in elk geval uh, heel veel gelijkenissen met dat spel, maar daar is dat echt gewoon zo, je, je doet een attack met vierkantje, een vierkentje, je houdt je in en dan doet hij gewoon dat zwaar terug naar boven met vuur. Dat is hoe het moet zijn. Waarom is dat hier niet? Ik ja, had ook zoiets is... van, dit duurt te veel te lang. Daardoor gebruik het niet. je gebruikt het Want niet gebruik en, en de verder... damage is ook niet zoveel hoger nee. dat die lange input dat garandeert. Ik nee. van, ah, oh, dat is wasted. Ja. Dat, dat is echt, dat voelt een beetje wasted. Aan. Ook zo die, die lunch doen niet meer damage. Nee, uh, het, ik krijg het je hebt er ook niet zo... ward voor of zo. Want je hebt zo'n Nederlandse cirkel met allemaal abilities dat je kunt unlocken, right? Ja. En een daarvan is ook als je driehoeks goed timed achter je een hit ja, dat van een die melee, magic burst, dat je een magic burst doet. Dat doet ook niet veel Zoveel. meer. Hè. Je, ik, kunt even, je kunt even goed gewoon vierkantje, vierkantje, vierkantje. Ja, veerkantje, 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 veerkantje. Dat is, Daar ga ik wel mee akkoord. Ze hebben er allemaal coole abilities in gestoken, maar de reward is te, te weinig, waardoor je het niet genoeg gebeurt. Ja, en als. Als alle enemies zo'n damage sponge beginnen worden, dan heb ik zoiets van: alright, dan grind ik even dat ik OP ja, word voor het level. Tenzij het dat zo blijft. uitkomt dat ja. dat automatisch meelevelt. levelt. En dan zagen ze Zoek er weer op. aan. Ik, Final Fantasy heeft dat met één ooit gedaan, dat is Final Fantasy 8. Mm -hmm. Daarmee was heel de game scaled naar uw level. Ja. Yeah. Dus, Grind was nutteloos. Om ook dat ook wel omdat scale. Uh... Uh, level scaling, damage. Uh, of ja, uh, uh, yeah, level scaling is het beste. Okay. Uh, of difficulty scaling is Zal ook een andere manier. Maar traditioneel doen ze dat niet. All als right. je Final Fantasy VII Remake was dat ook niet. Dan konden echt gewoon blijven grinden op sommige vijanden. Dat was ook het punt van dat spel. Ja, uh, het is gewoon als je zo. You know, met dat klein stukje area. dat je moet doorlopen om naar je volgende bluffs te gaan. Um, komen ze op, op de on the road zoals Soldiersteen? En dan denk je van, oh cool, ga je even doormaaien. En maaien. die zijn plotseling allemaal level 15, dus die, dus die zijn laten zo. Hmm. Oh, dit, waarom duurt dit nu plotseling zeven combos tegen naar erdoor? Ja. En uh, dat, ja, het is zo. Ik begin zo wat mijn zenuwen te werken dat alles zo damage-spongy is. Het enige wat ik wat missen... Dat je, je kunt ze die een hond commando's geven? Je ik hond, heb dat op automatisch gezet. Dus ja, ik had er echt geen hoest. Ja, ja, ik heb ook zoiets van: ik dat waarschijnlijk ook al doen. Maar die hond in het begin, mega cute, trouwens. Als je is. toch oh ja. Yeah. God. maar deze, zou je dan missen van: je moet dat met party members kunnen doen. Ik denk, dat ik veel meer diepgang in de gameplay zou vinden als ik ook tegen mijn party members zou kunnen zeggen: Doe nu dit, doe nu dat. en combined ze zijn dus wel allemaal zo pixel art. dat is wel leuk cool, als je zo kijkt uh, pixel... currently in your party yeah. hij kent niemand hè maar hij wel in, van, oh, is pixel art. als je tegen die en tomes gaat spreken dat je ook zo pixel art zijn zo dat, is zo, in, dat is zo in die fat chocobo van boven zit. dat zo'n dude die zo alles aan het archiveren is en zo yeah. en dan en, put in tenen komen ja, ik ben Poetin. <laughs> ja, ik had ook zoiets nee. van fucking Poetin. Uh, maar dat vind ik ook wel een coolness die een long press op de touchpad op elk moment dat je kunt doen, dat je zo lore kunt opvragen van ah, wie was dat nu weer? En je kunt zo lore bekijken van de characters in de cutscene en zo. Ja, natuurlijk. Dat vind ik wel ik wel heb, nice. Omdat ik offstream stream heb verspeeld, ja. vond ik de cutscene alweer aangenamer. De voice acting is wel. Heel altijd cool. blijf, ik had altijd blijven zijn. Ik kan moeilijk story games ja. streamen en de genieten van de story tegelijkertijd. Ja. Dus ik heb daar heel moeilijk op. Oordelen. Maar ik was al aan, aan, aan de, de, de aantal cutscenes naar het eind van zo'n chapter toe. Het zat al mee, er zat al meer Comradory tussen Sid en Clive, waardoor dat, dat al wat meer een ding was. En er zat al zo'n funny banter note in dat ik zei: Van alright, en nu zijn we van start gegaan. Ja, ja uh, want ik, ik vond wat je had gezegd. Natuurlijk, ik heb niet zoveel gespeeld als u, dus ik voelde nog niet. Om, ik ik ga ja, wel akkoord van het waren veel cutscenes. Mm het -hmm. uh, is ja. echt een fanfancy. Maar ik had wel zo zoiets van, ik ben wel on board. Ik vond dat de herhaling minder was dan dat jij zei. Maar misschien dat ik dat nog moet hebben, dat er heel veel herhaling in de story moet zijn. Ja. Dus dat ben ik nog niet. Maar ik had zo, op dit punt had ik zo zoiets van, de polish zit goed, de voice acting is goed. It's very enjoyable. Dus ja. Het ziet er gewoon ook absurd goed Vind ik wel. Dus de lighting ja, uh, op de environments enzo. Het is heel erg voorspoken op dat vlak wel, maar het is oh, zo dezelfde voorspoken oh, ja, ja, zaken. Waarom goed? moet jij dat spelen? Ik wou dat echt spelen, maar ik speel gewoon geen games. Ja, ja, ik heb twee games gespeeld ja, de laatste vier maanden Ik zie gewoon niet in waarom dat jij voorspoken zou zo moet spelen. Ja. Dat gaat niet iets zijn. Omdat dat niet iets, dat, well, ik Dat ik, lijkt ik, me niet. Maar denk, dat is ook niet voor mij. Voor als hij alle natuurlijk. cutscenes skipt, maybe you'll enjoy it. Ja, eh, maar die, die, ik vond. Het ding like, is dat. like Witcher heeft insane veel cutscenes trouwens. Ja. Ik ben, denk dat 50% van het spel of zelfs meer cutscenes is. Ballers ja. Gate 3, 160 uur cutscenes. Ja, was, ja, was dat niet zo. Like, zoveel, uren voice lines en dat er iemand had dat dat retweet met maar hey, ik wist niet dat hij de joconde had geschreven dat 160 dat's training ja ook um, fuck nou ik kan, ik zat dat zo vanochtend nog te denken I can't believe I finished that game dat is echt zo'n blur voor mij dat ik dat heb uitgespeeld ik denk om ik daar ook letterlijk vijf dagen of zo aan een stuk heb zitten spelen bijna niks anders just to get it over with en nu denk ik daar ik snap waar iedereen zoiets van oh ja kijk daar wel naar terug You forget most of it. Het uh is -huh. dus geen wonder dat je daar fondly naar terugkijkt. Omdat je gewoon letterlijk 30 jaar in een, in een slechte relatie hebt gezeten met, met een ex. Maar de seks was goed, dus je onthoudt enkel de seks. En denkt: oh, fuck, dat was een goede relatie. Yeah. Dat is letterlijk hoe dat iedereen terugdenkt aan, aan fucking Dead Stranding. Oh, ik heb mijn Counter-Strike. Goeie seks, man. Tijdens de andere dat ik nog had gespeeld, waar ik nou zei: is nog altijd Formula 123. I'm still hooked. Ja, ik ben. De, ik heb daar, maar Crash Team Rumble stond ook mijn in lijst. Het staan er, er zo'n paarse. Um, heb ik dat nu ook? Of, ja, heb ik dat ook gescreed? Nee, dat hebt het ook gehad. Nee, maar ja, als je niet kunt spelen, dan kan het dat ook niet spelen, natuurlijk. Volgens mij die Ja, Tears um, of the Kingdom nog altijd. En Yoka Lele heb ik eens een nieuwe te spelen. What? Ah, ja. I didn't like it. is rough, hè? Ik vind out. dat, dat oké, okay, maar na Ik heb het wel langer gespeeld dan u. Maar ik, ik heb het, had het wel... een, twee uur gespeeld nu. Het is een enorme, rare-achtige uh, Wonder. Van, oh wow, colors yeah. en leuke muziek en yeah. pretty levels. En dan speelde dat al twee uur en dan is het zoiets van, alright, de yeah, camera sukt. Ik really denk, sucks. denk dat ik het wel gezien heb nu. De <laughs> camera ja. sukt en er zat gewoon geen ritme in dat spel. Ik was niet zo, come on, ga nu vooruit, dit en dat. En dan op een gegeven moment moesten we een quiz doen en ik dacht van, ah ja, dat is gek, like Banjo Kazooie. Hahaha. Ha, ha. En dan zat er, ja, yeah, expect me next time. En ik denk van, van, fuck it. Dan gaan ze nog vijf <laughs> keer waarschijnlijk erin steken. Nee, ik was, ik was niet Ik, ik ben was ook afgehaald. Engaged. Ik was bored. Dat is echt boring. Ik had zoiets van oké, okay, ja, nu moet ik zo. Ik denk dat je zo moest rollen, racen of zo. En ik had zoiets van oké. Okay, maar ik had geen plezier. Ik ja. vond alles zo van oké, okay, maar het plezier is niet meer. It's goed, there, ja. but it's missing something. En dat is natuurlijk, zij maken een game gebaseerd op gameplay van 20 jaar geleden, maar die also didn't expand upon it. Dat hey, is yeah. zo. Like, Crash 4 voelde wel nog altijd als een nieuwe platform eraan, ondanks dat dat dan een sequel was op een heel oude gameplay formule Dat voelt nog aan als nieuw. Zelfs Rayman Origins, Rayman Legends, dat is gewoon... Ja, dat is een oude property, maar ze hebben ook wel alles laten liggen wat dat Rayman 1 was. En ze hebben gewoon iets nieuws gemaakt mm -hmm. dat meer up-to-date is. En ik denk, een collectaton werkt nog altijd. Hè? Psychonauts ja, 2 was... Hogwarts een, Legacy. Ja, Psychonauts 2 was een keileuke platformer-collectathon <laughs> dat ik heel graag heb gespeeld. Yeah. En dat voelt voor mij meer aan als, ah, dat is Benjo Kazooie 3 okay. of whatever, uh, banjo 3. Um, dus ja. Ik heb ook Humanity gespeeld. Oeh. Ik zit aan chapter 4. Zot, hè? Uh, ik heb al ene keer moeten googlen. Voor de van... Golden Guys of voor de puzzle? De puzzle. Ah ja, yeah, yeah. Er was één dat je zoiets hebt van, I don't see it. En dan zitten ze, sorry. De Goldies is eigenlijk wel iedere keer yeah. consistent zo. So altijd mee, Dat is wat ook, dat heel plezant is, is en een, very satisfying. Ja, dat is heel. Het is dat wel zo omdat je veel moet denken. naar de achter een uur of twee ja. of een uur gewoon. Echt wel zo. All right. Ja. N nu terug naar Final Fantasy even. Ja, ik, ik kan iedereen maar aanraden. Ik weet niet of ik het al genoeg beklemtoont. Het in ding de is dat het ook een zit. Uh, het is, ja, ja, we moeten op parkeren. Want ja, het ik, ik heb de platinum een, ook gehaald van Humanity en, en het is een super ook, cool spel. Uh, het zijn er nog hier in de Discord die ja twee of drie nog ja ja twee of drie Maar ik gewoon ze te zeggen speel dat want de laatste chapters van dat spel fucking mind blown. ja er, er was uh, iemand postte hem in in Discord ja. van Platinum ik zou zeggen want oh die een boss fight en ik boss fight ja, is, uh, je hebt één al... een blue orb gedaan ja dat is een boss fight ah, okay, ja. dat is een boss fight maar It's pretty cool. die worden zot All right. dat is het enige. ik ga niks spoilen maar die worden Zot. Soms heb ik echt wel ook te gevoel dat ik dan brute forcen ben door ze zo, maar, dat mag... echt zo constant mijn vorige pijl ja. te wissen en te doen. Daarmee de, de meest aangename, leuke puzzels dat ik vind, is zo wanneer dat de, de, de mannetjes nog niet aan het wandelen zijn. Ja, en dan krijg je ze ook te hè. Ja, en als je dat start, kun je niks mee doen. Maar dat is zo een hele leuke denkpiste. Vooral als ze zo echt één vlak hebben, dat je zo duskerend terug naar aan de ja. andere kant. oh Oei, nee, wacht, want hier ga ik mijn eigen. Allee, ja. Want sommige puzzels moeten echt eigenlijk een critical mass creëren. En ze dan laten gaan, omdat je dan een massa hebt om te bewegen. Dat kan soms ook in sommige ah. puzzels moeten. Soms dat ze even laten lopen en ze dan laten gaan, want dan heb je veel meer ventjes, waardoor je soms andere dingen doet. Maar er zijn ook een paar puzzels dat je echt denkt van. What the fuck? En je ja, blijft nu, gaan nu dus en... met chapter 4 zitten met die, die, The others. the others. The ja. others. En uh, er was zo een, dan een race was naar het einde. Ja, just... en dat zag ik echt niet hoe dat was. En dat was zo, was dat he, die, die simpelweg, zo overspringen? In het begin moet er gewoon één keer meer springen. En dan zo. Ja. oh. Ja. ja, en als je dat dan ziet, moet we wel zeggen, een keer dat je ze opzoekt, wat dat is, en dat filmpje dat ze zo op mijn tweede scherm, dat is heel makkelijk om ze. Zo... Ja, oké, volg het Ah, ja, okay, de, okay, puzzel, ja als, je, als je de plat wilt halen, easiest shit in the world. Dus zie ik gewoon de ja, video's en, en, en doe het. Maar ik heb gewoon wel ik heb ook al twee of drie moeten doen voor een goldie te vinden. Daar ga ik niet om liegen. Ik denk dat ik er twee of drie heb gedaan. Omdat ik echt de goldies... Er is er echt één dat je maar vier of, of vijf ventjes krijgt. Dat was één dat ik dacht van... Ah, maar ik denk dat ik snap wat de puzzel is. Maar is zo met zo niet... De, de, de een, dat zijn de twee na elkaar dat ik gedaan heb. Dus die ene race. En dan de andere een was ze Dan er drie stroken van others van links kwamen en jij krijgt vijf ventjes ja. en er staan drie goalies in het min. Zo. So, dat fuck do I... Met die, met die blokken. Ja man. En die dat... neem ik inderdaad omdat ik ook zoiets had van, ik denk dat ik weet wat ze moeten doen, maar je moet zo heel snel die ene doos ja, al is in die maar richting duwen en ik had iets van, ik kan niet. Blijven proberen, maar hier had ik ook even van. Yeah. Ik, ik kan hem oplossen voor één, maar ik kan ze niet oplossen voor met de goal. En omdat die twee, kort na, die twee kort naar elkaar waren, was ik ze eigenlijk al twee keer aan het opzoeken. Dat ik zeg: van, Weet je wat, nu ga ik gewoon stoppen, ja. mezelf pauze geven, want anders ga ik iedere keer mijn brein tot moesje. Ik ga wel ja. zeggen, het werd, dat waren twee heel moeilijke daarna simpeler. Ja. Het spel is soms, het wordt moeilijker, maar wordt ook terug makkelijker. Ja, het heeft zo'n difficulty spikes. Het heeft echt wel ja. difficulty spikes, waar dat puzzle games meestal enkel een ramp is zitten hier echt wel een paar spikes in. En ja. daardoor, ze weten wel op een gegeven moment van... Oké, okay, ja, wacht. Je moet even terug voelen alsof je er terug controle over hebt. Ja, is, is ook wel, je kunt de game spelen in, in VR. Het ja. headset ligt daar, maar ik heb mij het nog niet uitgeprobeerd. Ik denk dat het wel insane is om al die ventjes te zien vliegen en zo. Ik ja. denk, is als je hem uitgespeeld... Ik denk, het einde of de laatste dingen, die in VR moet crazy zijn. Ik zal hem zal een keer aansteken. Ja, uh, maar je kunt eerst uitspelen, zien wat ik bedoel... Ja. En dan denk je, nu okay, dit spelen. wil ik wel eens in VR zien, denk ik. Ja. Het yeah. is, is wel een hele leuke om te platten iedere keer. Want het is veel, very satisfying als je zo. Ook, Sound is ook heel zo goed. een paar dingetjes doet. Zo ik like vijf keer opnieuw probeer. Ja. Oh, dat was een trophy. Yeah. En dan uiteindelijk ze de chapter uitspeelt. En dan popt direct die twee trophies van alle yeah. goldies en de chapter uit. So, oh en jees. dan ook zo in elke chapter, ook zo in die één level dat ja. je dan op een heel specifieke das manier. is voor achteraf wanneer dat ik uit yeah. heb. Dat ja, echt, die, die heb ik uh, ook al. Ik heb altijd zo alles, chapter, chapter. Alles moet nu. Dan pas naar het volgende. Yeah. Dat, maar nee, ik vind het een geniaal spel. Als mensen er nog niet van gehoord hebben, het zat vorige maand in de Playstation Extra. Yes. Uh, Humanity. een supercool spel. Ja. De van de makers van Tetris Effect. Dus, uh... Dat ik ook een, ooit een keer gespeeld heb en echt kut vond. Ah, ik vond dat wel vet. Tetris? In VR was dat heel vet. Ja, ik vond het gewoon absoluut... De controls waren zo ass. <laughs> <laughs> is, als je ge ze gewoon zet, van de yeah. ze very tight controls van een ja, echt Tetris heel game. Yeah. En dat is zo floaty en... Dat is waar. Traa. En ja. oh wauw, veel effectjes en ik heb vijf lijnen gemaakt en nu komt er even 17 particle effecten in mijn ja, ogen. Dus Blu. het is meer een experience game dan een Tetris game. Echt eigenlijk dat er dat is, om de vijf minuten komt er daar iemand in je oog speken. en dan is het zo van, oh tof hé. Oh. Ja, dat, dat is echt... Ik snap niet waarom dat je dat niet in VR zou spelen. <laughs> Oké, okay, dat, 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 dat hmm. spel is duidelijk gemaakt voor VR. Ja. Ik snap niet waarom dat zij een non-VR dat game blijven pushen. Ik heb hem echt zo gewoon gezien zo... Ik heb dat gespeeld en van. waarom eh, vond Chad dat zo leuk? En dan bekijk ik zo wat trophies. Oké, dat is te halen, dat heb ik eens gedaan. Alright, en nu heb ik het dan in het ik heb het gewoon VR gedaan destijds. En we van, wow, dat is wel vet. Zal so, so misschien dat En de audio, de audio van dat spel was wel heel cool. Ook zo so 3 d audio was dat wel cool in VR. Eh? Alright. Daarom. Uh, ik ga het niet opzoeken wat ik nou eens <laughs> ben. I don't care. De uh, um, belangrijkste worden. Had jij nu Crash geprobeerd? Nee, ik heb hem enkel de key gehad en nog okay. niet geïnstalleerd. Het ding is, ik heb die in beta gespeeld en die was ass, omdat er zo'n ene karakter vreselijk OP was. Uh. En er, waren, er was geen manier om met uw team af te spreken. Of ja, je werd met randos uh, uh, gesmeed, of met bots, I don't know wat dat was, maar je kon ze gewoon, I don't know, gespawd in een match en dat start. En één man heeft een OP-character dat gewoon ervoor zorgt, want je, je moet eigenlijk je apples in een, in een area ja. droppen, hè. Dus, dus de Die ja, dus de, de, um, de ene heavy guy. Uh, dingo Dial. Ja, Dingo Dial. Blijft gewoon op de enemy area staan. Misschien en omdat hij zo'n Area of Effect attack heeft, bounce je er gewoon iedere keer uit. Dus je kunt nooit droppen. En er was niet echt een manier. Misschien als je hem gankt, dat dat mogelijk was. Maar daarvoor moest je afspelen met het team. En dat ging gewoon niet. Dus dat was zo. Iedere keer als je een match start en die Dingo Dial stond daar. Oh, fuck. It. Dus, dus dat was. Zeer irritant om te spelen. Misschien dat dat gefixt is. Misschien dat het gewoon leuker is als je met maat speelt. Allee, ik heb nog geen goede nou ja. manier gehad om daar zo met een objectieve, allee, een, een eerlijke oordeel over te vormen. Maar het zou me verbazen dat niet pakken? Ik wil het dat gewoon niet anders. meer alleen niet anders, spelen. Ja. Dus ik heb twee keys gehad. Ik wil dat, ik wil een key aan iemand geven dat ik ook mee kan spelen. Maar wow, ik wil het gerust wel mee checken, Ja, van, het is nou. dus daar. Maar ook wel. Veel zijn op dezelfde momenten, natuurlijk. Daarmee. Dus ja, ik, ik weet nog niet wat ik ervan van moet doen eigenlijk. Het zou volwassenen dat <laughs> gaan. Ja, ja, wel. Nee, maar... Het is vakantie, dus nu is misschien misschien moment met zo een of ander 16-jarige het spelen. Dat heb jij tijd. Ja, ik zei het. Het is mooi, laatste schooldag voor, ja. voor Stan. En dan is hij twee maanden thuis. Oh, nee. <laughs> oh, fucking Christ. Ik kan dat nu voor zijn bestel staan. Ja. En ik al, ik al klaar voor mijn neus van oh, de crash is drie weken gesloten. Drie weken, jezus. <laughs> zeg maar zo... Laura had heel naar de zee met de kinderen. Ah, nice. Gabe, <laughs> oh, Orgie weg, in weg. een tuin, komt. Ja, uh, ja, Unis bakken elke dag. Ja. Welk? Oh, niet. Ah, ja. Maar <laughs> helemaal. Mee. Uh, nee, waar ik van de week reclame voor kreeg was zo. Season 2. Disney Speedstorm. Petzer vroeg een shout-out om daar zodat we daar pizzas konden maken. Shout out voor Petzer. Oké. Okay, dat is die pizza oven? Ah, oh, die heeft een pizza oven. Ja, dat is mijn tuin, hè? Ja, ja, ik zie het. Dus dat staat daar nu te wachten, zodat we dat een keer kunnen maken. Hij gaat dat gat van Petzer. Ah. waar, ja, hebben wij, wij, waar helemaal... moeten wij, wij shout outen? Dit staat bij u. <laughs> ja, waar, waar zitten we? Ah ja, ja. wat zijn onze pizza's? Ja, we zijn onze pizzas. Nu verwachten we elke ik week dus naar pizza. Er is dus drie uur in notto's in voor <laughs> Klotenland. Uh, land. <laughs> Volgende week wel wat we pizza. Ja, um, kapjebeen. Die had een reclame had voor Disney, uh, season 2 van Disney Speedstorm. Ja, en ik had zoiets van, waarom is al een tweede season van Niemand heeft dat spel? <laughs> dat is zo, ik, ja. dat, dat, is zo die, dat racing card game van Disney, dat er wel legit nog redelijk oké uit zou zien. Ik dacht van ik wil dat wel eens proberen. Maar dat is nu altijd betalen voor early access. Oh, dat is nog niet uit of Nee, dus als je dat wilt spelen, dus als ik nu ga PS Plus of uh, PlayStation Store, dan is dat letterlijk gelijk 20 euro's dat je moet betalen Voordat dat te kunnen De spelen. De Founders Pack dan. De zo, founders, founders Pack. Ja. Maar je kunt dat ook niet downloaden. Dus je hebt enkel een twee uur trial dat je kunt doen van, als je PlayStation Plus premium zet. of anders moet je 30 euro betalen. Waarom denk jij nu al een tweede seizoen uit voor een free-to-play-game? Want het is aangekondigd dat die game free-to-play gaat worden. En maar hij heeft nog geen release-date of wat? hebt nog geen release-date of een release-moment of whatever. Maar ze zitten al wel seasons te doen dat je denkt van... Man, what the fuck is, is hier raar. de gedachtegang achter? Dus je hebt nu early access. Maar je kunt... Je kunt een... Nee, I don't get it. Ja. Dus je kunt wel een pack kopen, maar je kunt dan ja, wanneer het is zo wel het reminiscent uit? van dingen zo. Hoe um, noemt dat die Animal Crossing Disney? Uh, uh, Dreamlight, Dreamlight Valley. Dreamlight Valley, ja. Yeah. Is die eigenlijk al officieel uit? Want die had ook zo'n een beta had, dat iedereen er redelijk zot van was, dat dat dan meer content dat daarop kwam. Maar zin, is iedereen dat wat beugen speelt en heb ik daar eigenlijk niks meer van gehoord. Er zijn ook Twitch Drops, maar <laughs> Twitch Drops. What? Ja, ja het, is is, het heeft ja. veel, veel potentieel natuurlijk. Als het een leuk spel is. Plus, je kunt je favoriete Disney characters losspelen. Ja. Sure. Maar inderdaad, ik heb die release ik niks van gehoord. Oh, ja, Precies, uh, twee, niks van gehoord. Uh, je kunt het uh, on sale kopen. Maar is het nu een free-to-play game? Of moet het nu kopen? Dat, dat is gewoon niet duidelijk, hè? Ja. Dus, uh, ah ja. Ja, ja ik, ik snap er de ballen van ze. Ah my. In elk geval, ja. Het staat on sale. <laughs> yeah. I guess. Ja. Ik wil het wel spelen, maar ja, ik ga er ook niet voor betalen als het gratis te schouwen. Dat is ook zo'n ja, ja, hè. Ja. Van waarom ga ik 20 euro? Oh ja, je krijgt extra characters of, of, of whatever. Je krijgt of, een battle pass. Oh, oh, je krijgt wat shit, maar I don't care about that. I just want to try it. Dat is zo letterlijk zeggen, van, dat is een free-to-play game, maar je moet betalen voor het te kunnen testen. Ja, nee, hè. Ik kan ook niet terug inruilen, hè. <laughs> nee. Dus uh, in elk geval, uh, ja. Feest. Ik vond het raar dat ik er al reclame voor kreeg voor een season 2. Dat ik denk: van ja, we moeten niet wachten met je seasons totdat je game gelaunched is. It's kind of weird. hè. Dat zou echt nee. gewoon FOMO creëren. Van ah ja, nu zijn deze characters er. Maar enkel als je het nu al koopt, anders krijgen ze nooit meer. Nu zijn zo een beetje de, de mobile tactic aan het ja. toepassen van we moeten ons een olifant vinden die hier alles voor betaalt. Het en, is uh, Gameloft natuurlijk, ja, waar dat zo'n mobile uh, bedrijf is. Ah, uh, there you go. There you go. of uh, shit. Uh, ja, maar het is al past midnight. Ja, sorry. <laughs> uh, het is weer langer uitgedraaid dan we hadden in Vision. Ja, het is gewoon kort nodig. Niks van nieuws. Niks Even nieuws. later. Ja, dat enkel de FTC ding ja, ja, dat FTC-ding. Ja. Een... Als je het toch in detail bekijkt, dan was dat toch Ik veel heb niks gespeeld, dus. Ja, ik weet dat je niks hebt gespeeld. Later, niks. Ga je deze week Only iets up. spelen? Only Up? Um, nee, ik heb morgen heel veel werk. En ik vertrek waarschijnlijk dit weekend terug. Jij dus. werkt dan allemaal? <laughs> En dus ja nee. En ik kom waarschijnlijk volgende achter. twee maanden niks werk doen of? Uh, nee, want ik heb het geld ook nodig. Yeah, Verbouwing right. en al en I like money. I like money. I like turtles. Ja en, en nu met dat de wetgeving nu in juli verandert voor auto's, moet ik misschien ook weer een van mijn auto's een nieuwe auto kopen. Dus ik zit daar ook nog wel mee. Dus. Je moet inkomen. Oh ja, yeah. het verandert en een diesel houden is gewoon zo belachelijk duur de, de overheid. Ah ja, dat bedoelt één verkopen dan een nieuwe. Ja, verkoop, ja. Elke. Dus deze waarschijnlijk verkoop. En dan moet je elektrisch gaan hè, vanaf 1 juli. Alleen ja. moeten. moeten. Anders zijn het dom, want anders kunnen we niet op zijn ja. Dus uh, ja, en dat kost allemaal veel geld. Allright, um... Moeten de luisteraars die tot nu geluisterd hebben iets commenten? Ik vind het wel leuk dat dat gebeurt, want het is altijd zo Nee, We moeten altijd de giveaway doen trouwens van de jersey. We weten toch dat we de komende maanden iedere aflevering gaan zijn een teamteam. Maar ik stel voor dat we gewoon bied een fotopak en dat gewoon al op Discord gewoon. Ah nee, moet dat een episode doen of op Discord? Wat hebben we gezegd? I have no idea. We hebben nog niks beslist. Oké, okay, ik trek gewoon zoiets in een foto en dan doen we daar iets mee. Yes, <laughs> okay, I'm done enough. with al dat shit. Ja, yeah, yeah, er was earth. ook een voorstel om zo af en toe video's te maken met iets van in de set. Nee. Um, cool. <laughs> we gaan ook iets maken. We hebben geld nodig voor ons busje. Stuur ons heel veel geld. We willen naar Nederland de Oh, doen, maar we hebben That's geld nodig. Wat een afsluiter voilà. dit. Stuur mijn, ons geld! Mijn, mijn opvraag. Nee. Ik heb excuses aan Nintendo om niet aanwezig te zijn op jullie Everybody Want to Switch uh, event. Ik was uitgenodigd, maar dat was vanavond. En... Ja. Ik, had, ik was ik had, ja, kijk, letterlijk de enige mensen in Benelux dat, dat een e origineel heeft gespeeld en is er dan niet bij. O ja, die release-event uh, was dat bij met een Praga. Wow, 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 Ik was daar ook. Jij was maar daar ook ja, dat Wie heeft Nadine 1, 2, 3 gespeeld? Ik heb dat gespeeld. heel veel gespeeld. Dat is echt een te... van de enigste dingen dat ik effectief op dat ding heb gespeeld. Ik vond dat keihard leuk. <laughs> Wij zaten op het werk gewoon met die kickstand. En je had zo die kist met die kettingen rond. En iedereen... Ja, die ke dat was, <laughs> was, was keihard leuk. Die ketting kist uh, nee. was het ja, enige en leuk. En he? die revolver Goeie tegen melk, mijn zus, de hele tijd op familieweekend ah, zo. Op ja. familie ik bedoel, ik vond dat wel nog leuk. Ja, wel, dus nu komt er een vervolg vanuit het event. En het was echt, ik cool, want Sunday van: ah ja, en dan kunnen je het spelen. En dan geven we die controllers weg aan de winnaar, want er zijn pastelcontrollers, pastel-controllers, die joycons, Dan geven we die weg. En dan is er rollerblading achteraf en roller disco. En ik, oh my god, ik wil zo graag Dat vind niet gegaan. I'm here. En Amsterdam is En Ze gingen overnachting regelen ook. Uh, ja. Staat en... hij maar ja, binnen oh. een maand zitten we misschien weer in Amsterdam. Dus. Ja, wie, wie, wie weet ja, daar gaan jullie meer van horen binnen een maand. Maar het is wat. Uh, iedereen super merci om te luisteren. Als je tot hier geraakt bent, antwoord. Een bekertje Red Bull. Een bekertje Red Bull, cool. <laughs> dat is heel uh... specifiek, niemand kan het raden. That's kind of the point, right? <laughs> ja, dat is waar. <laughs> een bekertje Red Bull. Een bekertje. Uh, Noodig ik. Nee, volg ons op de, de, de Twitter en de Instagram. We gaan, we gaan ooit terug actief words. worden. Volg ons gewoon, weet je wat? Volg ons gewoon. Apart op onze Twitter. Ah ja. Jurassic Janox met 3x'en. Ah oh, ja, super. Hyper underscore Aspe. En um, voor de rest, we love you guys. Uh, yes. ik, ik ben Aspe. Uh, join the Discord. Ik ben Zeggen. Ik was Janox En hopelijk tot volgende week. Volgende week. Bye. bye. Gamecast.